Middag, avond bedoel ik. Hallo, leuk dat jullie er wel zijn. Welkom bij de stream. We zijn vandaag weer lekker live en ik zie al dat er 1500 mensen zijn, dus het is weer druk. Welkom allemaal bij de stream. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn langzame intro muziekje. Ik hoop dat jullie genoten hebben van alles wat ik allemaal gedaan heb. Geen idee wat ik allemaal gedaan heb. Maar welkom, leuk dat jullie allemaal zijn. Als het goed is, horen jullie mij gewoon. Ja, dat klopt. Ja, ik heb geen idee. Ik probeer altijd mijn intro zo snel mogelijk te doen van mijn stream. Want niemand heeft zin om heel lang te kijken naar hoe ik hallo, welkom en leuk dat jullie er zijn. Zeg, 100 miljoen keer achter elkaar. Of ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel een eerdootje. Een goed eerdootje even droppen. Maar vandaar, leuk dat jullie er zijn. Ik ga gelijk de game induiken. De muziek mag dan uit. Ik heb hier staan jammen. Jullie hebben het allemaal gezien natuurlijk. Dat ik hier heb staan jammen. Dus nu moeten wij weer naar beneden. Maar is goed, dus horen jullie alles? Horen jullie de game? Horen jullie mij? Horen jullie weet ik veel wat allemaal? Dus dat komt helemaal goed. Laten wij veilig naar beneden gaan voordat de ladders van GTA ons weer buttfucken. Want jullie kennen hoe dat gaat natuurlijk, hè? In GTA. Dan wil je van de ladder afklimmen. En dan volgens is het... En dan ben je dood, weet je? En daar heeft ook niemand zin in. Ik ben zeg maar al basically bij de inbound. Dus dat is al helemaal een keer een soort van voorbereiding. Het is niet alsof ik hier uitgelogd ben, hoor, voor een livestream. Nee, joh. Hé, hey joh, dat is totaal niet zo. Het is echt dat ik echt voorbereid, gewoon. Ik heb echt voorbereid. Dat is precies wat er is gebeurd. Het is niet dat ik gewoon met geluk hier ben uitgelogd en dan eigenlijk gewoon mijn stream goed kon beginnen. Nee. Maar jongens, ik denk dat ik goed nieuws heb. Ik word gebeld door Open Gerard. Dat is slecht nieuws meestal. Auw, kut. Pak op. Wacht even. Gerard, wat is er? Ouwe lullo lapswans. Ouwe man die op sterven ligt omdat hij zo oud is. Wat een lul, hé. Hoe is het? Nou, leuk. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, goed. We gaan ook goed met mij. Ja, goed. Ga goed. Man. Ja, hé, hey, wat ben je doen? Ik ben aan het rijden in mijn hele mooie auto. Heb je mijn auto al gekocht? Nee. Je ging toch mijn auto overkopen? Waar ben je? Bij de impound, maar... Ik kom eraan. Hoezo, wat ga je doen? Ik heb een heel mooi cadeautje voor jou. Oké, wacht, waar ben jij? Want ik ga je toch weg bij de impound. Ik kom al naar jou. Ik ben hier bij de stripclub. Ik ben er bijna. Wat doe je bij de stripclub? Ja, daar rijd ik langs. Ja, dag, je komt er net vandaan zeker, hè, of niet? Oh mijn god, wacht, hier naar links. Hier bij jou naar rechts. Wat? Hier, doorrijden. Ja. En dan naar... Oh mijn god, waar rij jij nou weer in? Hier naar rechts. Ja, ik ben hier. Daar sta ik. Mooi, wat is dat voor auto? Oh, maar Gerard. Oh, Gerard. Oh, wat heb jij... Wat is dit? Het is een mooie kever. Oh mijn god, hoe kom je hier aan? Van gemeente gekregen. Oh, hé, waar mang je nou op? Ja, gewoon. Weet je wat deze kan? Nou? Je raadt het nooit. Gokjes. Gordon. Laat het wel even zien. wat moet ik voor me stellen dan? Wat kan deze auto? Laat zien. Ga maar naast je auto staan. Naast mijn auto. Oh nee, 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 nee. Oh, oh Gerard! Notje, sorry, je sponsor gewoon dikke shout-out naar Notje, hij is cooler dan Noot. Ik wil even een Notje spam in de chat, ik lees zo meteen de donaties voor, dankjewel jongens. Maar Notje, dikke shout-out naar jou. Gast, jij maakt echt zieke filie. Wat? Ja, geen hart, joh. Mag ik? Ik ga het proberen. Oh ja, is goed. Ik wil het ook proberen. Want ik heb nog een auto gekocht. Oh, je moet even zelf instappen. Je hebt nog een auto en dan wil je niet mijn auto kopen. Ik heb je van je X6 gekocht. Ah, oh, ja, die is wel mooi. Dat moet ik al toegeven. Wacht, ik ga even testen. Notje, dikke shout-out naar Notje, jongens. Allemaal even Notjes hype in de chat. En de donaties lees ik zo meteen voor. Ook dan dankjewel voor de donaties vast. Maar die lees ik zo meteen voor. Maar echt, Notje, dankjewel man, voor het coolere noot worden. Jeet. Zieke. Wow, what the fuck. What the fuck, jongen. Oprecht heel ziek. Wacht even, ik word gebeld, Gerard. Okay. Echt heel cool dit. Je spreekt met een makkers. Yo. Hey, goedenavond. Hey, long time no see. Ja, dat is inderdaad even een tijdje geleden. Hoe gaat het? Ja, wel goed. Wel goed. Op het moment even rustig. Met Gerard wielies aan het trekken in zijn nieuwe auto. Oh. Je gelooft het niet, maar wielies, ja. Wat voor auto heeft hij? Ja, kever. Wat? Ja, een kever, ja. Een blauwe kever. Zo'n lelijk eentje, weet je. God. Ik weet niet wat het is, maar ja, hij trekt wheelies. Hoppa Gerard, mag hij überhaupt nog wel rijden?
Dat vraag ik me soms ook af. Nou, oké. Even dat tezijde. Ja. Vanaf hoe laat ben jij ongeveer alleen, denk je? Nou, ik ben op het moment alleen. Ja, oké. Okay. Althans, na... Ja, maar ik ben even met hem praten. Maar ik bedoel, als je me nu nodig hebt, kan ik wel komen. Of als je het later wilt, vind ik het ook prima. Maar dan heb je natuurlijk een uur of acht, oké? Okay. Ja, op zich, ja. Gisteren al tijd. Ja, het is nu 7:50 natuurlijk. Ja, nou ja. Dus over 20 minuutjes. Ja. Oké. Okay. Je weet welke locatie ik je vorige keer had gegeven, hè? Ja, ik weet waar je bedoelt, ja. Dicht bij de vorige locatie, maar ja, ik weet waar. Oké. Okay, je vroeg of ik er ooit was geweest. Ja. Ja, dan weet ik waar het is. Top. Richmond Hotel. Joejoe. Yes, joejoe, okay. Tot dan. Oké, jongens, doe ik even snel de donaties. We hadden een Rebecca Kevin. Leuk dat jullie nog steeds kijken. Overigens van 5 euro donatie. We zijn er weer en we hebben er zin in. Nee, Rebecca en Kevin, dikke shout-out aan jullie. Leuk dat jullie er gewoon altijd eigenlijk zijn. Dat vind ik oprecht heel dope om te zien dat jullie gewoon altijd gezellig aanwezig zijn. Stina met de 3 euro. Koop een motor. Weet je wat het is? Ik heb waarschijnlijk een plan vanavond om eindelijk mijn Audi die daar staat te verkopen. Dat zou eindelijk een keertje tijd worden. En er rennen mensen op me af. Ren alsjeblieft door. En alsjeblieft door. Laat me met rust. Laat me met rust. Hallo. We hebben een leuke vraag. Nou? Zeg maar, onze auto staat daar, ja, kapot. En die is kapot? Ja. Je kunt er misschien onze lift geven? Dat zou kunnen. Letterlijk, de impound staat hier 2 seconden om de hoek. Die staat hier echt letterlijk 5 seconden die kant op lopen en dan ben je bij de impound. Maar, weet je wat ik wel toevallig vind? Nou? Echt een joke. Volgens mij ga ik deze auto vanaf kopen. Oh. Is, oh, ben jij maar kopen? Ja. Wacht, ik word nu gebeld door, wacht even hoor. Hey Rick! Wat wel? Hey! Hey, volgens mij staat de koper naast me toevallig. Oh, serieus? Wacht, hoe heet je koper? Ja, ik ken alleen zijn tweede naam, laat me zeggen Dindin. Dindin is je tweede naam? Ja, dat is mijn... Ja, dan heb ik de goeie hier. Hey, dan hoef je het niet meer... Oh, hij staat er naast je. Dan laten we jou los en dan ben je niet meer nodig. Nou, oké. Okay. Nou, leuk. Nou, denk ik. Nee, nou, maar sowieso echt bedankt dat je even geholpen hebt met jou. Dat was geholpen dat je het gewoon voor me gedaan hebt. Yo, no worries, ik wou je net over bellen. Ja, nou, ja, ik merk nice het, man. Maar hij staat hier toevallig naast me. Oké. Hey, ik spreek je later, man. Dat zal ik vandaag nog. Snitch. Joejoe. Oké. Dag Rick, joejoe. Love you. Oh. Hey, jij, wacht even. Is het goed als jullie even wachten dat ik even iets in mijn hoofd hier doe voor een minuutje? Oh, ja. Yeah, en dan, prima, top, thanks. Oké, jongens, we gaan de donaties even voorlezen verder. Want we waren nog niet klaar. Dankjewel Rebecca Kevin voor die donatie. Daarna kwam Stina met 3 euro kopen motor. Ja, dat kan zeggen. Nou, we gaan onze auto verkopen. Maar ja, daar heb je die gas. We gaan eindelijk de RS7 verkopen. Notje was een nieuw sub, heb ik al gezegd. Dankjewel Notje. Andries 6 met 100 euro. Andries, jongen, hij is er weer. Net als de vorige keer, jongen. De legend. De ja, gewoon Andries, jongen. What the fuck. Met 100... Dirty, jullie hebben het waarschijnlijk allemaal al gezien. Voor jullie is het niet eens meer een surprise dat ik het nu voorlees. Daar staat hij daaronder. Andries met 100 euro. Hey, hallo. Gewoon echt ook een simpel berichtje erbij. Helemaal niet lang. Helemaal niet bijzonder. Als in laatste donatie natuurlijk wel. Maar helemaal geen speciaal berichtje. Dat vind ik zo grappig, jongen. Met zulke donaties. Dat er gewoon altijd ook hey, hallo bij staat. Andries, jongen. Ik wil even, als jullie dat nog lang niet gedaan hebben. Doe even de grootste hype in de chat. Voor Andries, ik iemand zeggen, ik heb je moeder gescoopt. Dat vind ik oprecht grappig, maar... Jongens, doe allemaal even een hype in de chat. Welke kleur had jij vorige keer ook weer, Andries? Volgens mij had jij paars... ik gok dat jij paars zat, hè? Of niet? Of had jij groen? Had jij een groen hartje of een paars hartje? Moet je even mee helpen? Sowieso de chat, zoals de moderators of de andere leden, die weten dat nog wel. Geef even dezelfde kleur hartje die we vorige keer aan Andries gaven, nu weer een Andries. Dan houden we het een beetje consistent zijn hartje. Dan krijgt hij gewoon zijn eigen hartje in de chat. Hoe dope is dat? Dat heb je niet bij een andere streamer, anders durf ik te wedden dat je geen eigen hartje in jouw chat hebt. Hey, dus Andries, dikke hype in de chat voor Andries. De kleurtje, ik weet niet welk hartje dat was, maar die gaat eraan komen, man. Insane bedankt. Karel met de 3 euro, kopen motor. Nou, hetzelfde antwoord als ik net op de andere donatie gaf. Noah Gaming is nieuw sub. Volgens mij werd die coolere noot, dus dikke hype in de chat voor Noah. Dankjewel voor het lid worden op mijn kanaal. Ik hoop binnenkort een beetje het lidmaatschap gedoe weer oppakken, zodat er meer profijt voor de leden is. Want het is een beetje lullig als er soms zo weinig profijt is. Maar echt... Insane bedankt voor de support, jongens, allemaal. Anne is er weer. Yo, Max, ben er weer bij. Succes met de stream met de 10 euro donatie, Anne. Dikke shout-out aan jou. Leuk dat je weer bij de stream bent. Echt gezellig. Enorm gezellig dat je er gewoon weer bij bent. Volgens mij was het een paar shortje, hè, jongens. Ja, paar shortje voor Andries in ieder geval. Maar Anne, dikke shout-out aan jou. Of Annie Wanny, Anne Bunny, Annie. Gewoon Annie, houd het eigenlijk bij.
Kan al met 3 euro kopen, motor. Je hebt 2 keer zelfs de donatie gedaan. Maakt niet uit. Dankjewel voor de donatie in ieder geval. Dikke shout-out naar jou. Vermani Jeter. Ik weet nooit hoe het uitspreekt. Volgens mij is het Jeter. Maar ik zeg altijd Jeter. 3 euro. Maak een mooie stream. Van gaat helemaal goed komen, man. Dankjewel. Dat doe je altijd aan het begin, hè. Dat is zulke donaties. Het is oprecht heel leuk dat je dat doet. Oprecht heel goed. Welke zie je gaande. Dikke shout-out naar jullie, man. Oprecht dikke shout-out naar iedereen. Paar shoutjes in de chat, Andries. Hey, Toos. Oh, jij hebt ook al zo'n auto. Nee, meen je dat? Nee, meneer, kijk eens de kenteken. Oh, dat meen... Huh? Maar het is hetzelfde kenteken. Ja, hey, hey, het is hetzelfde kenteken. Kijk, dat is wel cool. Oh. Oh. Hey, ja, even. Oh. Wacht dan even. De breekslijst is 100 euro. Oh, hey, hoe vind je je merch of heb je die nog niet gezien? Breekslijst, ik heb je merch gezien, man. Ik heb het doorheen gescrollt en weet ik van wat. Ik heb alles even bekeken omdat ik had beloofd. Oprecht die 100 euro. Ik word gebeld door Willem. Ik zeg even Willem. Willem, kan je heel even wachten? Oh. Ik heb uitkering die ik vol moet lezen. Ah. Goeie uitkering, weet je? Hoeveel? Het wellicht 100. Dus ik bel je zo terug, oké? Groetjes van Willem uitkerers. Groetjes van Willem, komt helemaal goed. Ik bel je zo terug. Oh, breekslices. Oh, met de 100 euro en 50 cent om die top donator plek te claimen. Jongens, doe maar even een hype. Welke kleur gaven we Colin ook alweer, jongen? Volgens mij was hij geel of groen. We geven hem nu dan wel de kleur groen. Groen is voor Colin. Colin, dikke hype in de chat voor jou. Tenzij jij een ander kleurtje kan herinneren. Maar echt insane weer, gast. Echt dikke hype in de chat voor Colin, jongens. Net was de hype voor Andries. Nog steeds echt oprecht een dikke hype nodig, maar... nu voor de breekslijst, oftewel Colin. Echt, ik wil even die dubbele dikke hype in de chat. Nu, doe maar een paars en een groen hartje. Want groen, die claimen we dan voor de breekslijst voor Colin. Jongens, de insane is... De hype is... De insane, ja, goeie. De hype is gewoon... Moet te groot zijn voor de chat. De chat moet vol staan. Dat het vervelend is hoeveel spam er is. Gewoon, ik wil even die spam voor hun in de chat hebben. Dikke shout-out naar hun. Hé, hey, meneer. Zeg maar ja, wat ik moet zeggen. Jij ging mijn auto halen, hè? Ja. Wil je hem nu al kopen? Of? Ja, ik kan hem nu al zeker. Weet je de prijs? 105.000? Ja, 105.000. 3 euro administratiekosten. Wil je hem nu kopen? Want dan gaan we dat gewoon fixen gelijk. Top, stap maar in. Stap maar in. En je vriend mag wel mee, hoor. Mag ik mee? Ja, neem maar mee, joh. Dan ben je gelijk... Nee, mag niet mee. Dan hebben we ook... Hé, Gerard, ik ben zo terug, oké? Ik ga even deze auto verkopen. Ben ik zo terug. Succes! Joejoe! En het besturen van... Dankje met 3 euro. Wil je groente doen aan opa Toos? Zal ik zo meteen doen. Dankjewel, Daantje, voor de 3 euro. Wat zijn? Deze auto mooier, heb ik vandaag rood. Toevallig ook gekocht. Hier, daar staat mijn, die rode. Oh, die is kapot inderdaad. Ja. Weet jullie waar een bank is? Of ik even... Ik weet wel waar een bank is. Ja, we gaan wel naar de... Naar die winkel. Ja, de winkel van Jan Klomp. De grootste scamwinkel die er is, jongens. Koop je niet je spullen. Je wordt... Zijn hier crossloads? Ja, crossloads helpt toch niet, joh. Nee, maar dit is één grote scam, deze winkel. Ik heb toch geen geld. Het is allemaal te duur. Oh. Het is allemaal te duur. Alle hartjes in de chat, wat leuk jongens, oprecht bedankt. Ja, neem je tijd. Jongens, we gaan eindelijk de auto kwijtraken. Eindelijk die stinkauto kwijtraken. En dan is die niet meer van mij. Die stinkauto is een hele mooie auto. Maar ik rijd er zo weinig in en ik wil gewoon iets anders. Wanneer zijn die kastnoten zo duur? Ja, dat zeg ik. Het is een grote scam deze winkel. Sander, als je meekijkt, je bent een scam. Nou, normaal waren ze 300 euro. Nu oh, ja. Gamer. Yes. Hoe heet het? 3 euro administratiekosten. Oh, ja. Ik dacht dat het 9 euro was. Ik heb wel ervaring mee. 3000 kijkers, leuk dat jullie allemaal zijn, jongens. Ben je nog niet geabonneerd? Check dat zeker dan even. Met een linkje in de beschrijving. Je bent gescamd, doei. Nee, grapje. Kom maar. Oké, dat deed ik met Spier. Geef sleutel, toch? Ja, en dan. Kenteken ID. Ja, en daarna het ID. Of je geluksnummer, dat bedoel ik. Ik bedoel je geluksnummer. Eerst geluksnummer en dan het ID. Nee, niet waar. Les geef, sleutel. 442. 4 2 FUG113. Ga jij ze van de kant? Nog een keer, wat is je geluksnummer? Moet jij van de kant lopen? 442. Huh? Maar het is toch eerder. Ja, dat heb ik gedaan. Dit moet je doen. Nee, je moet eerst het kenteken. Dan wel eerst het kenteken. Ja. Dit zou eens. Hij heeft het verpest voor mij als het zo is. Ook wordt gebeld door iemand. Ja, hij heeft ook nog gewoon. Oh, ja.
Je bent echt een slechte burger. Ja, je loopt gewoon tegen mij. Ja, echt een slechte autoverkoper, hè. Hier. Nou, succes met je auto. Heb je nog een lift nodig, of... Nou, ik zit eerst even op mijn bank. 2 seconden. Nou jongens, we hebben eindelijk weer wat geld op de bank staan. We hebben hem verkocht. We hebben hem, jongens, in de chat. We hebben hem. Althans, we hebben hem niet meer. We hebben hem niet meer in de chat. We hebben hem niet meer. Daar houden we het maar bij. Storten. 105.000 euro. Hoppakee. Op de bank gezet. Andersom. Groetjes terug. Breekslijsters. Nice. Ja, zet me maar weer af waar jullie me opgehaald hebben. Oh, ja. Maar jij ons... Ja, waar ik jullie heb opgehaald. Ja, die oude reden me gewoon onder, joh. Ik word weer gebeld door iemand. Hey, jongens, we hebben hem verkocht. We hebben hem niet meer. We hebben nu gewoon het geld. Kijk, we gaan even op de bank checken hoeveel wij nu gewoon hebben. Hoe top is dit? We hebben nu gewoon op de bank staan 170.000 euro. Oh, wat lekker dit. Wat is de naam eigenlijk? Wat heerlijk. Makkers. Oh ja. Hey, jongens. Oude lullo's. Wacht, ik dankjewel, jongens. Veel plezier met jullie auto. Ja. Joejoe. Maar Gerard, ik word gebeld in de tussentijd. Pas op, pas op, pas op! Oh! Sorry, hallo, met Max. Hallo? Sorry. Hallo? Oh, hey, Jan. Hey, ik heb jarenlang gespaard, ja, ik wil jouw nieuwe auto kopen. Jouw ja, auto. Hou je bek, jongen. Wat? Hou je mond. Wat? Ik heb hem net verkocht. Wat? Ik heb hem echt net 2 seconden geleden verkocht. Nee. Hey. Hoe lang heb je gespaard? Je zegt jarenlang gespaard, maar ik heb hem echt pas... Nee, ik heb hem echt pas... nog geen week, volgens mij, of 2 weken... Ah, arme Jan, we moeten Jan troosten, jongens, maar ik heb een 8 uur afspraak. Hey, Toos, jij denkt, jij rijdt mij even gewoon aan. Sorry, Max. Max, je moet het nu met Toos doen, ik ga er vandoor. Oké, hoe bedoel je? Wat dan? Ga je weg? Ja, maar ik ben er straks wel weer. Oh, prima. Wacht, Toos, ga even staan, dan rijd ik jou nu even aan. Nee! Jawel, dat komt goed, vertrouw me. Nee, dat slaat. Vertrouw me. Okay. Vertrouw me. Nou, doei. Doei, doei Gerard. Ja, maar ik zal wel weer op slag dood zijn. Nee joh, komt-ie. Komt-ie? Huh? Komt-ie? Tonk! Oh. Gedoos. Waarom deed het bij mij minder pijn dan bij jou? Ja, mijn linkerarm, rechterhand en linkervoet. Hé, hey, ik mag Gerard's auto wel leden, toch? Gaan we even cruisen. Nee, hij heeft hem op slot gezet. Wat deed je dan? Huh? Maar die is toch van jou? Nee, nee, nee. Huh? Hoe kunnen er nou 2 staan? Nou, ze zijn door de kopieermachine gegaan. Waar is... Kun je hier nou een wielen mee maken? Ja. Nee, 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 kijk, dat kan niet. Oh ja, blijf... Let op, komt-ie. Komt-ie. Ja, komt-ie. Dag! Ja. Nee, grapje, doei. Oh, oh, wacht, wacht, wacht. Oh, oh nee, never mind. Nou, maar. Ja, nu dan. Nu dan. Komt-ie. Je moet helemaal stilstaan. Oh, oké. Okay. Hoe lang kunnen we het volhouden als we jullie... Oh, wat was dat voor teleurstelling? Ja, je bent te dik. Ik ben echt te dik, hè? Dan komt dat met z'n 2 in de auto zitten. Wat is dit, jongen? Voor troepauto. Zouden we heel even langs de huisarts kunnen? Maar dan? Of heb je een verbandje? Ik heb geen verbandje. Dan moeten we even langs de huisarts. Oké, dan gaan wij langs de huisarts in Gerard's auto. Althans, nee, ik moet mijn eigen auto ophalen. Ja, en wat? En daarna gaan we naar de huisarts. Oké? Okay. Ja. Deal? Deal. Deal? Deal. Deal? Gaan we dealen? Deal? Deal? Deal. Deal. Deal met je deal? Stap maar uit. Nee. Nee, grapje. Niet doen. Alsjeblieft niet doen. Deal. Maar jongens, 3500 mensen alweer. Leuk die er allemaal zijn. Check of je bent geabonneerd daar. Je naam komt boven in het midden. Breng hem even naar de 104.100 abonnees. Nog 25. Oh, wat fuck. Naar de les. Wat, dat rijmde echt gewoon. Dat was het rijmde. Dat was precies dat ik 25 hey, zei. Hey, dat is je auto. Dat is niet mijn auto. Oh. Maar check even of je bent geabonneerd, jongens. Kleine moeite, ik zou het enorm waarderen. Dus check dat zeker eventjes. Je naam zou boven in beeld komen. En dan kijken hoe ver we komen met het aantal abonnees deze stream. Ik ga hem ook even op. En dan gaan we nu eigenlijk een mogelijkheid hebben om een motor te kopen. We hadden nog wat nieuwe donaties. We hadden nog een donatie van... ik moet nog de groetjes doen van Daantje. Vermani Jeter. Ja, klopt, het is Jeter, niet Jeter met de E. Maar ik zeg Jeter, want dat is vanaf nu gewoon je naam. Dat Hallo? Klinkt leuker. Toos, wat doe je? Hey, groetjes van Daantje. Hey Daantje, goedemiddag. Goedemiddag, hè. En dan breek ik zo'n 3-5 doe de groet aan Willem. Zouden we doen zodra we Willem tegenkomen. Nou, ik ga even Willem bellen. Oh, gezellig. En dan moet ik even kijken, want ik heb 8 uur een afspraak. Echt waar? Ja. Wat dan? Met mijn Zeppelin bedrijf. Zeppelin bedrijf. Hoor je me, hallo? Nou ja, nee, leuk. Hoor je me? Je hoort me niet meer, hè. Hallo? Hallo! Met mijn Zeppelin bedrijf. Hallo! Toos!
Zeppelin? Zeppelin bedrijf. Ik snap het. Ik ga nu met Willem bellen om over het Zeppelin bedrijf te praten. Hey Willem. Hey. Hey. Zeppelin bedrijf gaat goed. Ja, gaat stampen. Ja. Hey, jij weet al, je mag Turi chat, hè? Ja, ja, ik ben helemaal nu onderweg. Als ik hoi Willem. Toos nu even achter laten. Ja, precies. En dan ga ik... Hoi, nee. Waar moet je achterlaten? Bij het ziekenhuis, Toos? Nou, hoor je thuis. Bij de psychische afdeling. Nou, dan ziet Willem jou zo, hè? Ja, tot zo, Willem. Over het Zeppelin bedrijf. Groetjes van jou... Van... Nou, hij heeft er opgehangen. Hij heeft er opgehangen. Oh, nee. Ik was net op tijd, ja. Ik hoor in de verte nog steeds... Ja, maar dan moet je even je stembanden uit en aan zetten. Stop, nee, ik vind het wel fijn. Oh. Zal ik gewoon nu doorrijden? Ja, kan wel. Ja, doe maar. Ze denken vast wel dat het gewoon groen is. Let maar op. Ja, dat denk niks ik aan de hand. Hier, zie je? Politie, Roeveen. Nou, dan weet ik wat ik voortaan moet doen. Gewoon heel even remmen en dan doorgaan. dan letten ze niet meer op, weet je. Dan heb je een de session off guard. En dan ja, kan je gewoon door rood rijden. Ik ga heel even mijn oren uit en aan zetten. Je oren uitspuiten. Ja. Nee, dat snap ik. Doe ik ook wel eens mijn oren uitspuiten. Dan ga ik daar naar tanken en heb ik afspraken over het Zeppelin. Dus als je binnenkort een Zeppelin ziet met Willems hoofd erop, dan weet je waar het vandaan komt. Oké, okay. Hey, ik ben al klaar, maar ik vond het echt wel fijn eigenlijk. Ik hoorde alleen maar, ja, ja, Willem! Ja, ja. Ja, dat is Willem. Dat is Willem, jongens. Ja, vond ik wel fijn. Vergeet Jan Klom niet, jij moet het ook niet vergeten. Willem! Hier, ja, Willem. Hier, Toos. Succes met de psychische afdeling. Ja. Je moet zelf je vervoer terugzoeken. Ja, dat zal wel weer. Hey, zie ik je vanavond nog? Ja, is goed. Komt helemaal goed. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk wel. Nee, ik weet het nooit zeker. Dat is het ding, Toos. Ik probeer er altijd te zijn, maar soms heb ik het druk. En als ik het niet druk heb, dan ben je er nooit. En als ik het druk heb, dan ben je er altijd. Je liegt. Nee, dat is echt zo. Ik ben er altijd. Dat is echt zo. Ik ben er altijd. Dat klopt. Oké, Toos, ik spreek je later. Ja, dag. Toos. Ik heb een afspraak, wel alsjeblieft. Stap uit. Oh ik... ja, ik moet nog uitstappen. Ja. Hey, doei Toos. Hey, Marcus. Ja? Succes. Yes, komt helemaal goed. Wat een lul. Hoi man. Oké jongens, ik heb nu een afspraak. Klikbeetje wordt helemaal niet gevolgd. Jawel, we worden gevolgd. Er staat niet... Oh, je staat wel achtervolgd. Jawel, we worden toch gewoon achtervolgd. Letterlijk niet... Maar op een andere manier worden we achtervolgd. We worden... in de gaten gehouden, we worden telkens gevolgd met wat we doen en weet ik van wat. In plaats van een achtervolging als in de politie zoekt ons en al die andere meuk, worden we gevolgd als in de gaten gehouden. Het is een retorische vraag. Wat een lelijke auto dit zeg. Holy shit. Of is dit niet de persoon die ik denk dat het is? Hallo? 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 Dit is sowieso Jordi. Hallo? Nee, ik dacht dat iemand anders... Oh, sorry, ja, ik letterlijk jou ook. Kut, ik dacht dat het Jordi was en is het een of andere random dude. Is het een of andere random fucking guy, terwijl ik denk dat het Jordi is. Sad. Oh! Zo! Ik rijd die Karuma even bijna aan. Oei, oei, jongen, zo! Oh, holy fucking crap. Jongen, ik rijd bijna die fucking Karuma aan. Ik ga eerst tanken, jongens. Daarom heb ik een waypoint gezet op het tankstation. Oeh, nou dat was bijna einde verhaal met de auto. Oké, dan gaan we die afspraak hebben met onze heer Renzo en waarschijnlijk onze heer Willem. Willem. Maar ik werd gevoeld dat ik gevolgd word door die Karuma, want ik zag hem net al eerder ook. Dus zou ik gevolgd worden door die Karuma? I don't know. We gaan het even in de gaten houden. We gaan het sowieso even in de gaten houden. Zo. Dan gaan we hier tanken. Wat is dat voor auto? Niks. Een of andere random. Een of andere random. Dan gaan we bij Ron. Kom op, Ron. Ron Plomp. Oh, kut. Crap. Even vliegen. Tank is bijna leeg. Ja, daarom ben ik ook hier, hè. Daarom zijn wij ook hier te plaatsen. Hoppakee. Bijna 3600 mensen. Leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de livestream. Ben je nog niet geabonneerd? Ik blijf het heel graag zeggen. Dat is echt een heel favoriet zinnetje van mij. Wat voor auto is dit? Die Karuma, ja! Ik zei het toch, die Karuma volgt ons! Die Karuma, jongens, die volgt ons! Wie zit er in de Karuma? Wie zit er in de Karuma? Ik ga Renzo bellen dat ik gevolgd word, voor mijn gevoel. Recent, ja, recent, goeie. Hier, ik ga zeggen dat ik gevolgd word, denk ik. Zo, ik ga het fluisterend zeggen. Ja. Goedemiddag. Ik denk dat ik gevolgd word door een zwarte Karuma. Ik kom hem nu al meerdere malen tegen. Gezellig, maar als je zometeen die oprit van het hotel oprijdt en we zien hem ook, dan pakken we hem even aan.
Oké, prima. Prima, is goed. Oké. Okay. Joejoe. Oké, jongens, ik heb het vermeld. Dus ik denk, hey, dan stel het is een of andere rando, dan is het opgelost. Maar ja, ik word sowieso gevolgd. Jan Klomp en Riddler. Edward, Jan Klomp, Jan. Ja, ik weet, mag het eigenlijk niet via jullie weten, jongens. Dat is een beetje het ding. Want nu, metagaming. Dan metagame ik. En dat is zeg maar niet de bedoeling. Maar ja. Maar goed, waar ik mee bezig was, is... Ben je nog niet gaan meneer Doelen even? Het is een heel favoriet zinnetje van mij. Je naam komt boven in beeld. We brengen deze even naar de 100. Kleine moeite, check het even. Check ook of we op gelijk hebben 1300 likes gezien. Dat we wel, weet ik wat, 2000 likes kunnen halen. Want we hebben bijna 4000 kijkers. Wie weet is dat wel een mogelijkheid die wij kunnen gebruiken. Dus heb ik net... Kijk, hier staat hij weer. Dus staat hij ook gewoon. Wat een lul is het, hè? Nikaruma, jongen. Echt, geen idee wie het is. Nee, ik mag oprecht niet weten wie het is. Ik zit even te denken... Wat zal de Riddler mij dit jaar weer gaan schenken? Hier moest ik zijn, hoppakee. Zo, laten wij die kant op gaan. Die snel dan, gewoon richting Renzo. En dan gaan we beginnen met de roleplay voor deze avond. Er is nog niet echt veel gebeurd, jongens. Behalve dan het feit dat ik letterlijk aan het begin van mijn stream mijn Audi heb verkocht. It happened. It's gebeurd. What's gebeurd? It's gebeurd. Oh jee, oh nee. Oh, oei. Hoppakee. Dit is de goede manier hoe je dit erf op rijdt. Laten wij de auto rustig parkeren hier. En daar zullen we ze hebben. Ik zie Willem ook al staan, volgens mij. Even checken. Kijk, daar heb je die Karuma weer, jongens. Daar heb je hem. Hallo? Zijn we er weer? Mijn internet dacht gewoon te zeggen... Hey Max, leuk zo'n stream van jou. Maar weet je wat? Ja, we gaan gewoon je stream niet laten werken, weet je? Dat is gewoon niks voor jou, dat livestreamen. Dat laten we, we zorgen gewoon dat jouw stream gewoon niet meer soepel loopt, weet je? We gunnen jou dat helemaal niet, zo'n stream. Dus weet je, we zijn terug. ik heb YouTube gesmeekt. Ik bedoel, ik heb mijn internet gesmeekt. Ik zei, gun mij nog een kans op het internet. Ik weet het, voila nifo's. Mijn stream deed poep, maar nu gun mij nog meer kansen en we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nee, mijn internet lag gewoon uit, jongens. Daar kwam het echt op neer. Maar hij doet het weer. Ik was net met Ido bellen. Ik zou mijn modem niet starten, maar toen deed hij het eigenlijk ineens weer. Geen idee waar het vandaan kwam. Mijn internet dacht gewoon echt van... Jotem, we gaan eruit vallen. Yeah! Ik zal mijn stream hier even refreshen. We hadden ongeveer bijna 4000 man, dus... Hè, ik weet niet of iedereen terugkomt. We gaan het zien. We zullen het beleven. Verder maakt het mij ook niet uit, joh. Al komt niet iedereen terug, hè. Ik kan ze ook niet blamen als ze lekker iets anders willen doen nu. Maar we gaan verder waar we gebleven waren. We waren net aangekomen op het scenario. In principe niks aan de hand. Allemaal geen probleem verder, hè. Kan gebeuren. Kan gewoon gebeuren. Masco, 3 euro, welkom terug. Dankjewel, man. We zijn even heel kort weg geweest. Geen nee, het was echt gewoon... ik was aan het praten en ik hoorde mensen mij niet meer. Verder begon ook alles bij mij te laden, al mijn eigen stream dingen. Ik denk... Dit is kwaliteit. Oh, en dan spannen we ook nog als zo eentje in. Dat meen je. Spannen we nou zo in. Moeten we nog een keer reloggen. Dit vind ik niet leuk. Nou, dan gaan we nog een keer proberen hoor, jongens. We gaan het gewoon nog een keer proberen. kijk je mensen terug. Het waren er 200. Ja, ik snap het ook hoor. Ik zou ook niet kijken naar een beeld wat alleen maar aan het laden is. Daar heb je toch ook geen zin in op je vrije dag. Lekker op je vrije avondje. Wil je gewoon wat leuk zien. Wat heb ik gemist? Nou, misschien... jeet het er even uit. Dus in principe heb je geluk dat je nu net pas joint. Want dan heb je niet zoveel gemist. Behalve het feit dat ik mijn Audi RS7 heb verkocht. Ik heb afgesproken met Renzo, Mike Bartels en Willem. Dus daar gaan we ook lekker naartoe. That's it eigenlijk. Bedankt je wel nog, Masco, voor de 3 euro. En we zijn gewoon weer bezig met alles opstarten. Niks aan het handje in principe. In principe, mijn jongens. 2200 mensen weer. Anne met de 10 euro, dat was even pech. Wifi weg, ja helaas wel hè. Dat pech wel, kan je het wel noemen inderdaad. Het was wel sad. Het was wel heel sad, gewoon ineens. Maar ja, het kan gebeuren. Kunnen we met z'n allen ook niet zoveel aan doen. We kunnen dan wel klagen, maar ja, nee. Dat is het internet hè. Daar heb je gewoon geen houvast op in principe. Hoezo vrije avond? Ik heb gewoon school. Ja, dan heb je toch... Ik neem aan dat je schooluren niet gewoon 's avonds zijn... En dat je dan gewoon eigenlijk een vrije avond hebt. Of je huiswerk of niet hebt. Je avond is vrij. Rebecca, Kevin, 3 euro. Denk ik. En anders ben ik gewoon heel eigenwijs voor beide altijd. Spijt me. Rebecca, Kevin, 3 euro. We zijn er gewoon bij. Hey, lekker dat jullie er gewoon nog zijn. Oprecht leuk om te horen dat mensen zoals jullie gewoon nog terugkomen. Ondanks dat de shit er gewoon uit was gegeet. Vind ik heel leuk om te zien dat jullie dan terug zijn.
Aan wie heb je Audi verkocht? Ja, ik weet zijn naam niet eens. Volgens mij... Nee, ik weet oprecht zijn naam niet eens. Dat is nog een beetje het ding. Althans, dat is een ding. Dat is op zich wel grappig. Check of je hebt gelijk, jongens. Ben je nou net terug en denk je... Ja, wat zet dit? Check dan even of je hebt gelijk de stream. We hebben nu 1.7k likes. Kijk of we daar 2000 likes van maken. Kleine moeite. Dus check het heel even hier beneden. Je kan daarna ook gewoon gelijk de stream abonneren en zo. Ik zal heel even de heren terugbellen dat ik... in één keer dood ging of zo in mijn hoofd. Mijn hoofd, breincapaciteit, IQ daalde met 100%. Zo. We zijn er weer. We zijn dat er weer. Dat zou zo terug, plakkers. Oké, okay, ik zeg maar tegen de heren dat ik een brein meltdown had en mijn IQ dropte naar nul. Zijn we van bewust. Oké, okay. Ik ben er in ieder geval weer. Ja, dus neem ik zo contact wel met jou. Yes, top. Wanneer is dat ongeveer, denk ik? 10 minuutjes. 10 minuutjes, oké, okay, dan ga ik rondrijden in de tussentijd. Joe. Marcel. Doei. Clancy, Xander, leuk dat je er bent. 3 euro, Max, je hebt toch niet overgestapt op Belgisch internet, hoop ik. Dat kan gebeuren, dan kan dit gebeuren. Geen haat naar de Belgen die kijken. Nee, we zijn niet overgestapt. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik heb een soort curse en gewoon een vloek hangt er over mij, jongens. Omdat mijn internet altijd raar doet. En ik ben nu gewoon bij top internet. Ik heb hier gewoon 500 mbps. Ook gewoon als ik een speedtest doe, staat dat er. Helemaal top. Maar ja, dan in één keer jeet het er gewoon uit. En dan is het gewoon sad max noises. En dan... zijn we verdrietig en dan kunnen we daarna weer verder, hè? Maar ja, dankjewel voor de 3 euro. Leuk dat je gewoon bij mijn stream kijkt, Sander. Vind ik oprecht heel dope om te zien dat je er gewoon altijd bent. Sander is voor de duidelijkheid, jongens, iemand die echt al sinds het begin der tijden van Roy en mijn YouTube-kanaal, maar ook bij Roy's YouTube-kanaal, is natuurlijk net wat ouder, al kijkt. Net zoals Quintastisch, dat zijn ook van die namen die ik nog ken. En er was ooit eens een Matthijs, maar ik ben zijn achternaam vergeten. Die kijk ook altijd al. 8 euro voor Rick. Max mis een idee om beter internet te kopen. Nou, ik leg net uit dat het internet echt top is hier. Maar ja, dat het er soms mee uitvalt, hè. Dat is, dat kan je gewoon niet zoveel doen. Dat is dan gewoon een provider foutje of zo. Geen idee. Ik bedoel, ik ben blij met het internet dat ik heb. En eigenlijk mag ik niet klagen. En dat dit kan gebeuren. Daarom dan hoef ik eigenlijk helemaal niet te klagen. Hoe gaat het deze avond? Ja, prima. Het gaat helemaal top zelfs. Het gaat helemaal top zelfs. We gaan krasloten kopen. Want ik merk dat ons geluk al mee zit vanavond. Dus dan is het moment... Oh, we hebben hier geen krasloten. 3 euro van Balnoot. Hey, makkers met de C. Veel plezier met je stream. Ik ben er de hele avond bij. Hey, makkers. Of makkers. Ja, ik ga je ook gewoon makkers nu noemen. Balnoot. Wat een originele leuke naam. Heb jij. Dikke shout-out naar jou. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Oprecht heel bedankt. En leuk dat je de hele stream bij bent, man. Dat is oprecht leuk om te horen. Ik hoop dat de stream een beetje leuk is. Dat je het naar je zin gaat hebben. Ik ga mijn best doen om daar gewoon voor te zorgen. We hebben 3100 man inmiddels. Dus hey, misschien ben je niet de enige. Hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat? Ga een motor kopen. Ja, we kunnen wel even. Althans, ik heb het volgens mij tegen de tijd dat ik daar ben. Dat ik al gelijk weer gebeld word. Van, hey, Niffo. Kan je nu afspreken, ondanks dat je net gewoon wegviel. Dat je even een beroerte kreeg of zo. Nou, je kan je ook wel geen krasloten kopen, jongens. Het geluk zit gewoon niet mee. Dit is Dansco's winkel. Is dit Dennis winkel of Emilio? Echt? Hoe heet deze winkel? Hoe heet die? Gal en Gal. Gal en Gal. Oké. Gal en Gal. Nou, laten we dan maar naar de autowinkel gaan. En wedden als we aankomen, jongens, worden we gebeld. Of echt vlak voordat we er zijn of zo. Ga in ieder geval even kijken, want we hebben het geld, jongens. Het geld is aanwezig. Dus daar kunnen we enorm blij mee zijn. En de autowinkel is hier om de hoek. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo'n groot probleem. Eigenlijk is dat best wel gunstig zelfs. Dat het best wel heel gunstig uitkomt. Bel Jan Klomp terug. Ja, ik moet zo meteen even Jan Klomp terugbellen. Alleen, dat wil ik doen zodra ik weer klaar ben met waar ik mee bezig ben. Zodat ik niet 100 miljoen dingen tegelijk door elkaar heen doe. Dat zou een beetje zonde zijn van de situatie. Dat zou heel zonde zijn. 3200 mensen zijn weer. We hadden er net 3600. Dus langzamerhand komt iedereen toch weer gezellig terug. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben enorm blij dat je gewoon besloten hebt. Dat je denkt, van, weet je, ik check even of je het weer doet. En ja hoor, hij doet het gewoon weer. Dus leuk dat jullie er allemaal zijn. Deel even met je vrienden de stream. Dat we gewoon weer live zijn. En check zeker even of je bent geabonneerd. Dan gaan we deze stream nog de 104.100... Ja, en 100. Dat was het inderdaad. 100 abonnees halen. 4 donatie. En zet alsjeblieft die hoed af. Nee, die hoed die is goud, jongens. Daar zit mijn geheime informatie onder die ik altijd nodig heb. Maar goed, wij hebben 180.000 euro op de bank staan. Dus we kunnen bewijzen van mooie autootjes kopen. Maar ik heb ook gezegd dat ik een motor wil. En die motor, dat is die Yamaha R1... van 75.000 euro.
Dus wat doen we? De motor is een optie. Ja, Alfa Romeo vind ik ook heel mooi. Maar ja, die is overigens wel heel mooi, die Stelvio. Die is wel echt heel mooi. De Bentley heb ik al gehad. Audi. Zullen we de Audi RS7 kopen, jongens? Nee, dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen. BMW. Ook leuk, maar daar zie ik te veel mensen in rijden de laatste tijd. Dus, hè? Hè? Een beetje stom om die wit te doen. Ik zie iedereen wel motors zeggen. Ja, jongens, ik weet dat jullie heel graag een motor willen. Volvo, zullen we anders deze kopen, jongens? Ik vind deze denk ik wel mooi, hè? Zullen we deze kopen? Wat zeg je? Hoort het mij? Ja. Dit is echt raar. Ik ben nu niet echt serieus op de bodycam gaan volgen. Nee, dat is niet echt, joh. Dat geloof ik. Ik kom je nu weer tegen. Nee, dat geloof ik, joh. Geen probleem. Geen probleem. Zullen we deze kopen anders, jongens? Deze is toch wel... deze is wel mooi, hè? Ik denk... Ik heb er lang nagedacht over mijn keuze. En als je de aerodynamische hoeken ziet van deze auto... Heb ik toch een soort aantrekkingskracht voor deze. Ik zou je eigenlijk een proef... Nee, natuurlijk niet. Ben gek, dat gaan we niet halen. Nee, ik denk dat ik gewoon die motor ga halen, jongens. Ik zie jullie het ook allemaal zeggen. Een fiets. Ja, fiets is ook wel een goeie, hè? Fiets is ook wel een goeie. Nee, ik denk dat we gewoon de R1 halen. En dan hebben we een motortje erbij. Het is wel heel chill, moet ik zeggen, om een motortje hierbij te hebben, hoor. Dat is oprecht heel chill, hoor. Even gebeld door anoniem nummer. Hoi. Goedemiddag, avond. Goedenavond. Hey, Edward. Hey, hoe is het? Ja, prima. Prima, ik krijg nog even een breindood aanvaltje. Maar ja. Ik ben er weer. Verder wel goed. Wat mooi. Ja, mooi, hè. En wat is er? Gewoon, ik ben gewoon benieuwd. Ik vind het altijd gezellig. Ik vind het altijd gezellig. Ja, gaat goed. Yes. Dus met jou? Tuurlijk. Ja, prima. Ja? Ben doen. Ik sta in de autowinkel bij de Lauwman. Lauwman? Ja, ik heb zojuist mijn RS7 eindelijk verkocht en nu kan ik een motortje wellicht halen. Klinkt goed. Mm-hmm. Klinkt goed. Ja, het mocht wel eens tijd worden netjes. Dat hij verkocht is. Heel netjes. Nee, oké, duidelijk. Ja. Toppie, dank je. Geen probleem. Staat hij aan de overkant, jongens? Is dat nou Edward? Of niet? Je kunt het even checken als dat de Karuma is. Ja, daar staat Karuma. Zo is dat Edward. Nu zou ik het ook al in-game kunnen snappen. Nu zou ik het in principe in-game kunnen snappen. Zal ik de motor halen, jongens? De motor... ik denk het wel, hè. Ik denk dat we allemaal eigenlijk wel van mening kunnen zijn dat ik gewoon die motor moet gaan halen. En dat we, ja, dat het gewoon een goede keuze zou zijn. Verder zit ik even te denken. Zou ik het nu doen of zou ik het nog even wachten dat we nog even kunnen borrelen over de optie. En kunnen kijken, want ik weet bijvoorbeeld die Urus, die is ook heel mooi. En daar zou ik even door moeten sparen. Ik ben niet meer zo heel ver van die Urus vandaan natuurlijk. Dus zeggen jullie het maar. Nu de motor halen, de R1. Of wachten. Dus motor of wachten. En wachten is dan mogelijk voor toekomst. Voertuigen. Dus dat is helemaal aan jullie. Wachten of de motor. Spam het maar in de chat. Want dan spam het, zeg het één keer. We hadden nog een donatie van Melvin is jarig. 10 euro. Gefeliciteerd Melvin ten eerste. Dikke shout-out naar jou. Hey Max, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed, want ik ben jarig. En ik dacht, ik geef jou wat, omdat ik lief ben. Dus jij denkt, je trakteert gewoon even. Hey Maurits. Melvin, dan wil ik jou even trakteren met een gefeliciteerd in de chat... Van iedereen. Gefeliciteerd Melvin, jongens. Kom op, spam het even in de chat voor Melvin. Dat lijkt me hartstikke leuk als iedereen dat even spamt. Dus Melvin, gefeliciteerd met je verjaardag. Dikke shout-out aan jou. En maak er een leuke avond van. Want de dag is in principe al bijna voorbij. Hey, Jerry. Hey. Hey. Kijk op je app. Op mijn app. Ik zal nu op mijn app kijken. Blijf aan de lijn. Ja. Jouw app moet ik dan kijken? Gok ik? Wat is dit? Hey, kurkentrekker, koop R1. Ik ga hem kopen. Heb je gezien? Hey, kurkentrekker, koop R1. R1 bedoel je toch? Of niet? Hey? Wat zeg je? Je bedoelt toch, hey, kurkentrekker, koop R1? Ja. Ja, dat ga ik doen. Gaan we doen. Gaan we regelen, oké? Okay? Ja. Hey. Laten we het houden dat het verstandig is als je die koopt. Ja, kan jij... Ik kan natuurlijk niet veel via de telefoon zeggen. Oké, maar ik, mijn auto staat hier ook nog, dat is een beetje een ding. Reageer toch lekker niet, joh, pa, zei je. Ik reageer toch op je? Nee, ik hoorde niks. Ik zeg, mijn auto staat hier ook. Oh. Dus, als jij mij kan helpen met mijn auto dan even ophalen om in de garage te zitten. Dus je wil nu eigenlijk zeggen dat ik moet komen lopen?
Nee, dat hoeft toch niet. We gaan er gewoon heen en weer. Ik rijd nu met mijn motor die ik ga kopen naar de garage. Zet hem in de garage. Mm-hmm. Jij haalt me op bij de garage. Rode garage doen we gewoon. Ja. En vanaf daar... Breng je mij weer terug? Breng... Ja. Oké? Oké. Oké. Dat is een plan. Plan. Joejoe. Oké, okay, tot zo. Joejoe. Wat een mooi pak heeft die meneer. Ja, vooral de hoed, hè? Ja. Vooral de hoed. Ja, hey, ik ga even een motortje kopen. Ja, ik heb nog wat geld nodig. Heeft u nog wat geld? Ik heb inderdaad nog wat geld. Ah, ik bedoel iets van 500 euro. Wacht, ik ga even kijken. Ja, is goed. Prima. Dan ga ik snel weg. Wow, de kleur is oprecht wel dope. Ik heb niet eens de kleur zoals dit gekozen. Ik heb een nieuwe mail. Heb ik een mail? Van wie heb ik een mail? Oh, van Lauwman. Wauw, ik krijg nu een berichtje. Of een belletje. Goedenavond. Hotel? Ja, ik ga heel even snel iets in mijn garage zetten. En dan kom ik er gelijk weer aan, oké? Okay? Ik had even... Hoe lang? 5 minuten. Goed. Hooguit. Joe. Alright, joe. Stap op. Je moet toch iemand je auto hebben? Nee, dan rijden we met de motor naar de... Oh, trouwens, dan zet jij mij hier weer af. Top. Yes. Oh, goeiedag. Kom. Stap... Oh, wat doet hij? Wat wil je nou? Wat is zijn gedachtegang? Okay. Wat is jouw gedachtegang hierachter? Wat is jouw gedachtegang? Jij stapt bij mij in. Oh nee, ja, wacht, dat werkt natuurlijk niet. Oh, dat werkt natuurlijk niet. Oh mijn god. Oké. Okay. Rij naar de dichtstbijzijnde garage. Ik volg jou wel. Oh mijn god, ik ben echt een ei natuurlijk. Oké, okay, jongens, we hebben een motor. We hebben hem, jongens. We hebben de motor. Jullie hebben eindelijk jullie zin. De motor is binnen. We hebben de motor. We hebben het rijbewijs. Hebben we ook gewoon. Je lijkt echt op zo'n mannetje met zo'n goudpot die langs de regenboog. En zo'n gnoom. Of zo'n, wat is dat? Hoe noem je dat ook alweer? Zo'n Iers iets? Een imp. Ja, geen idee hoe dat heet. Hoe heet dat ook alweer? En niet een dwerg, maar een, hoe heet zo'n mannetje ook alweer? Met groen pakkie. Aan het einde van een goudpot. Hoe heet zo'n soort mannetje ook alweer? Geen dwerg, toch? Is dat een... Hoe heet dat ook alweer? Ik ben echt een idioot. Hé, hey, top. Dit is top. Goede rode peper. Zet hem even in de gaas, hoor. Ik vroeg me af of je een IQ had van een bad denkt. Ja, ik denk het wel, hè? Ja. Ik dacht het ook al. We moeten even een helm kopen, jongens. En dan gaan we ook een keer upgraden. Maar we hebben 3900 mensen die kijken. Leuk dat jullie allemaal zijn. Check of je bent gewoon wanneer je naam komt boven in beeld. Kijk even hoe ver we deze met z'n allen kunnen brengen. Ik heb allemaal geloof jullie dat als je nog niet bent geabonneerd. Dat je denkt van, hé hey, Jotem, ik ga nu wel deze gozer wijf abonneren. Stap op. Gaan we wel even tunen, hè? Ja, nou, ik heb eigenlijk even een afspraak staan. Oh. Met je weet wel wie. Dus ik zet jou weer even af bij Lauwman. Ja. En dan moet ik daarheen. En daarna wil ik hem even tunen, inderdaad. Oké. Okay. Het ligt voor mij even heel zacht, de motor. Hoe doe je zeg? Prachtig. Doe je stem anders uit, als ze niks zeggen? Oh, dat kan daardoor. Oké, okay, nou maar. Dat is heel vervelend, klopt. Nee, maar niet vervelend. Pas op, flitsbal. Het was niet vervelend, het was gewoon zachtjes. Ja, ja, klopt. Maar niet haperig vervelend. Maar en daarover gesproken, moet je nog... Elf kabouter is het inderdaad, volgens mij, jongens. Heb. Sorry? Ja, je had het laatst over iets. Moet je daar nog... Ja, ik ga er nu weer heen. Dus ik ga even kijken hoe en wat, dat komt goed. Heb je iets om? Nee, maar ze gaan ook veren. Dus dat krijg je maar, niet voor elkaar. Maar moet ik die foto's nog sturen? Van? Kenteken. Doe maar. Goeie. Ik moet nu wel gaan. Ik moet nog even opkleden. Hé, hey, ik spreek je snel dan, oké? Okay? Ja, stuur maar die foto's. Ja, is goed. Oké, okay, jongens, we gaan naar Renzo toe. We hebben een afspraak met Renzo namelijk. Hoe hard kan hij? Nou, behoorlijk hard merk ik al. En ik ga hier heel veel boetes mee rijden, dus dat is ook heel leuk. Gaan we eerst even omkleden, dat ik namelijk gewoon een helm op kan zetten tijdens het rijden. Dat is een beetje, dat lijkt me wel verstandig om te kunnen. Dat ik gewoon mijn helm op en af kan doen. Dat heb ik namelijk niet met deze. Dat heb ik met deze. Hier, dan heb ik een helm op tijdens het rijden. Dat is natuurlijk wel chill. Nog steeds 3900 mensen. Wat insane dat zoveel mensen de stream weer kijken. Dat iedereen gewoon terug is gekomen nadat ik even weg ben geweest. Dat is zo fucking lijp. Dat is oprecht echt gewoon behoorlijk sick. Dat is oprecht heel sick. Dat is als meerdere mensen er weer zijn. Doe je helm op. Ja, kijk jongens, we hebben een helm op. En we hebben een motor. Dus iedereen zijn zin. Eindelijk, de motor is binnen. We hebben hem. Kunnen we hier ook gewoon mee gaan crossen als we willen. Dat is echt wel tijd dat we een keertje een motor hebben. We moeten wel van kleur nog mooi maken. Hij is een beetje poeperig nu. Het is niet helemaal de bedoeling dat we hem poeperig maken natuurlijk. De abonnees gaan zo omhoog. Ik ben heel benieuwd. Althans, die moet ik waarschijnlijk nog even refreshen. Omdat mijn internet er mee uit is gejiet.
Wanneer ben je lid geworden met... Wanneer kan je lid worden van met je ideal? Ja, niet volgens mij. Volgens mij fixt YouTube dat niet. Daar kan ik namelijk niks tegen doen. Dat is echt crap. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Kijk. Hoppakee, op de motor. Zo. Oh. En dan helmpje af. Identificeren zo. Goeiedag. Goeiedag. Hey. Je hebt protocol? Ik heb protocol. Of je weet het protocol? Het fouilleren... En telefoon, ja, dat. Nee, dat komt goed. Kom maar weer dan. Yes, ik geef het hier allemaal even aan. Ik heb het andere zakje gestopt. Top, dankjewel. Mag je instappen? Ja, bij jou of bij... Ja, mag je wel instappen. Ja, prima. Nou jongens, daar gaan we. Daar gaan we. Ik heb al mijn spulletjes gegeven. Hebben jullie nou al met Willem iets gedaan in de tussentijd? Of... Wij hebben Willem net opgehaald. Ja, oké. Okay. Net voordat u er was, zeg maar. Ja, ja, ik had net natuurlijk een breinfout. Oh, jullie gaan met Willem de andere kant op? Ja, we gaan even naar locatie. Zeker weten dat we niet gevolgd worden. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, ik moet wel zeggen dat ik dacht dat ik gevolgd werd. Maar dat heb ik al tegen je collega verteld. Ga je nog eens op andere servers spelen? Ja, voor de los. Ja, prima. Met jou? Gaat het goed. Nou, ja, lekker. Is het nog gelukt allemaal? Gedeeltes. Ik heb natuurlijk nog geen apparatuur waarmee ik... dingen kan ik zelf zo wel alles stellen natuurlijk, in plaats van in de auto. Maar op weg. Op weg. Op weg. Elkaar allemaal. Ja. Geen lastige situaties ondervonden? Nee, als in... Er zijn een paar makkelijke dingen waren er natuurlijk die in principe zo gedaan waren. En er was één moeilijke taak waar ik nog mee bezig ben. Maar dat komt wel goed. Ik ben natuurlijk niet heel vaak in de stad geweest. Ik moest namelijk een kentekenbewijs. Ik moest kentekens regelen, woningen. En ik moest ook bewijs van dat hij een vuurwapen had. Die moest ik voor hem regelen. Dat is het ding. En ik kan wel Joris het oude huis geven. Oké, nou mooi om te horen. Even kijken hoor. Dus rijden we naar dezelfde locatie of? Nee, we hebben nog wat andere troefjes. Nee, maar ik bedoel, ja, de collega nee, Willem. Ja, we dezelfde locatie. Ja, oké, zo, dat bedoel ik, top. Maar je kan nog niet lid worden. Oh, wacht trouwens, nog Kassijn. Kassijn met de 3 euro. Hey Max, veel succes nog met de stream. PS, dit is mijn eerste donatie. Kassijn, dankjewel voor de 3 euro donatie. Daarna Rick, 5 euro donatie. Wie komt er de donoroorlog starten? Hey, rustig aan met je geld, jongens. Dankjewel voor de 5 euro donatie. En dikke shout-out naar iedereen die gedoneerd heeft. Ik hoor een helikopter. Ik hoor hem, maar ik zie hem niet. Zo, hij is hier. Wacht even op Willem en dan stap ik. Yes, prima. Komt helemaal goed. Pas op voor de oren. Yes. Zo. Deze is even... Nee, we vlogen gewoon vorige keer ook in deze. Nee, dat is een ander. Ik wou zeggen, deze vind ik wel mooier. Je doet het goed. Groetjes van Jasmijn en Ditmer. Dikke shout-out naar Jasmijn en Ditmer. Dank jullie wel voor het leuke compliment en de donatie. We hebben hier een politiehelikopter. Oh, pas op, even slozen. Oei. Yes. Oh, dit is wel... Wachten we even zo tot mijn collega... Yes. Die is er bijna. Ik zal even wachten. Moet ik wel zeggen, vind ik dit een hele mooie... Heb je een telefoontje gehad? Wanneer? Net? Van jullie, of? Nee, gewoon. Met algemeen. Ik heb meerdere telefoontjes gehad vandaag. Wat een prachtige machine. Algemeen dan waar. Ja, prima. Mooie telefoontjes gehad, ja. Mooie belletjes van meerdere mensen. Net mijn auto verkocht. Oké. Zo. Ja, dankjewel. Ik wilde me heel graag kwijt. Een tijdje. Hey. Nou, snitch. Hey, hou je bek. Hey, wel zo. Mooi deze. Jij mag ook vandaag mee in plaats van dat je naar garage wordt gebracht. Auw. Ja. Je mag mee vandaag. Oké. Okay. Nou, mijn collega komt zo naar het stukje waar wij ook in gaan. Yes. Ik zou zeggen, stap lekker in. Ja, komt goed. Die andere kant wel. Oh, wacht even hoor. Dit is Ja, dat is niet anders. Ja, oké, prima. Nee, ik had goed. Oké, jongens, we gaan met de helikopter. De politiehelikopter gaan we op pad. De breakslash houdt niet op. Nee, Danny. Dat slaat helemaal nergens op. Tering, wat is dit ding lijkt? Daniel, je concurrentie is er gewoon. Je hebt echt concurrentie. Jezus. Hij is wel heel mooi. Hij is mooi. Hij is oprecht heel cool. Ja, hij is lui. Heb jij geen hoogtevrees, Willem? Willem, eerder aan jou vragen, jongen. Willem heeft gevochten in de oorlog. Oh ja, welke oorlog? Met 60.
de Vietnamese je bent 60, oorlog. Willem, je bent 60. Vietnamese welke oorlog? De Vietnamese oorlog. De oorlog in de frietent, zeker. Oké, okay, plakkers. Dat had je oorlog. Ga jij nou maar gewoon jouw teringauto verkopen? Die heb ik al verkocht, lul. Heb je die verkocht? Ja, ik heb hem net verkocht. Oh, voor hoeveel? 105.000. Dus in principe ja, maar 20.000 het verlies. Hoezo? Gescamd. Hij stond voor 10.000 goedkoper op Autoscout, maar hij had het niet door. Loser. Ik hou maar even rustig over tijd, snap ik Daniel. Echt rustig aan met je geld. Absoluut gewoon echt lekker je eigen ding doen. Ik ga niemand meer forceren. Nou, niemand meer als ik het ooit gedaan heb. Ik ga niemand forceren. Volgende keer, kleine vlucht. Ik hoop dat jullie er helaas voor hebben. En dan. Echt wel mooi het uitzicht. Rustig verder praten. Ik vind het wel hè? Dit zie je niet zo vaak. Dit. Nee. Ik denk dat we naar een eiland gebracht worden of zo. Nou, Jasmijn met 3,66 €. Zeg tegen Willem dat er Willem moet zeggen. Ga ik zo doen, als het scenario minder serieus is, oké? Dikke shout-out naar jou. Ik heb dat ook wel een aantal vragen aan de heer Plakkers gesteld. Nog of jouw taal? Oh, sorry. Nee, ik had net ja, aan de heer Plakkers gesteld. Maar heb jij lastige situaties ondervonden met het zoeken van informatie? Heb je rijbewijs voor motor af? Volgens mij wel. Vraag aan jou, heer Plakkers. Nee, dit is aan jou, Willem. Oh! Hij had het net al mij gevraagd. Oh, nee Willem. Ik denk dat we hier gaan landen bij Humane Labs. Of is het geen Humane Labs? Is dit Humane Labs? Nee, dit is geen Humane Labs. Is dit mooi hopen dat het zo blijft. En als het labs. Zo is, dan, nee, dit is geen Humane Labs. Wat de fuck is dit? Of wel? I am Confusion. We zijn ook echt aan het circuleren, joh. Even stufjes overhandigen of iets in die trant. We zijn aan het circuleren. Hoe doneer je op je telefoon? Gewoon via het linkje in de beschrijving. Maar voel je je nooit verplicht om te doneren, jongens. Nooit verplicht voelen. Dat is zeker geen optie. 3800 mensen leven er nog zijn. Welkom bij de stream. Ik ga even mijn subcount refreshen. Want als het goed is, hoort die alweer wat geüpdate te zijn. Gaan we even kijken hoe ver we zijn inmiddels. Ja, kijk. Hoppakee. Hij staat al lang op die 110.000. Dus anoniem nummer. Check even of je bent geabonneerd. Je naam komt boven midden in beeld volgens mij. Brengen we deze even naar de 104.200 misschien. Nee, zie dat we naar de 200 brengen. Dus check even kleine moeite of je bent geabonneerd. Ik weet niet meer dat het goed komt met die heupenwandjes. De release van het nummer met Max komt er heel dichtbij. Ja jongens, even ons wachten nummer. Totdat de wieken stilstaan. Dan, ja, met een beetje stappen. Maar jongens, check even of je bent geabonneerd beneden. Voor de overheid. Dus we zouden de portefeuille script resetten. Oké. Maar jongens, check dus even of je bent geabonneerd. Kan je hem even voor lijkt. Goedemorgen, zonder zorgen. Even kijken, we moeten helaas nog wel wat trapjes af. Yes, maar dat komt er goed. Parcoursje. Maar volgens mij zijn jullie allemaal hartstikke jong. Dat komt helemaal goed, dat joh. Dat is niet die. Dit is de Lunar elektriciteit. Oh. Maar we moeten hier... Oh, het is echt een parcoursje. Nou, dan gaan we. Zo. Top. Zo. Lukt het allemaal nog, Willem? Jij denkt dat Willem niks aan kan, jongen. Dus noemen we Willem ook wel de Godfather. De Godfather. Niks. We gaan die 200.000 toch wel halen, mensen. Ja, ik denk dat het ook wel gehaald wordt, jongens, deze stream. Ik denk dat we dat deze stream wel kunnen halen. Niks aan kan. Ik vertrouw die ladders hier niet. Althans, in deze wereld. Snitch. Ja, jongen. Je snitcht ook. Helemaal niet. Maar er nog een handplakje. Wat? Handplakje in je bek, 5 euro. Hey, makkers, ik ben vanaf de 10.000 abonnees al aan het kijken. Je blijft echt de topstream. Keep up the good work. Dankjewel voor de 5 euro donatie. Dikke share het jou. 3 euro van Kastlijn. Je had mijn vorige bericht nog niet gelezen. Hey, Max, veel succes met je stream. Dit is mijn eerste donatie. Dikke share het jou, Kastlijn, voor die vorige en voor deze. Dank jullie wel voor de donaties, jongens. Enorm bedankt. Enorm bedankt. Kijk, de abonnees gaan omhoog. We kunnen het. We kunnen het, jongens. Check of je bent geabonneerd. Kleine moeite. Oh, en hype tops. Jongens, doe even in jullie Insta-stories delen dat ik live ben. Hoe leuk is dat? Dan ga ik die reposten aan het einde van mijn stream. Repost ik die, oké? Dus check even of je hebt of je dat kan reposten. Check even of je hebt of je dat kan reposten. Dat zou heel leuk zijn. Hè? We zijn beneden. Dat is een prima locatie. Op zich. Yes. Waar bevinden we ons nu eigenlijk? Op een geheime overheidsinstantie, locatie vanuit de politie. Wel bekend. Is daar je collega Renzo er al of komt hij niet? Die komt er al. Die is hier weggegaan. Neem maar even op hoor Willem, geen probleem. Als hij nog geen belt. Nee, ja, het is ook dus. Gerard. Oh, dan maak ik het hier op. Maar ja. Wachten we of kunnen we beginnen? Ja. Maar let eens vaker op je dono's, kan je het toch niet vergeten. Ja, soms zijn het te veel en dan lees je, dan vergeet je er een. Ja.
je hebt geen lastige... kom hierheen. Je hebt geen lastige situaties ondervonden. Lijk. Liggen jullie, jongens? Goed, laten we nog even kijken op de telefoon. Willem heeft namelijk meerdere foto's. Willem heeft een foto van Edward zijn handpistool. Willem heeft namelijk een foto van Willem of van Edward zijn sniper. En audio-opnames van een schietincident bij het motel. Oké, mooi. Ik geef je straks wel even mijn e-mail, dan kan je daar naartoe mailen. Daarentegen heeft Willem ook allemaal berichtjes gekregen van Edward. Oh jee. Als volgt. Even kijken. Oké, okay, we zijn aan het vertellen wat hij allemaal heeft. Dus oei, Willem. Willem snitst echt Edward. Teken waar u instapt. Daar wil ik u binnenkort graag even over spreken. Willem, die is echt aan het snitchen. Hij die is door. echt aan het snitchen hier. Oké, okay, dat is wel goed om te weten. De heer Plakkers. Ja. Net jouw grote vriend ging ophalen. Toen, complicaties wil ik het niet noemen. Onze grote vriend ging ophalen. Willem, bedoel je? Ja. Oh ja? Jouw grote vriend ging ophalen. Ja. Toen kwamen we iemand tegen een Kuruma. Ja, dat heb ik jou, Trenzo, had ik dat al vermeld. Dat ik waarschijnlijk gevolgd werd. Ja. Ja. En, wij hebben Willem ook al verteld. Dat, ja. Wij weten dat u met die grote meneer heeft over hebben staan praten. Ja, natuurlijk. We hebben al blijven contact houden, anders zodra ze dat niet hebben. Snap ik, sowieso. Kunt u zich iets herinneren van de bank? Een kleine bank, vlak bij de NWSF trainingslocatie, wordt dat ook al genoemd. Was iemand neergeschoten? Oh ja! Ja, daar heeft u staan praten, toch? Ja, dat klopt. Met onze heer Willem er ook bij. Willem. Kun je even uitleggen wat wij net hebben gezegd? Hij heeft blijkbaar door dat er iets aan de hand is. En dat hij ervoor wil zorgen dat wij in hem... Of dat wij hem gaan volgen, zeg maar. Dat we hem in vertrouwen nemen. Dat wij... Edward bedoel je? Ja, want hij wil ons ompraten. Hey. Hey. Dank je. Ja, oké. Okay. Hij heeft... blijkbaar, dat kreeg ik net van je vriend te horen, van Willem. Ja. Heeft Edward er gezegd dat hij een deal had met ons? Ja, dat heeft hij vermeld tegen ons. Ja, is heel vreemd. Dat is niet zo. Nee. Nee, dan is dat toch gewoon een puzzelstukje. Dat vult toch gewoon het verhaal alleen maar aan van wat je net zegt, dat hij ons om probeert te praten. Maar of... het ding wat op dit moment het probleem is hij weet schijnbaar meer dan hij moet weten. Anders komt hij niet met dat soort dingen. Ja, dat is een beetje vervelend aan hem. Aan Edward. Hij weet altijd dingen die hij niet wil weten. Ja. Dat hij niet wil dat hij weet. Om het even te argumenteren, nogmaals, wat we ook al vaker hebben aangegeven, is wij volgen niet alleen jullie, we volgen niet alleen Edward, maar we volgen bijna iedereen in de stad die een wat grotere naam heeft. Wij hebben de laatste tijd een raar gedrag gezien van de heer Nigma. Ja. Eigenlijk zulk gedrag, wat we hebben laten scannen door onze professionals, onze gedragprofessionals, en de termen die daaruit kwamen waren wanhopig. Van Edward? Ja. Oké. Okay. Het gedrag wat hij vertoont, de belletjes die hij doet. Ja. Wanhopig gedrag. De zapjes die hij pleegt. Wanhopig. Oké. Okay. Zo wanhopig dat hij blijkbaar jullie, wil ik eigenlijk meer zeggen, op het verkeerde pad probeert te zetten. Ja. Nogmaals, ik heb ook al tegen Willem gezegd, de keuze die u daarin maakt, hè, wie u wilt geloven, is volledig aan uzelf. Maar weet wel dat... dat we nog steeds de touwtjes in handen hebben. En dat we ook achter dit soort informatie kunnen komen. En ook zullen komen. En dat doen we niet zomaar. Jullie staan hier nu nog steeds niet zomaar. Jullie worden niet de hele tijd getransporteerd met een helikopter. Niet voor niks. Ik heb net Willem ook al wat laten zien. Hmm. Wat we hem zouden kunnen beloven. Mocht er een goed einde in dit verhaal komen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En dat zullen we niet doen. Ga ik doen, Nino. Die we niet vertrouwen of waar we geen deal mee willen sluiten. Dat snap ik. Wat heeft Edward nog meer gezegd? Tegen ons. Ja. In dat gesprek. Ja. Nou, het kwam daarop neer. En daar kwam neer dat jullie eigenlijk op rattentour zijn. Wat in principe natuurlijk ook zo is. Daar ligt hij niet in. Jullie willen gewoon iedereen oppikken. En van de straat plukken, eigenlijk. Met genoeg bewijs. Daarom hebben jullie ons ook nodig. Hebben staan, wel, ja. Ja, daarom. Dus in principe had hij daar ook een punt in. Dat is natuurlijk ook zo. Alleen vertelde hij dat hij inderdaad ook een deal had. Om eigenlijk dat verhaal van hem aan te sterken. En om wellicht, wat jullie zeggen, ons vertrouwen te winnen. Misschien heeft hij het door. Want jullie hebben het over de Kuruma.
Die was volgend, en dat ze belde ik jou. Nou, jullie denken dat hij erin zat? Bijna 99%. Ja, zeker. Nou, dat dacht ik op een gegeven moment dus ook. Dus ik denk dat hij wel, ja, meer weet. Dat is vervelend aan hem. Ik heb zojuist namelijk met die persoon gesproken die in de coma zat. Ja, en die leek 90% zeker op Edward. En hij zou ook Willem bellen. Ja. Hij zei, oei Willem, ik kwam net degene tegen waar u instapt. Daar wil ik graag binnenkort. Dat zou het hem 100% zijn. Ja, hij dat is inderdaad Edward. Zwak aan het worden en hij is van hopen. En dat is precies waar wij hem willen hebben. Maar dat gaat wel heel vervelend zijn voor jullie. Want hij gaat een metaalspelletje spelen. Ja, maar hij wil Willem spreken. Ook Sigmar Rotto, die persoon hier, sorry. Op het moment dat je met hem gaat afspreken, laat het ons weten. We gaan in ieder geval zorgen dat we in de omgeving staan om dat in de gaten te houden. Of met iets aan de sniper of zoiets. Het kan niet zijn wat hij weet. Hij weet meer dan hij hoort te weten. Het kan niet zijn dat hij u nu gaat aanpakken, ontvoeren of hetzelfde doet als wat hij met menig andere heeft gedaan. Over die persoon trouwens, die was vermoord bij dat MWSF trainingskamp. Of wat het dan ook was, dat motel. Die persoon was toevallig ook een tegenstander van Edward. Wie was dat dan? Daar heb je hem niet meegekregen. Ik heb het al meegekregen. Wie was dat? Nou, precies. Die persoon is in ieder geval kritisch geweest tegenover Edward. Heeft dingen laten gaan over Edward. Ja. En het is wel heel toevallig dat hij jullie twee daarna belt om te komen kijken bij... Ja, het was inderdaad letterlijk. Jij hebt denk ik het telefoontje wel gehoord. Want jullie horen tegenwoordig allemaal telefoontjes. Dat hij vertelt... Ik denk dat we Edward niet aftappen. Huh? Je denkt dat we Edward niet aftappen. Nee, dat zeg ik. Juist wel. Ik zeg, jullie hebben het telefoontje wel gehoord. Want jullie luisteren natuurlijk alles af tegenwoordig. Of tegenwoordig deden jullie waarschijnlijk al langer. Maar hij vertelt gewoon, ja, kom erheen. Ik heb, weet ik wat gedaan. Toen kwam ik op het terrein. Toen werd ik even met door vier agenten benaderd met vuurwapens getrokken. Maar dan ben ik natuurlijk gewoon rustig weg kunnen komen. Maar ja, dat vond ik inderdaad best een vreemde situatie. En daarna hebben we dat gesprek gehad. Vlak daarna. Zijn doel is om ons te laten sniper op de weg als de vijand en zichzelf als de good boy. Terwijl hij in de tussentijd eigenlijk heel duidelijk jullie in een hoekje probeert te drijven. En hij weet, het klinkt heel lullig, maar Frankie, gaat hij Frankie niet per se winnen van een heel korps. Nee, dat zou maar mentaal zijn. Gezien is hij sterk. En hij gaat jullie daar in dit geval in betrekken, omdat hij weet, hij heeft iets door. Hij weet dat jullie ons contact kunnen hebben. Ja. Dus jullie moeten één ding toe zeggen, en dat echt volledig eerlijk, ga jullie vanaf nu 100% voor de politie. In de situatie, hoe bedoel je? Gingen we dat eerst niet aan? Gaat er alles aan doen om jullie in ieder geval mentaal kapot te maken. Ja. Dus jullie moeten nu, en dat maakt niet uit welke keuze het is, jullie moeten nu de keuze gaan maken of politie, of jullie stappen hieruit. En als jullie uit dit deal stappen, prima, fair game. Op het moment dat we jullie tegenkomen in een ander rapport, worden jullie ook aangehouden. Dan vervalt alles van de voorwaarden, prima. Even goede vrienden. Op het moment dat jullie doorgaan, dan verwachten we dat jullie ook 100% inzetten voor de politie. Ja. En dat jullie ook door dat stukje van Edward zijn mentale spelletjes hebben gaan weten. Ik zie jullie sniper zeggen, jongens. Ja, en maar wat verwacht je dan van ons? Dat wij geen contact meer met hem hebben? Of, want wij kunnen niet ons contact zo dusdanig verminderen dat het op gaat vallen. Jullie moeten contact met hem hebben, maar jullie moeten wel weten dat hij elke keer dat hij met jullie praat, jullie gaat proberen om te Ja, maar dat is het ding. Wij kennen Edward wel langer inmiddels dan vandaag. Dat is een gewoonte. Dat snap ik. Alleen het ding is, op het moment dat Edward dit... Op het moment dat Edward zijn tactiek werkt, dan krijgen jullie oprecht omgepraat. Als jullie omgepraat in infiltranten zijn, hebben wij daar niks aan. Is het voor jullie strafbaar? Heeft hij eigenlijk alleen maar een winsituatie. Ja. Dus op het moment dat jullie toestemmen in deze deal, is het ook de bedoeling dat jullie daarvan afweten en daar ook mee instemmen dat dat het geval gaat zijn. Hij gaat jullie ook kapot maken. Maar we moeten het in ieder geval op een jullie allemaal sniper op de berg zeggen. Waar denken jullie dat het volgende gesprek uit gaat bestaan? Stel dat, dat Willem met die Mark nu een afspraak. Ja, meer Nee, dat is wat ik doe. Ja, maar jij maakt een afspraak met de Enigma. Dan gaat hij vragen van hoe zit het met die gozer waar Willem zojuist is ingestapt. Want dat is nou het verdachte. Ja, en dan gaat hij zeggen, moet je het niet doen, is niet slim, ik ken ze, ik weet hoe ze werken, is niet slim, is niet handig, luister naar mij, et cetera, et cetera, et cetera. Maar jullie zeggen hetzelfde. 1-1. Dat is letterlijk wat ik bedoel. Of dat is letterlijk wat wij nu proberen te zeggen. Ja, nee, dat weet ik. Hij is heel dat is ook gewoon binnengekomen. Hij probeert er alles aan te doen. Maar weet gewoon dat wij ook weten dat hij op dit moment niet de sterkste is in dit verhaal. En dat is aan jullie om dat te geloven. En dan bedoel ik het. Ja, wie moet je dan geloven, jongens? Wie moet je dan geloven? Sterk genoeg om daar niet in te trappen. En zo'n situatie, hè?
100% sniper, ik zie hem. Jullie pranken hem allemaal, jongens. Maar wie moet je dan geloven in de situatie? Ja. Dat is wel een heel mooi ezelsbruggetje, wat mijn collega net zei. Over het volste vertrouwen in de politie. Meneer Plakkers, ja. Wat heeft u tot nu toe kunnen bewachten? Nou, ik ben iets minder in de stad geweest dan Willem. Maar ik heb ook... Ik hoorde van Willem dat hij dingen had gekregen. Hoe noem je dat? Equipment. Nederlands. Apparatuur. Apparatuur, dankjewel. Hij had apparatuur gekregen. Ik heb foto's kunnen maken van de voertuigen. Ik heb een locatie waar de heer Dinges gewoond heeft. Die kan ik allemaal aan jullie geven. Ik weet niet tot in hoeverre ik trouwens kan vertellen met Willem hierbij. Nee, dat is prima. Het gaat natuurlijk over de heer Dinges. Ja. Daarom. Maar verder niet druk bezig geweest met Enigma. Omdat ik niet heel veel in staat ben. Het is niet de bedoeling dat jullie alle informatie over Edward weten. Van beide. Die verzamelen individueel informatie over Edward. Ja. Het is niet de bedoeling dat alles wat in het dossier komt bij jullie beide bekend is. Het is een beetje risico spreiden. Ik heb deze niet bij me. Hoe lullig het ook klinkt, ik heb mijn mobieltje niet bij me. Afspraak met jou een pistool tegen je hoofd aanzet. En je weet niet alle info, kan je niet de case in één keer verpesten. Oké. Snap je? Maar ik kan die... En wederzijds ook zo. We hebben net over met jou gesproken. En hoe willen jullie dat hebben? Op papier? Ja, we hebben natuurlijk een hele mooie e-mailgroep. Daar kunt u ook bewijs in doorsturen in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Stuur even een privé mailtje. Ik heb het natuurlijk over Jordische dingen en niet over de dingen van... komt goed. Edward. Oké, dat kan ik wel regelen. Dat zou ik als mijn bodycam uit is, zou ik dat... Maar nog heel even ter zake, want Willem wil nou afspreken met Edward. Ja. Want hij heeft door dat wij hebben gesproken. Heb jij je naam gezegd? Heb jij je naam gezegd? Tegen Edward. Ik denk dat Edward hem wel kent, het algemeen. Edward kent iedereen. Ja, dat is een beetje het probleem. Willem heeft gelogen over jouw identiteit. Maar ik heb een ander pak aan en een andere auto. Okay. Dus je kan zeggen dat het iemand is die erop lijkt. Zolang het maar niet verdacht overkomt, hè. Ik heb geen oogcontact met hem gehad op Maar hoe zit het nou, want Willem... Hij wil sowieso met Willem afspreken. Willem. Ik denk dat het handig is dat we jullie... Willem spreken. En Willem, als jij dan heel even bij ons blijft hangen... Dan zorgen we even dat we een actie op gaan zetten waar we Edward kunnen gaan ontmoeten. Dat is goed. En waar wij vanaf een afstandje meekijken. Yes? Dat is goed. Regelen. Laten we het leuk houden. Geven jullie de keuze. Via de weg of via de lucht? De lucht natuurlijk. De weg rijden we zo meteen weer op. Volgens mij, jongens, zijn we er weer. Volgens mij kunnen we weer met z'n allen bijeenkomen en bedenken, hey, we doen het weer. Wat leuk. Wat Jotem. Ik heb in de tussentijd, ik had van mijn vriendin voor Valentijnsdag, had ik zeg maar van die chocolaatjes gekregen en kijk. Waarom doe ik dat zo raar? Ze zijn allemaal op. Ik heb ze allemaal opgechapt in de MIUI. Ik dacht, weet je wat, ik kan nu toch niet zoveel doen. Maar we zijn er weer. We zijn er gewoon weer. Alsof er niks gebeurd is, jongens. Alsof we nooit zijn weg geweest. Hoe leuk is dat allemaal? Ik heb in de tussentijd heb ik een hele bijzondere conversatie gehad met mijn grootste vriend. Dikkie Dik. Daar heb ik een hele lange conversatie mee gehad. Over hoe we het gaan doen. Hoe we dit nou op gaan lossen. Hey, we gaan gewoon weer proberen de server te herjoinen. De re-joinen. Ik neem aan dat hij het gewoon weer gaat doen. Althans, dat alles gewoon weer gaat werken. Daar is hij weer. Welkom terug nogmaals. Dankjewel Masco voor de 3 euro donatie. Oprecht bedankt. Helaas klapte hij er weer uit. Geen idee wat er aan de hand is. Geen idee wat er aan de hand is. Met het internet, waarom het zo aan het bouten, scheiden, poepen, drollen, weet ik wat. Dus ik weet wel dat ik even mijn ding ga restarten. Mijn hele 5M. Dat ik die heel even restart. Maar we zijn er gewoon weer. We gaan gewoon poging 3 gaan we doen. Verder vind ik het gewoon een hele leuke streamer, jongens. Ik bedoel, we kunnen er met z'n allen gewoon niet zoveel aan doen dat hij er af en toe even mee stopt, hè. Daar kunnen we gewoon letterlijk niet zoveel aan doen. Jerry zegt check PM. Jerry Max zegt krijg de... Nee, ik ga nu kijken. Ik zal even koekeloeren. Nice, hij heeft
de zooi gedaan. Oh, dit zijn oprecht goede dingen zijn dit. Heel sick dit. Heel sick. Nice, dit is top. Oké, okay, hey, we zijn gewoon aan het proberen te joinen. Als mijn stream er deze keer niet mee stopt. Want ik vertrouw het gewoon oprecht niet meer. Ik vertrouw oprecht mijn eigen stream niet meer. Connection rejected. Bij server. Restart Steam. Oké, okay, weet je wat? Omdat ik... Oh, de muziek. Hé, hey, nou zo erg vind ik dat eigenlijk helemaal niet. Het ging per ongeluk aan. Maar op zich wat chill. We gaan gewoon met de muziekkanaal gaan we gewoon weer alles opnieuw starten. Er is kans dat je geboot wordt. Gebeurt de laatste tijd veel bij mensen. Ja, helaas zou kunnen. Geen idee. Oprecht. Maar of je nou geboot wordt of het nou uitflikkert. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Dat is dat we gewoon niet kunnen spelen. Ja, leuk dat je eigenlijk bent, Sander. Oprecht leuk dat je er bent. Anne, met 5 euro. Ook al valt je wifi steeds weg. Ik ben er nog steeds bij hoor. Hey, Annie. Ik verwacht ook niet anders van je. Ik verwacht ook niet anders van je. Dat je er eigenlijk gewoon weer bij zou zijn. Connecting. Okay, we komen de server niet in. Dat zegt Sander. Oké. Okay, dat is erg verdrietig. Want ik kom er inderdaad ook niet in. Steam ligt er at the moment uit. Je kan niet echt joinen. Oh, nou, dan gaan we heel even met z'n allen gewoon gezellig je muziekje aanzetten. Je video wordt onderbroken. Verder kijken. Ja, we gaan muziekje aanzetten. Dan gaan we even chillen. Want ik heb toch geen haast, jongens, deze stream. We zijn al pas 1,5 uur bezig. De stream heeft al bijna 40.000 afspeelinstanties. Dus de stream doet het veel te goed. Oprecht, ondanks dat we er gewoon 2 keer uit zijn gejiet. Maar in de tussentijd gaan wij dan eventjes... op de privé-server... Ga ik al jullie Henkies voertuigen laten zien. Als ik toch iets moet doen in de tussentijd. Oké. Als Sander of Piet in mijn chat even mij op de hoogte wil houden. Als de server het weer doet. Als jullie willen natuurlijk hoor, hoeft het verder niet. Ik bedoel, als jullie dat geen probleem vinden. Dan ga ik even belangrijk bericht, zegt Sander op PM. Oké, Sander, dan gaan we dat inderdaad even checken. Oh, je bent echt een flikker, Sander. Godverdomme, jongen. Zegt hij. Check je PM, Max. Belangrijk bericht. Check ik mijn PM, staat een kutsnitch. Fucking Sander, jongen. Wat een gast is dat. Maar als jullie me even op de hoogte willen houden. Of de, even wat een zwoele muziek, hè, jongens. Oh. Oh, dit vind ik nice. Wat een zwoele muziek. Ik ben aan de track aan het werken, Max. Nice, Danny. Ja, jongens, ons nummer. Ons nummer van... ik ga het zwoele nummer uitzetten. Dit is te zwoel. Van Danny en mij. Over Makkers van Plakkers. En Emilio. Die is bijna klaar. Dat kan ik eigenlijk wel met trots zeggen. Als in het nummer is al klaar. De clip is helemaal geshoot. Opgenomen. Het enige wat nu nog gedaan moet worden is eigenlijk het editen van... En ik moet nog een stukje inspreken. Maar in tussentijd gaan wij lekker even op mijn eigen... Goede roleplay server. Waar de beste roleplay van Nederland te plaatsen is. Namelijk Henkies Monteurdeur. Gaan we even kijken. Dus gaan we even spieken met muziek hier nou. Vind ik wel leuk. Kijk, als het goed is ga ik nu even de game weer overzetten naar de goede. Het is woel muziekje die net iets te hard staat. Die echt oprecht net iets te hard staat. Maar ik kan hem niet nog iets zachter zetten. Is die zo goed? Het niveau van de muziek. Die is nu goed, toch? Of niet? Ik denk dat ik hem zo wel... Nee, natuurlijk ga ik hem niet zo laten. Ik zet hem wel even... zo, dit is op zich wat chill. Rick, weet je zeker dat ik geen gelijk had over nieuw internet kopen? Hey, Rick, hou je mond. Dankjewel voor de 5 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. We hebben daar Masco met 3 euro alcoholvrij bier. Is net als een BH aan de waslijn. Het beste is eruit. Beetje geitje voor de... Ja, die vind ik wel leuk. Oh, we spannen ook echt in Henkies huis. Wat een toeval, jongen. Wat een toeval. Hey, laten wij een leuke skin pakken. Player skin. Saved configs. We gaan als politie gaan we rondlopen. We zijn vanaf vandaag politie in Roeveen, jongens. Dus als je net is server joint, dan... Of net een server, als je net een stream joint, denk ik dat ik legit in Roeveen zit. En dan ga ik echt de gekste voertuigen spannen. Oh, ik knooplipte. Komt-ie. Ik heb hier hele leuke vehicles staan. Kijk. Safe vehicles. Laten we even kijken. We hebben deze. Kijk. Is de Henkie Jet. Die is oprecht heel cool. Maar ik wil even een andere. Ik wil even een leukere laten zien aan jullie. Ik heb namelijk veel leukere. Vehicles, safe vehicles. Raketauto. Die vind ik nog steeds het leukst. Deze auto, jongens, van Henkie. Die vind ik oprecht gewoon het leukst. We hadden nog een 3 euro donatie van de breakslices. Vind je mijn merch mooi? Vind je merch op zich wel grappig? Ik zou het zelf niet halen. Ik ben er heel eerlijk in. Ik ga niet omdat je doneert zeggen. Ja, ik vind het de mooiste merch die er is. Ik zou het zelf niet halen.
Oh ja, ik moet even mijn vaste gepind bericht weghalen. Abonneer en kom in beeld of zo. En dan de smiley, zo. Dit is zeg maar mijn nieuwe bericht. Vastgezet bericht vervangen, oké. Okay. Maar ja, ik zal het zelf niet halen, maar echt wel leuk. Vooral de site en zo, hoe je het hebt in elkaar gezet. Ik zal alleen kijken of je er een soort PNG'tje van kan maken. In plaats van een vierkant blok wat je nu hebt. Ik zag ook dat je mokken verkocht. Gamegrap is 3 euro. Hey Max, wist je dat als je mijn merch koopt, dat je dan wifi niet meer wegvalt? Dat is echt. De link van de webshop staat in de banner van mijn YouTube kanaal. Hey, dan ga ik nu gelijk bij direct jouw dinges kopen. Jouw merch. Nee, dankjewel voor de donatie. We worden even op de gaten gehouden. Ik kan de server op het moment niet meer in. Dus wat wij doen is even letterlijk gewoon kloten in mijn eigen server. Met Henkie's raketauto. We zijn gewoon echt vol aan het vliegen. Geen idee waarom, want kunnen we onszelf een beetje bezighouden. Zullen we kijken? Kijk, Henkie's monteur, er heeft altijd een paar standaard jumps. Dat zijn namelijk altijd hier op deze baan. Vliegt Henkie altijd. Gaat hij altijd vliegen met ding. Zo, tonk. Gaat hij altijd hierheen. Ik zal ook even mijn subcount refreshen voor jullie, want die klopt ook op het moment niet meer. Die gaan we dan even fixen. Zo. Ben je nou nog niet geabonneerd? Check dat dan zeker even. Je naam komt bovenin midden in beeld. Brengen we hem even naar de 100 en 4200 abonnees. Kleine moeite. Check zeker even of je bent geabonneerd. Dat zou ik echt enorm tof vinden. Dat zou ik oprecht enorm... En deel even met je vrienden dat zij ook even moeten abonneren. Ben je nou niet geabonneerd? Denk je, oh, ik ben niet geabonneerd. Het kost geld of zo. Het is helemaal gratis, jongens. Het is helemaal gratis. Laten we in de tussentijd gewoon gaan vliegen met de auto. Want dit is altijd Henkie's plekje. Word op de hoogte gehouden als ik weer de server kan joinen. Ik kan op het moment niet de Roerveen server joinen, jongens. Want ik was eruit. Mijn internet vloog eruit. Oh, ik ging echt dramatisch zacht gewoon. Ik ging op. Kijk, zo hard moet je gaan. Ik vloog echt dramatisch zacht. Waarom is doneren met Ideal pas vanaf 3 euro? Ja, dat is Ideal. Dat kan ik ook niks aan doen. Dat is letterlijk Ideal. Vanaf PayPal kan je al even vanaf 1 euro doen. Maar Ideal wil dat je vanaf 3 euro pas doneert. Waarom met deze stream de waarheid van Henkie vertellen? Wat is de waarheid van Henkie? Heb ik dan iets gemist? Heb ik de waarheid van Henkie zelf gemist? Heb ik de waarheid... Oh, ik zit vast. Dat is top. Dit is top. Oh, hoppakee. Zo! Wow, ging echt fucking hard. Oké, jongens, ik heb nog meer voertuigen. Zal ik even kijken hoor. Ik heb er ook namelijk nog meer in die ik eigenlijk... Of die Henkie nooit gebruikt heeft in zijn video's. Even kijken hoor. Saved vehicles. Welke hebben we nog meer? Henkie Monster. Die vind ik het leukst, denk ik. Ik denk dat ik deze... Dat ik deze oprecht het leukst vind. Want hiermee... Hier kan je zulke gekke shit doen. Moet je opletten. Met deze auto kan je zulke weird ass shit. Komt omdat die wielen zo... Zulke units zijn. Rij je natuurlijk gewoon... Als je normaal tegen deze... Tegen een gebouw aanrijdt... Dan knal je er gewoon tegenaan. En dan... knal je daarna weer terug. Maar omdat mijn settings zo ziek zijn... Moet je zien. Let op. Dit is oprecht heel dope. Dit is oprecht heel dope. Ponk. En komt ie? Hier. Dan kan je gewoon de fucking muur oprijden. Dat is gewoon Henkie's specialty, de muur oprijden. Maar ik vind het zo droog dat dat gewoon kan. En hier, dan gaan we van dak naar dak. Als een soort Spider-Man. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja. Nee. Kom op. Nee. Nee. Oh. Ja, we hebben het gehad. Nee. Oh man. We hadden het soort van. We hadden het soort van gehad. Max, check je PM. Is goed, Brum. Is goed, onze brombeer. Speciaal voor jou. Maar wanneer, Bram? Wanneer? Ik ga nu kijken. Oké, mijn Steam helemaal restarten. Dat ga ik even proberen, Brom. Althans, het is ding is, Sander die komt er ook niet in. Dus ik weet niet of het aan mij ligt of dat het aan de server ligt. Althans, de server aan de host, geen idee waar het aan mogelijk aan kan liggen. Dus als je daar ook antwoord voor me op hebt, voordat ik voor niks, niet, zeg maar, voor niks restart. Als in mijn uitlogt terwijl ik net gewoon aan het kloten ben. Maar overigens wel heel bedankt dat je even berichtje overstuurt. Dat het idee brengt. Ik ga het zo even proberen, maar... Ik weet niet of Sander dat al geprobeerd heeft. Of dat Sander misschien daar een weerwoord op heeft. Voordat ik iets probeer, weet je. Willem. Ik mis Willem in deze server. Ik mis de hele gang. Ik moet mijn serverpoort forwarden. Zodat iedereen in deze server kan. Dan kunnen we kloten in de server. Dat zou ik pas content vinden. Dat zou pas content zijn. Kut. Ik moet zeg maar... Wat ik wil doen namelijk, jongens, is op de Maze Bank. Nee, gewoon je Steam restarten. Dat werkt als het goed is weer. Oké, dan gaan we dat doen. Kijk, maar ik wil, voordat ik dat doe, ga ik even snel omhoog rijden. Voordat we dat doen, ga ik even snel het helemaal verpesten. Ik ga heel even snel leaven en gewoon mijn Steam restarten. Ik ben echt er bij de hand. Oké, Steam exit. Helemaal restart. Via taakbeer, alles loose. Ja, bij mij heeft het geen effect, Brom. Oh jee, dan als je tegen mij liegt, Bram, dan word ik echt boos. Kijken of we de server weer kunnen starten, jongens. We gaan checken of wij de server weer kunnen
joinen. Dat zou erg leuk zijn. Dit is in één keer monteur erachter de schermen. Ja, inderdaad. Hey, René, heb jij gezien wie hier zit? De hele stream eigenlijk al. Heb jij gezien wie hier de hele stream al aan het meekijken is? Wie gezellig zijn best aan het doen is om zo fotogeniek mogelijk mee te aanwezig te zijn bij deze stream. Het is niemand minder dan Dickie Dick. Het is niemand minder dan Dickie Dick. Laten wij kijken of we de server kunnen joinen. Ok. Ok. Eigenlijk is het gewoon oké, maar ik weet niet wat ik ook zeg. Wanneer we op andere server kutten, was echt super grappig met de man en die fiets. Ja, het ding is dat ik gewoon dat ook eens geband wordt. En op een gegeven moment hou ik dan geen servers meer over om daadwerkelijk ook andere shit op te doen. En dat zou een beetje lullig zijn. Als daar op een gegeven moment mijn opties echt minimaal zijn. Hey jongens, volgen jullie mij allemaal al op Instagram? Kijk eens. Max Hadekker. Instagram. Ik heb 14.1k volgers. En Ido, die heeft op Insta 18k. Ido heeft gewoon 4000 meer volgers dan ik op Insta. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja, waar hebben we het nou over? Hé, hey, Bram, je bent wel gewoon echt een tech support. Ik verwacht nu een Indisch accent. Een Indische Willem. Wow, Willem. Als ik jou zo meteen spreek, ik wil een Indische Willem horen. Ik zou niet weten hoe ik dat voor moet zien. Ik kan die Willem stem niet eens, dus dat gaat dan voor mij ook sowieso niet lukken. Ik zeg altijd Willem. Maar het lijkt er niet eens op. Nou jongens, we joinen de server weer. Jullie zien het niet. Jullie zien het niet, maar ik join de server weer. Dus jullie zien eigenlijk altijd dat zwarte scherm. Terwijl ik al heel positief ben van... Wauw, hij doet het gewoon weer. Wat leuk. Wat leuk. Maar volg me even op Insta. Dan geef ik shoutouts aan degene die me volgt. Gaan we dat als afspraakje doen, oké? Ga ik zo meteen aan het einde... Ga ik shoutouts geven aan de mensen die mij volgen op Instagram. Dus volg me zeker. Max Hadekker. Iedereen die me volgt zometeen ga ik even een shoutout geven. En check ook even of je bent geabonneerd. Dan gaan sowieso die 200 halen. Die 104.200 abonnees. 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 Nou, we zijn er weer hoor. He, althans. Ik hoor alweer de wind. Ja. En nu hopen dat de goden mij gunnen en dat ik hier niet vandaan moet lopen. Slash report. Kan ik opgehaald worden na het politie-snitch scenario? Mijn internet viel eruit. Zo. Nou ja, ik kan eigenlijk zo met de helikopter gebracht worden. Nu verwacht ik dat ik al gewoon met de straaljager verbracht word als vergoeding voor mijn internet. Wat niemands probleem is, behalve mijn eigen probleem. Maar toch blame ik het op de veen. Dat is niet waar. Dus let ik mijn internet flikkerde er gewoon mee. Ja, die stopte er gewoon mee. Nou jongens, we zijn er weer. We zijn de server. Niet zo lui, kappa. Ja, Renzo, hallo. Hij zegt wel kappa erbij gelukkig. Maar hallo, dan moet ik vanaf hier moet ik helemaal gaan lopen. Hierheen, omdat ik gewoon geen voertuig heb, omdat je geen eens meer auto's kan stelen. Dat zou toch wel erg verdrietig zijn. Hé, hey, ik zie wel, ik zie wel. Ik ben lui. Hey. Hey. Is mogelijk dat jij mij vervoert? Of op andere magische wijze terugbrengt naar de stad? Nou ja, die heli is inmiddels weg, maar we hebben hier achter nog wel een hele hoop auto's staan, dus... Oh, kiezen. Top. Dan gaan we daaruit kiezen. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is met mijn brein. Ik heb geen idee. Kom hier maar tussendoor. Ja. Weet je trouwens wat de trein is, of waarvan dit is? Dit, waar we nu zijn? Ja. Nee. Niet? Nee, oprecht. Oh, nou, dus heel lang is het, dit is het hoofdkantoor geweest, of kantoor, hoofdkwartier geweest vanuit de DSI. Oeh. Dus het is eigenlijk nog steeds, ja, het is wel... Het is politieterrein gewoon. Politie. Ja. Goh. Ja, oké, verboden terrein eigenlijk dus ook. Ja. Zo, hier staan wel heel veel auto's. What the fuck? Ja, in beslag genomen auto's, politieauto's, dat soort dingen. Oh, er zat ook echt een dikke tankpak daar. Ja, zonder deze. Ik word gebeld. Anoniem. Is het mogelijk dat ik op ben? Gaan we deze auto stappen? Neem maar op. Ja, kies maar wat je wil. Ja, kies jij maar joh. Alles rijdt. Hey! Pak die X6 wel. Ik probeer je al een tijdje te bereiken. Ja, mijn brein was er weer mee gekapt. Dat klopt, mijn ook. Oké. Okay. Dat maakt niet uit. Ik probeerde je daarvoor ook te bereiken. Ja, oké. Okay. Ja, mijn mobiel was had ik in mijn auto laten liggen. Oh. Wat dan? Ja, die gewoon die had ik in mijn auto laten liggen. En ik was even buiten mijn auto. Geen speciaal verhaal verder. Geen bijzondere reden. Geen bijzondere reden? Dat ik mijn mobiel in de auto heb laten liggen. Ja, ja, ja. Niet echt, nee. Oké. Okay. Zo terug. Oké. Okay. Interessant. Ja. Hey, what's up? Nee, ik weet eigenlijk wat ik moet weten. Dankjewel. Hey, geen probleem. Zo, hij legt even dikke wapens in de achtergrond. Of achterbak. Zo.
Het legt even een, wat is wat? Ik denk geen denk verstand van wapens, maar het zag er mooi uit in de achterbak. Moet toch een beetje zeker zijn. Zo. Maar, Wacht, ben je nu aan het bellen of niet? Nee, inmiddels niet meer. Oh. Inmiddels niet meer. Top, goed, hè? Zo'n hek waar je tegenaan moet rijden. Ja, dat is echt. En dat is zo'n slagboom waar je tegenaan moet rijden. Helemaal top. Ja, dat is Roefees klasse. Ik kan zo trouwens wel zien dat het een politietrein is. Ja. Maar, ja, dat is meer een beetje een stukje zekerheid. We werden net ook al gevolgd door die Karuma, dus. Ja, nee, dat snap ik. Nou, mocht je jezelf echt niet meer kunnen verdedigen en ik ben neer, dan weet je wat dit ligt. Ja, ik zag hem in de achterpak liggen. Geen idee hoe je hem gebruikt, maar... volgens mij is het ik kan zeggen, knopje overhalen en volgens mij... hopen dat je de goede raakt, weet je? Ja, ach ja. Dat komt wel goed. Bijna 3 jaar, kijk eens, weer leuk dat jullie allemaal terug zijn gekomen. Ja, je bent wel eens opgepakt door de DSI, hè? Ja, ja, meerdere malen. Meerdere malen. Ja, dat... Ik heb jou ook al eerder gezien een keer. Toen was ik in mijn onderbroek in het politiebureau. Ja, dat was heel leuk. Dat was gezellig. Ja. En ja, kom je net uit het ziekenhuis en dan is er een stuk... Nou, toen had je poepvlek op je gezicht. Dus is letterlijk een stuk huid vervangen, omdat Edward, die we nu gaan pakken overigens... Ja. Althans, dat vermoeden ze, hè. Dat is niet zeker, maar die schijnt iets gedaan te hebben. Die had gepoept op jouw gezicht, ik hoor je afgebeld. Hey! Met Max. Makkers. Bijzonder hoe jij blijkbaar de halve waarheid vertelt. Hoe bedoel je? Was je niet bij het observatorium? Bij het observatorium? Het observatorium met een helikopter. Ik ben bij het observatorium geweest. Huh. Ja. Daar stapte jij een helikopter. Ja, dat klopt. Als jij dat gezien hebt, wel, ja. Mhm. Mhm. Ja. Dankjewel. Maar, jij vroeg ook niet om meer of zo net? Nou ja, jij zei dat er niks aan de hand was, toch? Ja, niet dat jij mij belde. Toen heb ik gewoon mijn mobiel in de auto laten liggen. Mhm. Oké. Okay. Nee, duidelijk. Oké, ja, prima. Toppie, dank je. Top, hey, geen probleem. Laat me wel even duidelijk zijn. Ja? Alles wat jij mij hebt verteld. Ja. Ik ga ervan uit dat dat de waarheid is. Ja, ik spreek altijd en ik hoop dat waarheid. Ik hoop dat vertrouwen niet beschadigd wordt. Dat is het enige wat ik nog even wilde vermelden. Nee, tot ziens, hè! Dat komt goed. Dat komt helemaal goed. Joejoe. Oh. En? Ja, Edward. Intimidatie activated? Ja. Onder andere. Maar ja, dat denk ik wel van een eind. Top. Bel heel eventjes Willem op. Ja? Had je dat nog meegekregen voordat je brein... Op de ladder is mijn brein eruit meegekapt. Oké, nou, waar het op neerkwam is Willem die gaf in ieder geval aan dat hij een gesprek zou willen hebben met Edward. Of dat Edward een gesprek met hem wilde hebben, sorry. Ja? Dus hij gaat dat gesprek waarschijnlijk voeren, maar het is misschien handig als jij daar ook bij staat. Dat hij zegt, ja, eigenlijk hebben we nooit individueel een gesprek gehad, altijd met twee mensen. Ja, Toos. Ik bel je zo terug, Toos, oké. Okay. Ik heb heel belangrijk nieuws. Nou, heel snel dan. Willem wil niks meer met je te maken hebben. Willem wil niks meer met mij te maken hebben. Nee, hij heeft net een afspraak gehad en hij wil niks meer met je te maken hebben. Oké, okay. Nou, ik bel je zo terug, Toos. Ik zou hem echt snel bellen. Ja, ik bel Willem zo dan wel, oké? Okay? Joe. Joe. Geen idee waar het over gaat. Ja, verder. Nou, Willem wil dus in ieder geval een actie samen met jou doen. Ja? Dat hij gaat praten met Edward, maar wij gaan er wel met een... Deze teampje in ieder geval observeren. Staat er in ieder geval sniper op Edward gericht. Dus mocht hij echt iets geks doen, dan... Ja. Is er een kans dat hij voor je neergaat. Ja. Dus het is redelijk dus veilig. Dus een tjoepad boom, zeg maar. Ja, het is redelijk veilig. Alleen, ja... Luisteren jullie ook je mee? Want je moet het wel vrijwillig willen. Je hebt apparatuur, weet ik. Waarmee je mee kan luisteren. Van afstand. Dat heb ik in films en series gezien. Ja, is er. Wacht even hoor, hoor je me nog? Ik hoor je nog. Ja, top. Ja, stembanden deden even uit. Ja, geen probleem. Maar ja, klopt, kunnen we doen. Maar het gaat in de eerste instantie heel eventjes om, wil je dat überhaupt? Of wil je dat Willem het alleen doet? Dat mag ook. Ja, ik wil wel meedoen. Ik wil wel meedoen. Oké, dan gaan we weer inbellen.
Althans, weet Edward dat ik dan ook meekom. Kevin uit Tilburg, 5 euro. Hey Max, toffe streams. Ik kijk met plezier genieten van. Ook met opa Gerard de Toos. Doe ze de groet. Zal ik doen. Dankjewel Kevin uit Tilburg. Dikke shout aan jou. En dankjewel voor de 5 euro donatie. Sam 3 euro. Volg mijn Insta. Sam, dikke shout aan jou. Sam, komt helemaal goed. Dankjewel voor de 3 euro. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Krijg ik ook eens zo eentje? Als ik voor jullie werk? Bijna ronde 1 dat ik... Of je zo'n wapen krijgt, weet ik niet. Maar... Zo. Echt zieke shit. Ach, ik kan die wel heel kort geven, maar dan moet je... Ik haal even de kogel uit. maar in principe... Hier, proberen maar. Niet te schieten bedoel ik. Maar nee, nee, dat dacht ik al. Morgen. Zo. Maar in ieder geval, dat... ja, dat is dus dat wapen. Daar krijgen jullie ook schiettraining mee, mits het... Ja. Een beetje fatsoenlijk gaat allemaal. Zo, jongens. Er zit normaliter nog silencer en scope op. En, ja, er zit nog van alles mogelijk bij. Zo, dat vind ik wel een leuk plaatje, jongens. Dan heb je dat in ieder geval. Hier, nee, voor een leuke thumbnail. Ik toe ben. Ja. Dat was een voorwaarde van Willem dat jullie daar een keertje mee mochten schieten. Dus, ja, dat komt helemaal goed. Nou, dan spreken we elkaar later. Hè? Nee, ja, ik heb hier wel de. Ik heb hier wel de dingen, hoe noem je dat? De high ground op het moment. Nee, ik geef hem wel. Nee, je hoopt zo, maar ik weet niet of dat opgaat in die training. Nee, dit komt goed. Nee, ik ben wel benieuwd. Zo'n schiettraining lijkt me oprecht wel leuk. Jij gaat Willem bellen? Oh ja, maar ja. Nog niet op. Zo, dat was wel dikke gun, jongens. Ik ben altijd in gesprek. Ja, die Willem is altijd druk. Ik kan wel even Toos bellen, want die was volgens mij met Willem. Toos belde mij. Ja, is goed. Ja, af en toe moet het via en dan gaat het via zo'n oude lul. Dat hij überhaupt een mobiel heeft. Ja, dus als hij hem niet kwijtraakt. Hallo! Hey, Toos, ben jij nog met Willem? Nee, ik heb een agent ontvoerd. Yep. Yep. In Willem's auto. Dan zou ik dat me niet hardop zeggen wat jij net tegen mij zegt. Oh, nee, maar hij zit achter me. Hij hoort ook alles. Hij heeft alles nog. Ja, maar ik sta hier zeg maar ook naast iemand. Ik sta zeg maar naast een collega. Van. Oh. Dus zou ik het even vertellen wat jij aan het doen bent, Toos? Ja, zeg maar. Toos die ontvoert een agent. Hoor ik zojuist. Hey, ik hoor die collega dat hij bij de achterlijke opa zit. Dat hij bij de achterlijke opa zit. Ik zit in Willem's auto. Waar is die? Waar ben jij? Op de snelweg. Op de snelweg. Kom naar de stripclub, oké? Okay? Ja, dan moet je heel snel zijn. Ja, ik kom er nu snel aan, oké? Okay? Naar de stripclub. Ja, joejoe. Meneer, ik wil niet dat jij... Wat? Nou, gaan we toch... Mensen, die maar één losvlodder in. Oei. Zo. Zo. Nou, die gaan we pakken. Ja. Krijg ik er ook punten voor? Of... Ah, het staat wel goed op je cv. Ja, hè? Toast erbij lappen. Toast erbij lappen, wat de fuck ben ik aan het doen, jongens? Dit is wel even een proefsnitje. Maar we moeten oprecht oppassen met Edward, want hij is heel waaks. Ik ben al meerdere keer tegengekomen vandaag. Dat, en hij heeft al één keer eerder op je gezicht gepoept. Hij wil dat natuurlijk niet nog een keer. Dat is van een operatie, ja. Ik kan dood kunnen zijn. Je maakt een strontvlek grap over, dat is niet leuk. Ja. Nee, oké. Okay. Ik zal grappen bij elkaar. Kom je na 2 weken uit coma en het eerste wat je hoort, mooie strontvlek, man. Ja, het eerste wat we zagen was ook een poepvlek. Ja, nou ja, dat was het ergste. Het eerste keer dat ik op de HB kwam weer naar de coma en er staan in één keer 5 dansende naakte mannen. Ja, nee, ik zat er ook bij. Oké, hier rechts bleek... Oh, Willem wel terug. Wacht even. Maar hij zou hierheen komen, die... Yo, Wim. Hey, Jumbo. Zo. Kom, stripclub. Is dit hem? Positief. Nou, met plakken is apart of niet. Oh, daar heb je Gerard. Oh, maar dat is niet... jij bent geen agent, jij bent gewoon random gast. Gerard! Gerard! Gerard, hey! Hey, Gerard! Hey! Ik wacht op Toos. Ja, Toos komt hierheen, hè? Ja. Ja. Wordt gezellig. Kom, we gaan even als gangs. Wie's auto is dit? Voor mij. Waarom is hij zwart? Waarom maak je hem niet rood of zo? De Gerard kleur. Rood omdat hij nu op dit moment zwart is, meneer. Oké, okay, nou, leuk. Leuk. Maar Toos komt hierheen, hè? Ja, toch? Dat zei hij via de telefoon. Ja, Toos zei dat hij hierheen kwam. Ik heb hier Bernard van de Zeppelin bedrijf waar ik het over had. Ah nee, dat was wat ik tegen Toos verteld. Bernard van der Linden, aangenaam.
Maar ik heb zo'n gevoel dat Toos hier niet heen kan. Hij zei heel mooi telefoon, ja, ik moet naar de stripclub. Ja. Nou, ik denk het niet. Ik ga hem even bellen. Ja, zorg dat hij hierheen komt. We kunnen hem helpen met zijn zaak. Ja, we gaan lekker in mijn hele dingetje zien. Ja, oh, kijk, kijk, kijk. Wie is dit? Oh, dat is Willem. Wat? Jou hebben we nodig. Goeiedag! Ja, hier heb je Toos. Hey! Waarom sterf ik? Wat zijn we aan het doen, Toos? Niks. Waarom zie, wat zie ik in jouw achterding zitten? Hey! We staan nu bij de... Wat zijn we aan het doen? Ik wil deze! Nee, Toos! Nee. Oh, daar gaat je auto. Hey, Willem! Oh, jij bent de lul. Toos is de lul. Oké, we moeten eventjes... Willem! Ja? Wat zijn dit voor geintjes? Geen geintjes, Willem is even bezig, Frits. Hier heb je Toos, overigens, in deze auto. Willem! Willem! Ja, luister nou eens. Kom. Nee, niks even luisteren. Jij luistert even naar Willem. Ja, waarom ben jij boos op mij? Ik hoor dat je boos bent. Niks. Ik ben niet boos. Ik moet even met Otter spreken. Ja, ik heb het al gehoord. We proberen jou te bereiken, maar je nam niet op. Ik ben akkoord gegaan. Ik ga mee. Oké. En dat heeft mij al gebeld. Oké, locatie is ingesteld. Ja. Het is ergens in de haven, zeg maar. Het is een puntje. Oké, dit loopt even iets anders dan gehoopt, want er is waarschijnlijk ook een andere actie. Dus als jullie even om de hoek gaan staan, kom ik daar met de auto voor rijden, stap jullie in. Ja, prima. Oh. Willem, even locatie. Hey Willem. Okay, ja. Te doen. Wat? Te doen. I don't know. Als je vuur met vuur bestrijden. Echt een lul. Stap in. Zie je de locatie? Lul. Op de... Kunnen we Willem uit de auto trappen? Wacht, de locatie lijkt... Wacht even. Hè. Zeg maar, zie je? 2,57 kilometer. Godverdomme, Toos. Ja, dat is wel... ik wil even wat mensen bellen en we gaan gewoon terug richting auto-HQ. Te pakken even daar een beetje auto. Hij zei, geef me 20 minuten. Oké, Willem. Moet je echt even opschieten. Ja. Operatiewond? Of poepvlek? Hou je bek! Al op zich richting auto-HQ. We hebben een locatiepunt van die, ja, we hebben een locatiepunt van Edward. Daar staan nog een hele hoop andere auto's, dus ik kan daar gewoon één auto pakken. Oh. Ik heb Willem en, ja, we zijn er net weg, maar ik heb die Willem en die, hoe heet het, die plakkers strontvlek mee. Plakkers strontvlek. Bij de 3400 mensen zijn er leuk hier allemaal zijn. Welkom bij de stream. Check of je bent geabonneerd, je naam komt helemaal daar in het midden in beeld. Breng hem even naar de 105.000 abonnees. Ja, goeie. Deze stream, 105.000 abonnees. Nee, 104.200 abonnees. Moet wel lukken, jongens. Daar heb ik wel vertrouwen in. Dat moet wel lukken. Check zeker even of je bent gegaan. Dit kleine moeite. Ja, like ook even de stream. Kijk of we 3.000 likes kunnen halen. Ja. Gaan we nou weer waar? Let op waar we net waren. Natuurlijk. Ja. Ja, ja, zeg maar, we zijn net in een X6 gespot door de golf. Ja, oké. Okay. Bejaarden thuis, zeg maar. Door heel de zonnebloem. En als er een paar mensen een beetje... Oké, ja. Maar eventjes... Jongen, dat thuis. Ja? Hij belde net en hij zei dat Willem had gelogen. Ja. Dit is nice. Dit is heel nice. Goede rode peper maar, dit. Oké, maar... Het is toch een inbeslag genomen uit, toch? Precies, maar hij belde net over dat Willem had gelogen. Ja, mij en ook. Dat heeft Willem ook. Want hij is er wel achter gekomen, want hij herkende je wel. Wat de hel is dit? Wat de hel? Die waren we net, Willem. Ja, maar al die auto's. Ja. Ja, het is toch een oud politietrein, weet je toch? Ja, ik veel. Willem, kunnen we met die zieke deze gaan? Dan kan ik uit het dakraam kijken. Is dat mogelijk? Ja, maar hij weet dus ook alles over de helikopter. Ik woon die daar en dan met mijn hoofd uit het dak. Nee. Nee. Dat zijn geen Rambo's, nog niet. Oké. Nou, dit is toch als jullie aanbetaling voor de ronde 1. Yes! Stop alles even in mijn zak. Ja, als je... Ja, kut! Top. Top, ik zie je later. Ik heb net ook iets anders leuks in mijn handen gehad, Willem. Die mocht ik ook houden na afloop. Oh. Dat werd mij verteld. Wat de hel? Wat vind je daar nou? Slenderman. Waar komen de boys hier naartoe? Ja. Mag ik even kijken? Maar, ik wil definitief zeker zijn van mijn zaak. Van het AT. AT. Precies. Geef Willem ook eens even wat centen waar hij iets mee kan. Fek.
Wat? Ik krijg zo wat. Mag ook een auto van de zaak kiezen? Nu gaan we iedereen... Precies. Kom, we kiezen allebei eentje. Die is mij. Die is van mij. Oh. We kunnen het oprecht pakken. Daar komt het inderdaad tegen. Oh, kut. Nee, doe maar niet. Hij ziet ons in die auto en uit die auto stappen. Wie is het? Wat is dit? Maar het moet even opschieten, want we hebben nog minder dan 15 minuten. En dan? De binnenkant van de beerkit zien? Ik heb er al in gestapt net. Ik ben al in gestapt. Naar die locatie toe. Ja, we moeten toch even wachten, jongen. We kunnen er toch niet blindelings op afgaan? Ja, dan moet hij die godverdomme ATR's opschieten. Snerst. Graag. Dat is één zo snert. Snerst. Hoi. Hoi. Hallo. Mag Willem stuurtje wel een locatie door die wil Bijna 3400 mensen kijken. Wat leuk dat jullie allemaal zijn, jongens. Oprecht. Dikke shout-out naar jullie. We gaan 100% even die 200 aantikken. Dat weet ik 100%. Dat weet ik echt wel zeker dat we dat met z'n allen kunnen. Dus check het zeker even of je bent geabonneerd. Kleine moeite. Je kan het. Oh ja, ik geloof in je. Ooit die 105.000 abonnees gaan halen. Schaadt mijn vertrouwen niet. Dat zei hij. Dus er zit wel degelijk een vorm van haast op. Ah, poep bestaat niet. Ik kan zeggen. Anders kon ik die vlek... Wacht, Renzo, er zit wat in je gezicht. Of, Hou op recht. Moment. Mooi gezicht. Ik wil even over die poepvlek gaan praten. Ja. Ik vind wel dat je het leuk uitziet vandaag, Willem. Holy shit. Lijkt een beetje op letterlijk, je hebt exact 1-op-1 mijn pakje aan dan. Wat? Laat een dik sniper vast. Wat boeit mij dat nou? Nee! Oh, nee. Oei. Oké, 1-1. GG. Oei. 1-1. 1-1. Lijk, er is toch geen lijk, jongens. Er is toch geen lijk. Ik had een mail gekregen. Lekker hoor, ik hoop dat je de auto hebt. Ik zie nu een aflevering locatie zien. Dankjewel, Eduardo. Voor de mail. Helemaal top dit. Ja. Top mail. Ik denk wat handig is. Ja. Voor die locatie. We kunnen met parachute springen. Deal. Nee, maar wat wachten we nu op oprecht? Ik ben een beetje verwacht. Ja. Ja, we zijn even aan het voorbereiden als we op die locatie kunnen doen. Of het niet verstandig is, maar dan kan die zien. Of sniper verstandig is, maar dat heeft weer gevoel. Ja, waarschijnlijk staat hij er al. Verrekijkertje. Of op de boot. Dat kan ook. Ja, dat is trouwens... Hij heeft heel snel dingen door, dat is een beetje het probleem. Ja, precies. Hij is veel te erg op zoek. Hij is een beetje paranoïde. Altijd 24-7. Wat ook, zeg maar, een goed ding is, in principe. Die boot is op zich geen dom idee, trouwens, Willem. Mm-hmm. Tja, Willem heeft in de oorlog gevochten. Willem heeft wel meerdere goede ideeën. Wat had je oorlog? Carlo. Wacht even voor Willem, ik moet het mee, Willem. Het is verstandig dat we die guys bij de haven afdroppen en ze zelfstandig bij gaan. Dat jij dat vanaf het dak in ieder geval toezicht houdt met een verrekijker en dat ik het water op ga met een boot. Wat? We hebben ze van twee kanten in zicht. Doe dat? Nou, wat ben je aan het zoeken? Een dak bij de pier bedoel je? Ja, je hebt de foto dinges toch? De foto. Locatie. Wat een kut. Zo. Daar. Ah. Daar. En daar spreken ze af. Ja. Hm? Op dat punt, daar spreken ze af. Ja, dus als jij op die hangar gaat staan. Ja, die daarnaast. Dus bij de Merryweather is dat. Ja, je kan ook bij Merryweather gaan staan. Ja, maar hun gaan letterlijk op die pier staan, zeg maar aan het einde van die hangar. Dus als jij op die hangar gaat staan, heb je perfect zicht. Als je daar gewoon gaat liggen tegen, je weet het. Mike voor de 2.6 kan lijken. Ja, jongens, helemaal even lijken. Op die andere hangar. Hé, daar heb je een andere auto. Daar heb je een andere auto. Stop. Dan doe jij dat en dan ga ik met een boot gewoon daar. Top. Volgt iedereen Sarso al op YouTube, jongens. Hij heeft bijna 1000 abonnees. Dat is mijn vriendin. Als ze 1000 abonnees heeft, gaat ze meedoen met YouTube-video's. Dan gaan we even een eigen frequentie van de dingen. Ja, het is misschien wel handig. Deze guy is echt buffed as fuck, trouwens. Holy shit. Join... Hij is oprecht echt buffed as fuck. Zijn wij ook... Ja, plak is niet. Oh, oké. Doe maar 3, 4, 8. 4, 8. Vernomen. Volg René nou even. Ja, jongens. Volg René even op de YouTube-kanaal. Even Zarrasal heet ze. Allemaal op YouTube volgen. 1000 abonnees gaat ze meedoen in een YouTube-video. En meedoen in Rufijn. Dat is geen codetaal, dat is Marcus is... Maar moet ik ook in de porto nou, of?
Ja. Ja. Oh, jij zegt van niet, Willem, wat fuck? Ik ben wel Tulp. Tulp. Oh, jij bent gewoon Carlo, ik ken toch niemand. Huh? Ja, kan ook. Mijn porto doet het niet. Oké, okay, wacht, Tulp. Willem is de haring. De haring. Haring. Heel even nog. Jij bent de poepvlek. Hou je. Ik heb niet meer uitbetaald tussendoor. Maar, spier. F7 is toch de porto? Ja, Hij doet het niet bij mij. Ik heb een porto nodig, denk ik. Ja, ik had de porto. Daar gaan we rekenen. Ja, maar we hebben nu nog even een minuutje, dus we moeten eventjes opschieten. Ze heeft 1k. Echt, heeft ze al 1k abonnees, jij jongens? Bent, top. Renzo, jij bent ja. De. Ja. Je bent de. Wat was hem nog één keer? Wat is jouw codetaal? 348. Vlek. Vlek. Ja, als jullie me daar aan herkennen. Vlek, tulp, haring en... En witvis. Witvis. Lekker. Oké, okay, witvis, haring. Lekker. Yes, okay, maar cool. Mag aan me nu. Eigenlijk het liefst vis betaald, maar ja. Ik vind witvis prima. Jullie pakken... Jullie pakken die wacht, Willem wordt gebeld. Deze? Wacht even. Hey, met Willem. Ja, ik ben zeg maar... Is ongemarkeerd. Hey, okay. Eddie. Duurt het lang, zeg. Pak die ongemarkeerd, ja, pak die ongemarkeerd. Willem is, letterlijk as we speak. Pak deze. Ja. Onderweg, onderweg. Let's go, Willem. Ja, we zijn dus nu onderweg. Oké. Okay. Yes, tot zo. Joe. Tot ziens. Oké. Okay, we zijn onderweg, jongens. We gaan nu naar Edward Tulp. Wat was mijn codenaam? Tulp. Jij was de Tulp. Oh ja, ik was de Tulp. Ja, we hebben Tulp, Witvis, Vlek en Plakkers! Wat was die andere ook weer? Haring. Wat is er, Willem? Wat is er, Willem? Spannend, plakkers. Ja, spannend is het, hè. We gaan naar... Dit is echt vet. Hier heb ik zoveel zin in. Ik ben echt hyped. Ik hou je leven. Maar, weet Edward dat ik kom? Jij rustig. Ja. Wat wil Edward bespreken? Ja, over net. Over net wil die praten. Ja, over alles, over het incident. Okay. We rijden trouwens gewoon in een markt, hè? Ja. Precies, dat is zo stupid. We rijden gewoon in een fucking markt auto. Dat kan hij niet weten. Ja, natuurlijk. Kunt u daar positie innemen en heeft hij een verrekijker? Vlektulp, witvis en haring. Jij met haring, hè? Ja, met een haring. Jij komt al jaar borstharing. We gaan dus gewoon praten over de gangbang. Dat is wat wij een keer met hem hebben besproken. Ja. Eerder afhaken. Maar wat gaan we vertellen? Wat hebben wij met de gang? We hebben informatie gegeven over de gang. Ja, maar ze gaan luisteren, de politie. Dus dan weten zij dat we dat gesnitcht hebben aan... Ja, maar wat willen we dan dat we zeggen? Ja, nee, we moeten het daarover hebben inderdaad. Nee, we gaan... Wees heel onspecifiek over dat hij wil wel door even waar we het over hebben. Maar wees niet zo specifiek dat de politie weet waar we het over hebben, als je dat wat bedoel. Specifiek genoeg voor Edward, maar niet specifiek genoeg voor de politie. Die porto's gaat checken, hè? Zeg, alsjeblieft dat het van de gang is, niet van de politie. Komt goed, Vlek. Hey! Vlek. Wie is dit? Smoke Vlek. Oh. Oh, oeps. Hey. Zo, nog een. Nick, heb je een half uurtje dat Willem je weer terug kan bellen? Heb je even voor mij? Dit wil je denk ik niet zeggen in het bijzijn van de bodycam. Heb je even voor mij? La 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 la. Maak la, wat vlek voor mij vanavond. Ja, balle. Hey, plakkers. Ja. Yeeha. Nee, dat gaan we niet doen. Yeeha. Waar heb jij het nou over? Gewoon, pitje erop, sirenes aan. Oh, dat zag ik niet, dat pitje. Gast, we hebben gewoon een Unmarked. We rijden letterlijk gewoon in een Unmarked auto. Wat raar. We breken alle regels. Ja, maar we hebben gewoon toestemming hier. Oké, rustig. Zakelijk. Rechtsom. En ik ga linksom, dan kan hij ons zien. Top. Wij naderen aan uw terrein over. No. Nou, dan gaan we, jongens. Even open porten. Dan gaan we. We kunnen dadelijk daar trouwens niet communiceren als we in gesprek zijn. Er staat een boot hier. Zo. Ik mis Edward's oude pakje dan. Ik zet de appjes met wat je. Wat een lijpen. Wat de hel, wat heeft hij met zijn boot gedaan? Ik weet het niet, ik weet niet hoe hij hem daar voor elkaar gekregen heeft. Ja, la 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 la. Rustig, Willem. Is Willem. Te plaatsen. Zo. Rustig. Ja, rustig aan. Hey, Eddie. Top in positie. Wat is het idee? Het idee? Positief. Welk idee? Jij wilt me spreken. Ik ga jullie iets zeggen. Oké.
Okay. Of jullie spreken hier de volledige waarheid tegen mij. Of jullie draaien nu om en stappen terug in die auto. Oké? Okay. Wat doet jij denken dat wij niet de waarheid spreken? Wat liet mij de... Ja? Oké. Okay. Eerst beweert Willem... dat hij met iemand is. Hoe heette die? Wat was zijn naam? Dat is Alexander van Bergen. Nee, dat was niet zijn naam. Je had er nog een andere naam opgegeven ook. Goed. Vervolgens kom ik diezelfde man tegen bij het observatorium. En volgens mij was dat Renzo Otter. Nu weet ik dat jullie twee al eens een keertje... Jij weet toch wat voor zaken hebben met hun? Dat hebben zeker. Uitgelegd. Dat klopt. Ja. Maar waarom liegen jullie erover? Waarover? Over dat. Wij liegen daar niet over. Oh nee? Ik was net, toen jij mij belde, over wat ik aan het doen was, dat ik niet bijzonders aan het doen was. Weet je naast wie ik in de auto zat, onderweg terug naar huis? Nou. Naast de persoon over wie je al weet wat het is, waar we het hele tijd over hebben. Renzo, oké. Ja, of Renzo. Wat denk je dat ik dan ga zeggen? Niet ja, ik weet dat je die in ieder geval. Ik ga lekker nu naar. Ik ben met Edward aan het bellen. En nee, ik was net met Renzo over het snitje. Dit dat ik het allemaal doorvertel. Ja, dat kan ik toch niet vertellen? Het is of de een of de ander. Hoezo? Ik kan het toch gewoon dubbel spelen? Dat lukt prima. Hij is nu onder de loep. En jij, Willem, zat je toen ook met Renzo Otter in de auto toen je zei dat je niet in een heli zat? Nee, toen liep je rond, dat zei je zelf. Ik was oprecht gewoon een goed excuus. Ik had oprecht een goed excuus. Laat me even iets checken. Oké, you go bro. Hij gaat checken, Willem. Hij gaat. Hij weet dat een markt is. Kan hij niet. Ik zet geen pitjes of iets ergens. Ja, nee? Misschien herkent hij het kenteken. Ook naar de auto. Uitzicht. Wat is ons excuus? Snel. Hij doet het gewoon met kenteken. Hij moet het kenteken. Ja, oké, maar als hij het door heeft, zeggen we gewoon die hebben we gekregen. Voor het, nou niet leenauto, voor het werken van. Toppie. Yes. Staat nu langs de auto. Kijk, het punt waar ik dus nu mee zit. Ja. Is wat verzwijgen jullie? Want er is blijkbaar iets wat ik niet mag weten. In wat opzicht? Ik vertel je alles nu. En ik heb je alles verteld. Nu ja. Vertel je alles. Ja, ik ga toch niet alles vertellen als ik met hem in de auto zit. Dan hebben zij door. Ik hoop wel dat ze niet door hebben dat ik het aan jou vertel. En Willem? Wat is er? En jij dan? Wat is er, waarom lieg jij? Willem zat in een mutual. Weet je wat het is? Niet iedereen is eerlijk in deze wereld. Jij weet ook donders goed dat wij alleen maar informatie aan het doorspelen zijn over de darkness. Ten goede van onszelf. Nou, vertel eens over het gesprek dan. We moesten informatie geven over wapenlocaties. Over waar ze mogelijk wonen, voor voertuigen, kentekens. Specifiek over iemand? Gewoon over de gang zelf. Over wapenlocaties. Wapenlocaties. Ja, niet wapenlocaties, zeg maar locatie van waar mensen wonen en waar ze dus mogelijk een wapen hebben gestashed. In die zin. En dat hebben jullie ook gedaan. Ja, maar we weten die juiste informatie. Ik heb juiste informatie gegeven, ja. Als in. Nog niet juist, alles. Maar jij weet wel wat ik met juist oei, bedoel. Oei, oei, jij weet wat oei, ik met juist oei, bedoel. Oei. Hoor je? Wat zei je? Ja, jij weet wat ik met juist bedoel, Edward. Edward, we verstaan jou niet als je praat. Nee, dat weet ik. Hoor je dat, Jerry? Oh, hey Jerry. Is Jordi hier? Mm-hmm. Is Jordi hier? Oei 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 oei. Hij heeft een Jerry nou, nu bluft hij. Ja, het is nu bekend bij de politie. Dat, ik weet dat Jordi dat hij bluft nu. Want ik heb dit gewoon met Jordi besproken. Ik heb dit met Jordi besproken, dus ja. Nu bluft hij. Hier is hij net de fout in gegaan, Edward. Hier is Edward net te ver gebluft. Want ik weet dat ik heb het gewoon met Jordi besproken. En echt gewoon in de roleplay. Snitchen in de criminele onderwereld. Ja? Is denk ik het meest smerige wat je kan doen. Maar Edward, ik weet dat jij nu bluft. Bluff ik? Ja. Met dat jij en Jordi in de porto zit, of een Jerry. Mhm. Dat weet ik eigenlijk wel 100%. Precies. Oké, nee, dat is goed. Nee, dat is goed om te horen.
Maar waarom zou ik het niet aan Jori vertellen? Dat mag wat mij betreft. Dat mag. Dat mag oprecht. Daar hebben ik zei al, ik heb juiste informatie gegeven. En ik hoop dat jij snapt wat ik met juiste informatie bedoel. Mm-hmm. Keuzes aan jou. Wat weet ik niet. Maar dan moet je niet mij aankijken, wat weet ik niet. Ja. Jij zegt dat je ook dat een deal hebt met... Ja, precies, jij hebt dat ook een keer gezegd. Ja, dat klopt. Nee, ik ben bereid er helemaal open kaart over te spelen. Vraag wat je wil. Ja, bij dat motel, wie was dat dan die je doodgeschoten? Of heb je ik heb niemand doodgeschoten. Wat was dat dan voor Hennis? Hoe heet dat nou? Ik weet daadwerkelijk niet wat daar is gebeurd. Ik was daar zo met Emilio Charsen. Nee, hij heeft dinges neergeschoten. Weet je, gewoon een beetje aan het... Hij heeft drankje daar neergeschoten, dat weet ik zeker. Dat noemen vibe. Zeker. Ja. En, nou dat was. Dat ging net al wat mensen weer wat ziek dit. Ja. En in één keer. Pju. Maar je zei ook tegenover, zeg maar bij de bank, dat jij een deal had gekregen vanuit de politie. Ja, dat klopt, maar dat had daar niks mee te maken. Maar daar wil ik best over uitweiden. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, wij zijn hier ook om informatie te krijgen, want voor ons is het ook nog een grote vraag. Groot vraagteken. Zal ik vertellen wat er is gebeurd de afgelopen dagen? Zeg ja hoor. Aha. Nou, het is voor mij heel duidelijk dat de politie dingen zoekt om tegen mij te gebruiken. En dat is helemaal prima. Dat gebeurt bij ons ook. Maar wat ze nu wel hebben gedaan is, ze hebben mij iets aangeboden. En daar heb ik al over verteld, maar dat kan ik best nog een keertje vertellen. Ze willen dat ik Darkness in de gaten hou. Mm-hmm. Jullie, de straatjes king. Interessant, absoluut. En daar informatie over doorspeel. Richting hun. Eigenlijk hetzelfde als dat wij... Mm-hmm. Wat ik me dan afvraag is waarom... doen ze dat bij jou los? En houden ze ons twee bij elkaar? Omdat ik alleen werk. Omdat jij alleen werkt. En dat respecteren zij. Misschien help ik hem wel. Wat ja, maar, wie is er om... Wie is mijn Willem? Nou, niet, ik bedoel niet dat is specifiek dat jij ook een Willem nodig hebt, maar waarom vertellen zij ons niet dat jij ook een deal hebt? En waarom ze zouden ze jullie dat niet vertellen? Omdat jullie een deal hebben. En ik op mijn beurt in de gaten moet houden of jullie wel de waarheid vertellen. Dus naast... Het is een soort cirkelwerking. Ja. Ik snap en wat ik dus heel bijzonder vind... Ja. Is dat er dus blijkbaar niemand is die informatie moet doorspelen over mij. Want dat is niet iets wat hun hebben jullie gedacht. Je hebt al meerdere malen gezegd... Denk je dat wij de enige zijn die dit aanbod hebben gekregen? Ik heb geen idee. Ik denk het niet. Nee, daarom. Maar, dus wie weet is het cirkeltje groter dan we denken. Wie weet. Sterker nog. Ik weet zeker dat cirkeltje groter is. Ja, daarom. Want ik heb gesproken met iemand. Wie denk je dat er nog in dat cirkeltje zit dan? Dat weet ik. We gaan een teken dat alles goed gaat. Wij zijn even één keer omhoog. Ik weet nog iemand waarmee een deal is gemaakt. Die eigenlijk een beetje hetzelfde moest doen. Alleen dan op mij. Geniet je trouwens ook niet zo. Van de... Meen je met echt een downie? We zijn gewoon aan het praten. Stop de geel over die zonsondergang. Kerel, het is ook mooi. Mag ga verder, sorry. Kijk, ik... nee, dat maakt helemaal niet uit. Kijk, ik... Ik weet dat er veel over mij gezegd kan worden. Maar ik ben eerlijk. Mm-hmm. En ik heb op geen enkele manier gelogen tegen jullie. De politie heeft een deal gesloten met mij. Om jullie in de gaten te houden. Oh jee. Het is een beetje dubbel spel dit allemaal, hè, jongens? En de straatjesgang. Straatjesgang, geen het is allemaal een beetje dubbel. Het is allemaal moeilijk dit. Blijkbaar. Het is allemaal heel moeilijk. Daar heb ik gisteravond... laat... een afspraakje over gehad. Met de straatjes of over? Over de informatie die ik heb verkregen de afgelopen week. Ja, sorry. Oké. En als jullie willen, zou ik precies vertellen wat ik heb doorgegeven. Als je het kwijt wil, je moet je niet verplicht voelen tot iets. Nee, natuurlijk niet.
Ik Oei. Je weet dat dat een hersenloos is. Ja, natuurlijk. Het is inderdaad een hersenloze, maar het is niet die manier van hersenloos. Mag je verder. Kijk, ik ben niet achterlijk. Mm-hmm. Er was hier zo net een boot. Ik heb een helikopter horen vliegen. Die heb ik ook horen vliegen. Ik weet dat ik in de gaten word gehouden. En dat is prima. Hij bluft. Maar weet dat jullie hier niet uit gaan komen. Je weet dat iedereen dat in de gaten wordt gehouden. Iedereen wordt in de gaten gehouden, op absoluut. Op het moment echt stukken meer dan normaal. Het is echt... Ja. En waarom zou dat zijn? Waarom zouden ze... Stel... Ik zou nu liegen. Stel, ik zou dit hele verhaal verzinnen. Ja. Waarom zouden ze... jullie dan zo enorm blackmailen? Enorm wat? Blackmailen. Ze weten van jullie... van de bankoverval. Heren, onthoud. Alles Toch? Wat hij zegt is bluf. En om jullie om te praten, blijf dat onthouden. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ze weten van alles af. Ja. En wat heb ik ze verteld? Dat is natuurlijk de vraag, denk ik, die hier groot is. Wat heb ik verteld? Ik heb niks verteld. Waarom hebben ze je dan nog nodig als je ze niet... Ik heb valse informatie gegeven. Nou ja, ik heb niks concreets verteld. Nee, oké. Ik heb verteld dat jullie je raar gedragen. Onder het mom van, ik zie ook wel dat er iets aan de hand is. Maar ja. Ik weet niet wat precies qua deals. Ik heb... Er was laatst iets in Palito. Ik heb aangegeven dat ik wel in Palito was. Ik heb daar verder niks gedaan. En Willem, jij was daar natuurlijk bij. Maar daar heb ik ook niks over losgelaten. Ze is blijven terugkomen. Ik heb geen idee. En dat is prima. Sterker nog, ik heb deze avond alleen al 3 telefoontjes van Renze Otter ontvangen. Huh. Het is een spelletje. Interessante kwestie. Ja, ik denk dat het, wat je zegt, het is een cirkeltje. Op het moment. Iedereen moet elkaar in de gaten houden tot alle informatie verkregen is. En ik ga die cirkel doorbreken. Jij gaat hem doorbreken. Ik ga uit de deal stappen. Want ik heb er... ik ga dit niet aan. Ze zoeken iets tegen mij. En dat doen ze... misschien door iemand uit de gang. Misschien wel door jullie. Misschien liegen jullie wel. Maar ze gaan niks vinden. Want ik ben een eerlijk man. Die eerlijkheid kan je soms fataal worden, Edward. Mhm. Absoluut, absoluut. Maar dat zien we dan wel. Dan ga ik tenminste ten onder als een respectabel iemand. Ik weet dat ik in het verleden dingen heb gedaan die tegen de wet gingen, maar... Tja, dat hebben we allemaal wel eens gedaan, hè. Ha, zeker. Maar ik ben... ik ben nu een brave burger. Ja. We weten allemaal beter, hè. Hoe bedoel je? Goed die interactie in Palito, dat het ook niet netjes was. Oh. Ik weet niet waar je het over hebt, Willem. Oh, dan niet. Het punt is, stel, dit is puur hypothetisch, stel ik zou uit de gevangenis zijn gekomen na mijn lange celstraf. Stel. En ik zou wel door zijn gegaan met alles, met alle criminele praktijken. Puur hypothetisch gezien, hoe dom zou het dan zijn als degene die met mij samenwerkt. Ben dan door de autogarage belt. Mij zou snitchen. Hoe dom zou het zijn dan wat? Kan je dat nog een keer halen? Hoe dom zou het zijn als degene die met mij samenwerken. Ja. Mij zouden snitchen. Ja, goeiedag met Willem. Dat zou erg spijtig zijn. Die zouden toch net zo straffer zijn. Nee, ja. Natuurlijk. Maar ja, die situatie zitten we sowieso al. Die situatie zitten we sowieso al. Dat is de ding. Alleen dan niet met jou. Terug. Dat zijn wat ik was. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet niet precies wat ze je allemaal hebben beloofd.
maar je speelt een heel gevaarlijk spel. Ja, dat klopt. En wil je dan voor zekerheid en veiligheid? Of ga je voor de ratten? Dat zijn jullie. Succes. Ja, loopt er ook gewoon van. Gaat ook gewoon gone. Vraag me af hoe die dat, hoe die weg gaat, loopt gewoon weg. We zijn klaar, Willem. Oh, let's go. Is er nog iets interessants? Nee, ik zeg het zo wel. Blijf daar staan tot hij de haven uit is. Blijf daar staan tot hij de haven uit is. Wat de hel gaat hij doen? Hoezo blijf staan tot hij de haven uit is? Wat de fuck doet hij? Oh, gaat hem in het water duwen. Ja, gaat hem in het water duwen. Oh. Hij gaat hem in het water duwen. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Oh, jezus. Toenk. Oh, jezus, Eddie. Oh, my. Oh. Ah, het werkt wel. Het is inderdaad zeker. Ik moet zeggen, Edward, je bent en blijft een creatief man. Dat zeker. Ik hoop echt dat jullie doen wat juist is, maar... Willem, naar rechts. Naar links, naar links. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb die boot gezien, ik heb de helikopter gehoord. Ik ben niet helemaal achter het. Nee, Daar gaat ie. Ik zei, blijf creatief, maar ook wel doen. Ik ga binnen de boot. We spreken elkaar later, Edward. Dat hoop ik. Nee, ik wel zeker. Dat het een goede of slechte manier is. Let's go, Willem. Ik vertrek nu op de boot. Hoezo moesten wij... Wachten, Willem. Gaat richting het oosten. Moeten wij hierin stappen? Nee? Kan die auto niet meenemen? Volg met die superb, volg maar. Ja. Ja. Oké, Willem, kan jij rijden? Ben jij capabel? Je hebt de motor uitgezet. Ja, natuurlijk. Benzine besparen. Hey, wat vond jij? We worden sowieso gebukt, waren we. Dat weet ik al zeker. Of althans, meegeluisterd. Precies. Maar zij gaan zeggen dat ze niet mee hebben geluisterd. En dan gaan ze ons eerst ondervragen of we eerlijk zijn. Dus wat doen we? De gang is ervan op de hoogte. Als hij iets heeft gezegd, dan zijn we sowieso safe. Want de gang weet hiervan als het goed is. Of Jordi. Van wat? Dat we hier zijn? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Moment. Hey, Fleck. Ik wil even mijn normale kleding aan doen. Yes. You go, bro. Willem. Dit. Hey, Maurits. Leuk dat je bent. Bloedstollend. Ja, ik vond het wel leuk. Oh, ik zit even een broek in mijn keel. Moet je even Willem, dan gaat het eruit. Nee. Dat is een lelijke als je er op de as om hebt. Hij vloekt een beetje. Mag ik schrikken? Ja. You. Mijn god. Hey. Hey. Goedenavond, middag. Hey. Hoe even achter die bus staan. Zijn we bedekt. Ja. Yes. Nou, biecht op. Wat ze besproken. Eigenlijk, hij wilde weten waarom Willem loog. Loog over? Over jouw identiteit, want hij herkende jou. Gaf jou een nepnaam. Mijn cola is op, maar jongens. Ik ben erg verdrietig. Of dacht het iets anders? Ik heb nog een heel klein beetje van anders. Dus daar kon Willem op zich nog wel uitkomen. Ik heb een heel klein beetje van anders. Toen zei hij iets over Tiel. Ja. Over dat hij de darkness in de gaten moest houden. Het is en blijft zo'n wanhopig. Ja, trouwens, zeg maar wel slim om hier zo... Het is maar net wat je moet geloven, jongens. Nou ja, hij is weggevaagd, dus... Hebben we daar echt garantie voor? Ja. Hey. Ja, oh, ik hoor... Edward. Zo. Hoppakee. Pijper hier verderop. Ik hoor Edward, nu niet meer. Stap in die auto. Stap in die auto en volg me. Wat is er gaande? Hé? Hey? Vertrouwt hier nog een meter. Wat is er gaande? We volgen hem gewoon. Ja, maar niet lange afstand volgen. Stel, er is hier iemand. Gozer, we zitten in de vakken. Hé, hey, wacht, ik zag iemand staan. Ik zag iemand in de ding staan. Iemand liep het pand in waar wij net uitkwamen. 100%, 100%. Iemand liep het pand in.
Wie staat voor ons? Ja, wie denk je? Het rijdt een A6. Geen idee. Ja, dat zijn onze mannen. Onze mannen. Precies. Als Special Ops komt nog tot leven. Wat zei je, Willemsen? De Willem Special Ops komt nog tot leven. Ja, de Willem Special Ops komt hem in omhoog. Die vervelende Willemkant. Haal maar in, Skoda. Van Omo. Dankjewel, wat was de naam? We gaan het gewoon veilig doen. We gaan richting... Nee, de codenaam. Oh, zijn naam was Tulp. Dankjewel, Tulp. Dank is goed, poep. Vlek. Ik bedoel Vlek, sorry. Professioneel houden. Je voelt echt... Bek houden, ja? Wat mooi dit. Nog steeds 3200 mensen, kijken zoveel mensen mee deze stream, jongen. Check even of je bent geabonneerd, je naam komt boven in het midden in beeld. We brengen deze even naar de 200, nog een paar abonnees, nog letterlijk 30 of 32 abonnees. Dus check het even van de 3200 mensen die meekijken. Durf ik altijd weer dat minimaal 3200 niet geabonneerd zijn. Dus klik even op escape, check even of je bent geabonneerd, dat is helemaal gratis. Abonneer dan zeker eventjes voor in de toekomst, voor meer leuke streams dat je kan volgen. Belletje aan of uit, boeit me eigenlijk helemaal geen ene shit. Maar check het sowieso eventjes, hele kleine moeite, ik geloof in je dat je dat kan. Je bent sterk genoeg, je kan het. Wow, let's go. Wat is er? Kijk die lampen. Kijk die achterlampen. Van wat? Van de Skoda. Ik zie niks bijzonders. Bij mij knippers. Ja jongens, check het sowieso af. Ik weet even te wedden dat een paar van jullie minimaal nog niet geabonneerd zijn. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Moet wel. Achter ons jongens, achter ons. Wat is er achter ons? Achter ons, ja, dan moeten we even van wegrijden. Ik ga in ieder geval met het busje alvast recht afslaan. Laat ons doorrijden. Ja, rijden jullie recht door en pakken jullie dan vervolgens de ring. Heeft hij een zandpad gepakt, let op. Hij heeft een zandpad gepakt. Nu advies, gaan we dat terrein opdalen? In eerste instantie was puur doorrijden. Dat we wisten dat hij voor content wel, zeg maar, in ruil voor content info zou geven. Nee, maar ja, in ruil voor content info is al veel waard voor ons. Let op, jongens. Wacht, letterlijk, ga naar OC en laat hem staan houden. Oké, moment. Blijf rustig. Ik snap niet wat er gaande is, ik volg het niet. Willem? Blijf volgen. Oké, blijf volgen. Wat de hel? Wat is er gaande? Ik volg het niet. Die motor is achter ons, zie je? Wordt op dit moment gecommuniceerd. Dat is Edward. Of niet? Gaan jullie linksaf. Dit is Edward, zag je het? Ja, dat is hem. Ja, nu zijn we de lul. Trouwens niet. We planken hem weg, jongen. Heeft hij gezien dat wij erin zaten? Hij heeft volgens mij niet gezien dat wij het zijn. Nee, niet wegplanken. Hij wordt zo staan gehouden door een politie. Hij zit nog achter ons, dat is het ding. Hij zit echt achter ons, hij achtervolgt ons. Wij blijven gewoon doorrijden. Oké, jongens, we worden achtervolgd door Edward. Waar blijft je playbutton? Ja, ik weet het niet, jongens. Ik weet niet, ik kan ons steeds niet aanvragen, het is echt big sad. Koffie vandaag was wel lekker. Ja, was top die koffie. Maar werd dus gebeld aan de APK-keuring. Heerlijke koffie was dat. Blijf alstublieft even locatie doorgeven. We rijden nu op Olympic Freeway, inderdaad. Blijf rechtdoor rijden. Boven de snelheid van de 130 gaat westelijke richting. Hij heeft langs ons gereden. Richting Blokkenpark vernomen. Willem... Hij gaat ook richting Blokkenpark, wij rijden rechtdoor. Wij hebben die omslag niet genomen. Wie rijdt er achter ons? Is dat hersenloze? Nee, dat is... Zijn de afslag niet genomen? Nee, want hij stond daar te wachten. Oké. Wij gaan rechts op La Puerto Ferro Freeway. Vraag me af of we het halen, jongens, daar beneden aan het halen. Ik vraag me af of we het halen. Oké, slaat er zo meteen links over, ga richting AB. Vernomen hoor. I believe in y'all. Zijn we de lul, denk je, met hem? Ik weet het echt niet. Maar hij liegt ook, denk ik. Of hij spreekt echt de waarheid en... pas op. Oh. En Renzo en zo die liegen, dat kan ook. Het is een hele conspiracy theorie, ouwe. Ja, het is echt helemaal kut weer dit. Hadden we eindelijk een beetje rust? Dat vind ik wel leuk. Hey, wat is dit dan? Ga richting HB. Wat is dit? Hé? Hey? Willem? Geen idee.
Maar BMW, volgens mij worden we echt al alles gepakt. Het is een BMW, hè? Achter ons. Die BHB zijn linksaf. Ja. Als ik denk aan. Wat de hel? Wat? Dit is echt. We hebben volgens mij echt al alles gevolgd. Er rijdt ook nog een BMW achter ons. Neem hem naar binnen. Top. Oké, okay, zet hem daar voor neer. Zet hem daar voor neer. Yes. Oké, okay, stap nog niet uit, Dylan. Stap nog niet uit. Wacht even tot die deur dicht is. Wacht tot die deur dicht is. Niet uitstappen, niet uitstappen, niet uitstappen, nee, niet nee, uitstappen. Nee, 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 nee. Wacht tot de deur dicht is, stop. Hij kan zien, namelijk. Bukken. Plakken! Bukken. Oh, wat is dit, blijf jongen. Zitten, blijf zitten, blijf zitten, ja, blijf zitten. Ja, ja, blijf zitten. Willem en Max, fuck dat. Nu. Stap uit, ga bij die deur staan. Plakkes, kom! Dus de één deur of de twee deur staan? Twee deur, twee deur. Nou? Eén deur of twee deur staan? Gewoon bij die... Bij de, hoe bedoel je? De dubbele deur of enkele deur? Ja, bij de dubbele deur. Oké, dubbele deur, top. Zeg Willem toch al, godverdomme. Ja, maar jou geloof ik niet, Willem. Zo geloof je Willem. Ja, omdat je Willem bent. Hallo, hier, test, hey, test. Ja, hey, geslaagd. Tulp hier. Hey, Tulp. Top. Goed, even hier voor de informatie. Het wordt niks, maar heeft ons net gevolgd. En wacht maar, we staan, houden we nooit op. Kom, doorkomen. Yes. Oh mijn god. Top. Is mina. Jongen, 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 jongen. Godverdicht. Nou jongens, het is allemaal een beetje eng echt dit weer. We moeten jullie even gaan omkleden. Oh mijn hemel. Ja, hij belt me waarschijnlijk nu. Neem maar op. Hey, met Marcus. Zit in meeting, zit in meeting. Ik zit even in een... is het goed als ik je zo druk bel? Met wie spreek ik? Hallo? Ik hoor niks. Als je me hoort, ik bel je zo terug. Ik ben op het moment heel even druk. Zo. Hoorde je hem? Nee, ik hoorde niks. Oh, hij zei tot snel. Kom maar hier. Oh nee. Kom maar hier, kom maar hier, kom maar hier. Ik rustig Willem. Goed. Oh, hij heeft dit gaat gaan we fixen. Het is tijd voor Willem's verzorgs. Willem. Waar moet het nou uitgerekend met jou zijn? Bovenste verdieping. Kom eraan. Nee. Naast dit had met iedereen kunnen zijn van de groep. En dan moet ik space uitgerekend met jou zijn. Jij hebt Willem hierin betrokken. Dat is niet jou. Je lul van een vent. Willem heeft je nog zo gewaarschuwd, jongen. Ja, maar jij gaat er volop in. Oprecht. We kunnen toch geen vorm van verdediging hebben hier dadelijk. Dit is toch niet de bovenste, Willem? Oh, hoe? Nee. Oh, krijg ik aan meteen. Oh, dit is veel trappen. Oh, het wacht penthouse. Even. Mooi hoor. Oeh, kramp in meteen. Aan mijn plaats. Iets te drinken. Wacht even, ik heb kramp in meteen. Water en koffie. Doe maar een water met koolzuur. Ah, oh, kramp in meteen. Ja. Je weet het. Ja, ik kan, sorry. Moment, even koolzuur erin doen. De tap staat naast je. Veel succes. Nou, wat een sproos. Kutje om. Ik neem je plek in, Willem, maar was lekker warm. Oké, ik zie je. Zo. Doet me goed. Een beetje water. Oh, mijn hemel. Trouwens, dit is... Kan je dat herhalen? Dit is een beetje onhandig. Beetje voor het raam, hè? Kut, sorry. Ja, wat is handig om te doen? Omkleden. Eén voor één weg. Dat sowieso. Oh, Willem wordt anoniem gebeld. Misschien dat we... Met Willem. Is er een optie dat we met handboeien naar buiten gaan? Ik zie volgens mij letterlijk iemand op de trap nu staan, inderdaad. De bodycam, zeg maar. Dat is niet heel slim dat je dit nu bespreekt. Ah, nee. Stuur Willem maar een e-mail. Is het een optie dat wij mogelijk hier met handboeien op onze rug weggaan? Om een ander beeld te geven? Als je tijd hebt, kom maar richting Polito. Ja. Moeten we mee? Ja? Ja, lopen. Ja, ja. Oké, jezus. Overrennen zelfs. Willem had iedereen in, jongens. Stelletje nieuws. Ja, nu echt een lul. Waarom ben je zo snel? What the fuck? Dat Willem weet wat ik bedoel. Niet doen, Willem. Oké. Okay. Kut, Willem. Oh. Ga je achter staan in die ruimte, er bij veilig ligt, er komt niemand. Zo ben jullie terug. Ja. Eten, drinken nodig? Kom maar goed. Hey, Willem, ga lekker op de foto.
Ja, neef. Ja, ga op de foto daar. Ga naar die andere kamer. Er is één camera. Hey jongens. Zeg maar wat leuks. Voor op de camera. Die maakt nu een foto voor als hij waarschijnlijk binnenkort naar de gevangenis gaat. Wij gaan niet naar de gevangenis, wij zijn superhero's. Nee, we gaan waarschijnlijk naar de gevangenis. Dus doe maar een leuke foto. Zo, hoppakee. Dit is voor oh, dit is een leuke foto voor op je graf als je dood bent. Als je vermoord wordt. Die gaan we dan leuk neerzetten. Oké. Oké, we hebben echt een groot probleem. Wat? Hij heeft Willem gespot. Wie? Hij weet dat we samenwerken met de politie. Nee. Wie? Nee. Hij heeft ons gezien met de verrekijker. Plakkers. Ja. Noodsignaal, oké. Okay. Er is echt een hele grote belangrijke situatie. Oh. Edward weet dat we in het HB zaten. Hij filmt gisteren met de verrekijker. Voor het raam. Hij weet ervan. Moment, hij is ervan bewust. Beste. Nee. Dus dan maar even foto's zetten. We moeten toch wachten. Oh, ik zie jou ook gewoon niet nu. Toch. We gaan dit oplossen, moment. Slash E. Slow dance. Oh, oh, oh. Jezus, ben je lelijk eigenlijk. Oh, nee. Oh. Willem, jongen. Willem de film. Willem! Ik heb de hik. Ik niet. Oké. Okay. Davin NL, 3 euro. Hoi, ik ga morgen alles terugkijken. Ziet er spannend uit. Ben pas net gaan slapen. Oké. Okay. Davin, dankjewel voor de 3 euro en voor het leuke moment. Lekker slaap, lekker alvast. En we gaan het helemaal fixen. Gaat goed komen. Nee, dit komt goed. Dit komt goed. Gozer, hij heeft ons gezien in HB. Ja, dus? Hij weet toch dat we met de politie samenwerken? Of niet? Ja, dat weet hij maar. Ja? Daarom. Hij weet toch dat we met ze samenwerken? Dit gaat toch geen probleem zijn? Ja, oké, okay, dan reageren we dadelijk wel. Je weet dat het nabespreking is, toch? Dit komt wel goed. We gaan hier, dit komt wel goed. Dit gaan we fixen, Willem. Geen zorgen. Dit gaan we helemaal fixen. Wil je dit fixen? Rustig, joh. Het komt goed. We fixen dit soort shit altijd. Je bent echt een koudbloedig reptiel, ouwe. Hoezo? Ja, gewoon, je blijft zo rustig. Willem, je moet niet zo stressen, jongen. Ja. Willem heeft zelfverdediging nodig. De stok is niet langer goed genoeg. Ik heb deze stok. Dat Yuki er kom. Van Bernacle. Nee, MSF. Ik heb hem gekregen van jouw klomp. Ik heb niet eens mijn dingen gehaald, mijn diploma. Wat? Ja, zonder mijn diploma te hebben heb ik die stok gekregen. Dat nou? Hier, die stok krijg je nu ook gewoon, wacht. Tonk. Nee. Hier. Kreng. 2-1, 2-1. Easy. Ik weet wat jij gaat doen straks, sla. Maar werkt het ook met deze? Tonken. Jij sterft vandaag. Auw, stop. Wat stop? Jij slaat mij. Ja, maar jij slaat mij. Oké. Okay. Maar wanneer? Stop nou eens. Doe dan. Nee. Ik juke je, maak ze dan niet terug. Je moet springen. Tadaa. Oh jongens, we zijn een beetje de lul, maar we gaan proberen te fixen. Dit gaat goed komen. Kut, Willem. Oké, we gaan even dit refresh, want misschien hebben we die 200 al. Ik denk het niet, maar de mogelijkheid is er. Dus we gaan... Oh, er is iets misgegaan. Dat is altijd wat ik wil zien. Live count. Oeh, kijk jongens, we hebben bijna... Bijna... Hey, ik word gebeld. Ik word gebeld door Jordi. Je spreekt met Makkers. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik zit in politiebureau. Wat dan? Vast. Ben je opgepakt? Ja, maar ik denk dat ik niet aangehouden word. Ik zit gewoon vast nu. Oh. Dus mij is goed dat ik zo terug ben, want ze willen me meer nodig. Dat is het ding. Belangrijk, ik zit echt in een kutsituatie. Hoe zeg je dat? Heb je auto gepimpt? Of ben je zo druk? Nee, ik ga hem zo meteen met je pimpen. Gaan we fixen. Oké, gaan we fixen. Oké, goed. Jullie ophangen. Beide jullie telefoon is voor nu fictief ingenomen. Oh jee. Oké. Jullie worden de zaakjes aangehouden op verdenking van... georganiseerde misdaad en een moord. Oké. Ja. Mm-hmm. Je gaat zo mee met collega's richting de gevangenis. Jullie worden gewoon behandeld als echte gevangenen. Doe niet verbaasd. Doe alsof het erbij hoort. Doe alsof het zo is. Ja. Doe alsof je ervan baalt. Desnoods stuur je straks in de gevangenis een boos tweetje. Hij moet het juist zien. Precies. Stuur desnoods een boos tweetje straks in de gevangenis. Jullie worden in ieder geval meegenomen door die DAI-bussen. Ja.
Ik zorg dat ik daar jullie kom oppikken later. Op het moment dat die DI-bus allemaal een beetje afgeschreven zijn. En een geblindeerde auto. Dus gepantserde geblindeerde auto. Als hij daar nog iets van ziet, dan word ik helemaal wauws. Maar dan stappen jullie gewoon achterin. Ja. Hij kan jullie niet meer zien. Jullie gaan al mee. Ik breng jullie richting een veiligere locatie. En daar gaan we even kijken hoe we verder kunnen. Of we met een boot, een heli of een andere auto verder kunnen. Ja, iets... ja, kom maar goed. Dat komt goed. We hadden het liefst ook anders gezien. Maar nee, maar dit is prima. Dit is prima. Yes? Maar misschien kunnen we dit zelfs gebruiken. Ik zie dat je mobiel trilt in je handen. Mag ik kijken wie het is? Wat? Mijn mobiel die je net hebt afgenomen, die trilt. Nee, het is fictief afgenomen voor Edward, zeg maar. Jullie hebben gewoon je mobiel. Oh, jij bedoelt, maar ik dacht dat je die fictieve bedoelde. Ja, Jezus. Nee, stop nou met die discussie. Ja. Nee, oké, maar alsof die is afgenomen. Dit is prima, maar ik wil zeggen, misschien kunnen we dit juist gebruiken in als voordeel bij Edward. Stel, hij ziet dat we mee worden genomen, dat jullie ons betrapt hebben dat we informatie door hebben gespeeld naar Edward. Ja, dat is precies het plan, broer. Ja, daarom, dat is toch top. Dat zegt hij toch? Ja, ja, dat is toch top. Dat is toch top. Nou, kom uitvoeren dan. No time to waste, kom mee. Wat zit je nou het bouten doen, Willem? Zit jij te bouten? Zit jij te bouten over die hoge hoofd van Renzo hier, man? Muik. Laat dat poepvlekken. Muik. Okay. Oprecht. Dit is wat jullie een soort van kroongetuigen moeten worden, maar anders, jongen... Wacht, doe even die geboeid. Doe even geboeid dan, inderdaad, wat is dit? Meteen, jongen, hij ziet jullie hier toch nog niet? Weet je, surprise staat hij. Ja, als hij ook wel door het beton heen kan kijken, echt, jongen, ga ik echt spijken poepen. Op je gezicht. Er staat daar wel gewoon een raam, hè? Of er is daar een raam. Is hij kuft? Is nou de planning? Ja, we moeten even geboeid zijn. Ja, Willem wordt nu letterlijk gebeld door een anoniem nummer. Zeg maar, nee, dat hoort Willem. Nee, maar niet op, want we worden elk moment aangehouden. Doe maar niet. Nee, ik doe het Willem niet. Moment, hoor. Ja, dat is goed. Zeg maar gewoon, dit is al goed, dit gaan we echt goed kunnen gebruiken. Ja, doe eens even het loopje handboeien. Ja, hoe? Gewoon net even drie spier, loopjes en dan handboeien. Oh. Lijkt het net alsof je... Daar staat hij. Oh jee. Nummertje. Ja. Ja. Ik ben ready. Okay. Jongens, jullie gaan helemaal niet weg naar B. Jullie gaan zogenaamd geboeid. Die DU-bus rijdt iets naar achter. En vervolgens stappen jullie gewoon weer uit in de garage. Ja? Oh, dus we blijven hier gewoon. Ja, dan ga je hier met die geblindeerde auto weg. Blijf staan, Willem. Kom je zo aan. Oké. Okay. Stop. Ik hoop dat hij dit ziet. Oké, ik waar. Wat moet ik doen, zijn nou? Gewoon hierin stappen. Oké. Okay. We worden nep vervoerd, jongens. We gaan niet echt vervoerd worden. Dat is het ding. We gaan niet echt vervoerd worden. Ik hoop dat Edward dit ook ziet. Ik hoop dat Edward dit ook spot. Ook doorheeft dat we nu vervoerd worden. Maar ja, dat vraag ik me af of hij dit dan weer net ziet. Ik vraag me af of hij dit ook doorheeft. Ik vraag me af of hij dit weet. Maar jongens, nog maar 11 abonnees. Check of je bent gewoon dat je nou ook boven in beeld. Breng hem even naar de 200. Dan zijn we gewoon lekker op weg. Dan zijn we gewoon weer lekker bezig. Ben je aangehouden? Nee, we zijn nep aangehouden, jongens. Niks aan de hand. Ja. Dit is voor onze eigen veiligheid, omdat Edward het soort van half door heeft. Moet er nu over naar achter gereden worden en dan... Moeten wij even in een aparte porto, of niet? Nee, dus... We worden nu een soort van nep vervoerd. Dus dit is wel heel leuk. Dit is wel heel leuk. Oh jee. Okay, blijf rustig, komt allemaal goed. Ik blijf gewoon stil achterin zitten. Willem en ik zijn nu tussen aanhalingstekens aangehouden. Edward trapt er echt niet in. Jawel, het is wel een goeie, jongens. Hij kan dit nooit weten dat we dit faken. Hij kan gewoon dat wij te veel informatie hebben doorgespeeld aan Edward. Daarom zijn we opgehaald, aangehouden, naar de gevangenis gebracht. En dan moet ik gewoon even geen contact hebben met Edward. Dat soort dingen. Ik moet even contact vermijden met Edward. En... Hey. Hey. Oké, jongens, dit is de zieke. Dit is de zieke. Dit wordt heel, heel bijzonder, dit. Hoe dit gefixt gaat worden. Collega, ik zie het vanuit mijn raam, ja. Waar staat hij dan? Met dat blauwe pak bedoel je, Willem? Waar staat hij? Staat iemand met een blauw pak? Dat zou Edward zijn, maar ik zie hem niet. Hij zou hier ergens moeten staan. Domino's bezorgertje. Nee, nee. Zou ook niks zijn. Nee, nee, nee. Ik luister niet naar jou, Willem. Nee. Zo. Het is de eerste keer dat ik in een DEI-busje zit, waar ik eigenlijk niet echt ben aangehouden, maar het gewoon voor mijn eigen veiligheid is. Hoe ziek is dat?
Hoe ziek is dat? Mike? Nu worden we naar binnen gereden. Hij staat boven op het randje. Ja, daarom. Moeilijk dit. Stap uit. Ja, dat kan ik niet. Kun je ze eruit halen? Even via de hun. Dat is ook mijn favoriete manier om uit te stappen. Ja, dat snap ik. Kijk, dit is nog eens. Yes, mogen jullie vertrekken. Als Willem ook is uitgestapt. Maar dan wel via de andere kant, neem ik aan. Jullie willen even lekker hier staan. Praat lekker met elkaar, neem een bakje koffie. Gaat wel lastig met Ambion. Ja, moeten we ze onthouden, of? Ja, ik vind het niet erg hoor, maar ik bedoel, het is maar net wat jullie willen. Ja, het liefst als ik even een bakje koffie wil pakken, dan heb ik mijn handen aan de voorkant. Top, dankjewel. Ik weet niet of je het kinky vindt. Nou, lekker koffie over mijn kont heen morsen. Dat is mijn favoriete kinkje, jongens. Koffie over mijn kop. Laten wij eens een frak 2 zitten. Oké. Porto die gaat even uit. Raymond. Zo. Ga je gewoon geen gekke dingen doen? Nee, komt goed. Kom, Willem. Willem. Willem de Willem. Rij maar. Ik hoor je niet, Willem. Kom, ga je weer in. Ik hoor jou overigens niet. Willem? De Willem. Ik doe ook even mijn stemman uit en aan. Ik word gebeld. Nee, die zijn in beslag genomen. Onze mobieltjes. Dus... Die kan ik eigenlijk niet opnemen. Hey Willem. Hey Willem. Ja, ik moet eigenlijk niet opnemen, dit telefoontje. Die moet ik even laten gaan. Dat is het ding. Want ik ben aangehouden. Dus deze laten we even gaan, dit telefoontje. Willem, ik hoor jou niet. Willem. Oké, telefoon kunnen we niet opnemen. Ilias Lemmens, 1 euro. Fakka nee, fakka nevo. Hey, lekker voor 1 euro. Ik hoor je. Oh, Willem? 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 Willem. Ik hoor je, letterlijk. Willem! Nou, nu hoor ik hem. Oh mijn god, nou hoort mij. Willem. Hoor je mij? Ik hoor jou nu niet meer. Hoor je mij, Willem? Oh mijn god. Wat is er gaande? Willem! Ja. 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 We hebben hem. Oké, maar... Ja, als iemand je belt, niet opnemen, oké? Want onze mobieltjes zijn ingenomen. Maar nu kunnen we even een tijdje geen contacten met Edward. We laten Edward nu denken dat wij... Want ze gaan nu waarschijnlijk met die busjes wegrijden, toch? Ja, zullen wij het mee anders even verkennen? Ja. Ik weet dat hier een wapenkamer is, kijk. Haha! Kom. Willem. Ja, kom. Kom, we gaan kijken. Waar is de wapenkamer? Niet hier. Niet hier? We zijn letterlijk gewoon het HB aan het verkennen met z'n tweeën. Pff, ze zei, doe wat je wilt letterlijk. Nou, dit vind ik doen wat ik wil. Wapens. Dit is leuk, Willem. Ze zei letterlijk, waarom zijn al die deuren open? Ze zei letterlijk, doe wat je wil. Nou, oké. Okay. Serieus? Ja, behalve dit pakken. Ja, pak er eentje gewoon, kom op. Hou maar even vast, voor de foto. Maak gewoon even een leuke foto. Nee, dat gaan we niet doen. Hoezo niet? Zelf in. Ja, maar ik kan dat niet. Ja, Willem kan het, maar ga dat niet doen. Maar voor de foto alleen. Nee, niet voor de foto. Dan gaat hij niet. Ik ga dan even bij de ding staan, dan ga ik een foto maken. Dat je er staat. Oké, wacht. Volgens mij hoorde ik een... deuren. Wat een mooie foto zit, Willem. Oké, bij die andere wapens ook even, kom. Even bij die andere ook. Hé? Kom. Even bij allebei. Ah, je moet wel de camera aankijken. Hey? Willem? Even de camera aankijken. Oh mijn god, wat doe je? Je fluistert, ik hoor je amper. Je fluistert, Willem. Dan moest het toch zijn. Huh? Ja, Willem, ik kan het toch niet verstaan als je dit fluistert? Wat zeg je nou allemaal, joh? We moesten toch stil zijn. Ja, maar...
Je mag wel in dezelfde kamer wat harder praten, anders hoor ik je gewoon niet. Hmm. Wat doen we nou? Waarom hierheen weer? Dit is echt een kutplek, kom. Kutplakkers. Hier. Huh? Huh? Ik kan er niet doorheen, bij mij zijn ze op slot. Met hem zijn ze open. What the fuck? What the freak, Willem? Kom. Kut. What the French. Haha! Oh, daar gaan we niet heen. Nee. Willem. Kom. Nou, we moeten die kant op, jongens. We worden deze kant op gestuurd. We worden weer deze kant op gestuurd. We gaan nu in de geblindeerde auto. We gaan nu in de geblindeerde auto. Bukken. Die deuren moeten dicht. Die deuren moeten dicht. Ja, maar die deuren moeten dicht. Willem. Hij ziet ons hier niet. Hij is hier. Kijk, kijk, kijk. Zie je hem? Oké, stap in. Stap in, Willem. Dit is geblindeerd. Toch? Ja. Top. Oké, nu ziet hij ons letterlijk niet. Ik zal alsnog bukken. Ja, buk. Het is zwaar aanzet. Alleen de voorruit kunnen niet... Nee, oké. Maar voor de rest is hij gewoon geblendeerd, dus. Willem is liggen. Lekker, Willem. Hij hoort geblendeerd zijn, maar... Ja, je ziet ons letterlijk niet. We zijn gewoon goed gebukt. Nu moeten we goed in de gaten houden. Hoe en wat. Nu moeten we het in de gaten houden, jongens. Hoe en wat. Want nu zijn we officieel weg. We zijn al onderweg. Die andere justitiebusjes die zijn ook weg. Die zijn naar de gevangenis gegaan. Dus, ik ben benieuwd of Edward ons door heeft. Ik ben heel benieuwd of Edward ons door heeft. Jullie snappen het allemaal wel nog precies wat er een beetje gaande is, hè? We zouden dus fictief nu naar de gevangenis zijn getransporteerd. Daarom stapten we in. Toen zijn we de garage uitgestapt. Zijn de gevangenisbusjes naar de gevangenis gaan. Edward denken dat we in die busjes zaten. Nu zijn we in deze gestapt, de weg gereden. Zonder dat Edward in de buurt mogelijk was. En kunnen we veilig ergens worden afgezet. En dan moeten we even een tijdje contact vermijden met Edward. Ja, want wat is nou het plan van aanpak? Ja, wij zijn eigenlijk nu in de gevangenis. Dus wij moeten contact vermijden. Ja, jullie zijn zogenaamd opgepakt. Maar ja, wat nou? Ja. En dat gaan we. De kans is natuurlijk klein dat we hem tegenkomen, maar ja. Hè? Ah, jullie komen hem niet zomaar tegen. Nee, oké. Nou, met hem weet je maar nooit. Maar ja, dan moeten we een beetje over de radar blijven als het gaat om bij Edward, Willem. Ja, maar je kunt toch gewoon tijdelijk opgepakt zijn en in gevangenis hebben gezeten? Ja, hoe komen we dan aan informatie? Een dagvaarding, weet ik veel. Oké, maar. Dus nu is. Ja, oké. We gaan het zo meteen verder uitdenken, maar we moeten iets hebben waardoor Edward niet meer... Ja, mijn motor staat hier rechts nog volgens mij. Maar moet Willem hem nog zeg maar een berichtje sturen? Een? Een berichtje sturen, want hij stuurde Willem al een berichtje. Wat nou, jouw mobiel is afgenomen, hè? Ja, maar voordat hij werd afgenomen... stuurde hij een berichtje. Wat? Over dat hij Willem een plakker zag in... Nou, die kan je pas antwoorden als we uit de gevangenis zijn. De samenhalingstekens. Heb jij Willem zijn telefoon nog bij je? Want Willem hoorde hem zoomen. Zij heeft berichtjes gekregen. Wij hebben hem letterlijk zelf nog. Willem. Laten we hem eens even kijken. Niet antwoorden, hè? Oké, hij heeft letterlijk een locatie gestuurd. En hij zegt, als je antwoorden wilt, kom je naar mijn woning. Dat ja, is wat hij zegt. Maar antwoorden, dat kennen we inmiddels al bij hem wel. Wat is zijn woning? Ja, wacht, Willem stelt de locatie in. Haal even deze huidige locatie weg. Spannend jongens. Auw. Het is spannend. Even de GPS weghalen. Check even of je bent geabonneerd. Kom op, nog 4 abonnees jongens. Nog 4 abonnees en dan hebben we die 200. Dus check het even. 3300 mensen. Dus terwijl dat minimaal 4 van jullie. Kom op, 4 van jullie zijn al niet geabonneerd. Dat kan niet anders. Dus check even of je die laatste, een van die laatste 4 bent. Als je antwoorden wilt, kom naar mijn woning. Dus dat is dus iets waar niet mogelijk... Ja, I don't know. Welke doe jij? Wil je dat Willem en... Plakkers er naartoe gaan. Nee, wij zijn toch aangehouden, joh. Dan hebben we alles wat we net gedaan hebben voor niks gedaan. Ja, dan ben je fucked. Dan hebben we letterlijk het hele plan van net voor niks gedaan. Mag Willem een berichtje sturen van Willem? Niet nu, Willem. Okay, niet nu. Willem, laat het nu gewoon even rusten. Letterlijk, Edward denkt hopelijk nu dat wij zijn aangehouden. Waardoor ons heel contact met jullie verbroken zou zijn met de politie. Dat moeten we even volhouden. Moment. Is het niet verstandiger dat we in de auto blijven? Nee. Dat is wie je macht.
Ik laat ze inderdaad hier ergens achter staan, maar ik denk dat, dat jullie in de gevangenis zitten. No. Oké. Als volgt. Je hebt een berichtje gehad, kreeg ik te horen. Ja. Welke locatie is dat? Kan je dat, kan je daar een screenshot van maken die er mij te zien? Ja, dat kan wel. Ja, want in feite zouden jullie de mobiel in beslag hebben genomen. Ik denk nog steeds dat hij gelogen heeft, want hij stuurde dat letterlijk net een minuut geleden. Maar Willem. Ja. Stel, we zijn echt aangehouden nu, weet je? Dat is het verhaal. We zijn aangehouden, naar de gevangenis getransporteerd, mobieltjes in beslag genomen. Edward stuurt die locatie nu indirect naar de politie en dat zou hij moeten weten. Want de politie heeft jouw mobiel in beslag genomen en stuurt jouw mobiel een berichtje. Dus hij weet dat de politie ja, erheen kan komen. Maar ik geloof niet dat wij aangehouden zijn. Nou, als de politie erheen komt, ja. Toch wel. No. Om daar even op in te haken. Jullie, of jij, dat is niet zo uit. Gewoon Edward zo bellen. Renzo, je hebt hem tot je beschikking. Maar vanuit de gevangenis. Oké. Okay. Hallo, ik bel via de gevangenistelefoon. Dat. Ja. Wat je eromheen verzint, maakt me niet uit. Waarom je aangehouden bent, mag je zelf misschien hè, dat jij ooit, of dat jullie ooit Edward hebben verteld, dat jullie nog iets hadden openstaan, of nou, dat jullie we kunnen iets het hebben beter. Ja. Nou, dat prima. Je een dagvaarding hebt gekregen. Dat. Of inderdaad na de dagvaarding, zoiets, maar dat je in ieder geval wel een celstraf hebt gekregen, dat je nu in de gevangenis zit met z'n twee. Ja. Voor tot nu toe onbepaalde tijd. Ja. Naar aanleiding van het gesprek van net tussen jullie en Edward, vonden jullie het wel dusdanig belangrijk om hem even te bellen. In plaats van familieleden. Ja. Om hem te vertellen dat jullie nu in het gevangen zitten en niet meer op vrij moeten zijn. Gelooft hij waarschijnlijk niet. Maakt ook niet uit, dat is aan hem. Ja. Yes? Oké, ik zou hem wel bellen. Wat wil jij doen, Willem? Ja, bellen is beter. Dan kun je hem op de hoogte stellen. Moet Willem hem hier bellen, zeg maar? Vanuit de gevangenistelefoon? Ja, op luidspreker. Okay. Nou, Willem, ga je gaan. Willem gaat bellen. Luidspreker gaat hij toch automatisch. Willem nee, die... Maar moet Willem dan zeg maar vanuit dagvaarding praten? Hoe lang dagvaarding? Want Willem heeft daar helemaal geen verstand van. Nee, naar aanleiding van een dagvaarding... Ben je aangehouden dus nog? In het gevangen. Ben je aangehouden? Verzin wat. Komt over een paar uur vrij, zegt zoiets. Oké. Willem belt. Nou, succes Willem. Allemaal stil. Wij moeten allemaal stil zijn. Het Willem. Hallo. Oh, hij hoort Willem waarschijnlijk niet. Gelijk opgang. Kort telefoontje. Ja, nou, dan gaat je enige telefoontje. Volgende week krijg je een nieuwe kans. Bedankt. In de gevangenis. Hij belt waarschijnlijk wel opnieuw. Ja, werkt dat wel in de gevangenis? Nou jongens. Nog steeds 3000 mensen. We gaan zo de motor even pimpen. We gaan zo meteen even de motor pimpen. Als je nou is het niet verstandig als wij in een auto zitten. Nee. Willem heeft een bericht gekregen. Ja. Hier. 2 seconden, zegt hij. Dan wachten we even. Twee seconden. Nee. We wachten niet 2 seconden. De heer Plakkers gaat zo bellen. Je had mijn telefoontje en die is nu weg. Oké. Dus we wachten even 2 seconden en dan gaat de heer Plakkers bellen. Prima. Zeg jij maar dat Willem net heeft geprobeerd te bellen, maar dat zijn telefoontje weg is. Ja, dat zijn enige telefoontje is gestopt. En waarom waren we aangehouden? Verzin wat leuks. Dat komt wel goed. Ik zeg gewoon dat er nog wat open had staan. Ik zeg gewoon Willem en ik hadden een. Ik zeg gewoon die auto waar we net reden, die hadden Willem en ik gestolen. Als je hem helemaal de wilt spelen, dan zeg je gewoon van joh, het was nog voor die bankoverval. Dan heeft hij geen valid argument meer tegen jullie. Ik zeg wel ook dat een keer in de toekomst stel, ik houd het gewoon open. Dat is nog makkelijker. True. Zeg maar als hij jou belt, Willem, want dan bel ik hem. Dan moet jij ophangen en dan bel ik hem. Misschien is dit trouwens wel verstandig. Pop. Ik weet niet of jij iets hebt om over je kop te trekken. Misschien een sok of zo. Nee. Heb je sokken gewoon uit de sokken dan? Nou. Kijk naar die klompvoeten van Willem. Hij is geen tegenspraak. Nee, dat ziet er trouwens ook niet uit, dus die doe ik maar vanaf. Je ziet er sowieso niet uit.
Weet je wat er nog beter uitziet, Willem? Doe je baard niet af. Het kan altijd nog erger, je kan ook een poepvlek op je gezicht hebben. Wil je oprecht gewoon je bek houden? Eerst volgende keer dan loop je maar gewoon lekker naar huis. Jij wilt informatie. Ja, jij wilt niet dood. Dat is een goed punt. Dat is een heel sterk punt. Strontkind. Hey, twee lange secondes zijn dit. Jongens, we moeten wachten op... ik zou hem bellen. Ja. Bel jij, mooie bed. Ik zou hem... En wat is uw naam, meneer... politie, dienst speciale interventies, meneer? Als jij nou eens gewoon gaat bemoeien met je eigen leven... Voor u is het Joost. Wacht, ik bel hem nu, jongens. Okay. Van de spets. Spreek ik met Edward? Mm-hmm. Hey Edward, ik bel nu vanuit de gevangenis. Willem heeft jou geprobeerd te bereiken, maar zijn telefoontje die is nu gelijk weg. Hij kreeg maar één telefoontje en het lukte niet met bellen, dus nu heeft hij pech. Ben ik goed te verstaan? Ja. Ja? Hey, ik dacht het is wel even op zijn plaats dat ik je bel. Dat ik me aangaan, letterlijk omdat we net... nog met elkaar hadden afgesproken. Ja. Maar Willem en ik zitten nu vast. Met z'n tweeën. Ja. Nee, dat leg ik dan later wel uit. Ik ga dat niet via de telefoon nu doen. Dat leg ik wel uit in de toekomst, zodat we weer vrij zijn. Ja. Is dat prima? Ja hoor. Ja? Ik heb Willem iets gestuurd. En zodra jullie vrij zijn, zijn jullie vrij om daar zo in te komen. Ja, Willem iets gestuurd? Oké, prima. Ja, we zijn nu echt gewoon... Het is helemaal kut. Ja. Het is echt helemaal kut. En wat deden jullie, trouwens. Kijk, het punt is, als ik nu een vraag stel, krijg ik daar geen eerlijk antwoord op. Dus dat, je krijgt geen eerlijk antwoord? Nee. Zeker niet. Oké. Nou, ik heb jullie advies proberen te geven. Blijkbaar is dat advies verworpen. En hebben jullie gekozen voor de kant van de snitch. Maar weet dat... de rest van Darkness dit niet gaat vergeten. Nou, ik weet wel waar je het over hebt. Maar ik heb geen idee of jij wel door hebt waarom wij zijn aangaan. Maar dat vertel ik je wel. Dat vertel ik je binnenkort. Dat komt goed. Verduidelijking. Ik ben heel benieuwd wat het verhaal deze keer wordt. ik heb jullie in het hoofdbureau gezien. Op de bovenste verdieping. Dat zag er nou niet bepaald uit. Dat alsof klopt. Jullie... aangehouden werden. Nee, maar dat en vervolgens zag ik DEI-busjes op het politieterrein staan, die vervolgens weer terug naar binnen zijn gereden. En ik heb het een beetje in de gaten gehouden en die zijn nooit naar de gevangenis gegaan. Dat is gelul. Nou, ik zit hartstikke in de gevangenis. Oké, wat deed je naar de haven? Wat deed je toen? Naar de haven? Wij zijn letterlijk gewoon naar weg. Na de haven. Jullie zijn bij een werkhuis. Jullie zijn weggegaan. En jullie stonden in de loods met... Je hebt 30 seconden. Hey, ik heb sowieso nog 30 seconden, hoor ik net, in mijn in die telefoon. Maar wij stonden in die loods. Dat klopt. Daarna zijn wij weggereden. Ik leg het je allemaal binnenkort uit, Edward. Vertrouw me, oké? Ja. Een beetje gaan vertrouwen. Luister. Ik denk niet dat het... Ik ga volgens jou een verhaal bedenken. Toch? Dus ik denk dat het logisch is dat ik... Dat het vertrouwen mij een beetje weg is. Nee, dat snap ik, Edward. Nee. Maar het ding is zeg maar dat ik gewoon... Ja, ik heb opgehangen. Ik heb midden in mijn zin opgehangen, waardoor de release is leken. Het is een pure bluff. Ik weet het. Daarom, ik schuif het door naar de toekomst, waardoor hij er nu niks mee kan. Waardoor letterlijk, hij kan er niks mee. Ik ga in die auto zitten. Mooi, kom ik mee. Oké. Je hoorde het, hè? Jullie allemaal hoorden het. We zitten echt diep in de shit. Ja, klopt. We hebben het echt verneukt gewoon. Ja. Hard. Moeilijk dit, hè? Echt we kunnen gewoon een gun eisen. We kunnen een gun eisen. Ja, oprecht. Als we toch verdediging nodig hebben. Want hij komt voor ons. Hij vertrouwt ons niet meer. Het zou wat zijn dat je gewoon een gun op zak loopt, legaal. Morgen. Gaat niet gebeuren, maar dat zou ik wel leuk vinden. Ja, Willem. Dit is toch wel net een film. Moet het
Ja, maar dat is iets intensiever dan de film. Dikkie dik, jongens. Dikkie dik. Dikkie 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 dik. Willem. Zo weet je nou? Wat is hier nou gaande? Wat gaat er gebeuren? Stap maar in bij de X5's beide. Oké. Ik ga zeggen, die gaan wegrijden zonder ons. En zo, je moet ons niet raar aankijken, wat we nu zeggen. Maar is er een manier... Twee seconden. Ik ben wel vergeten, Edward, die kan mobieltjes tracen. Toen de tijd. Ja. Was heel vervelend. Ja, maar dat doet hij nou niet meer. Nee? In principe zou het niet kunnen. Nee, oké. Dat klopt. Zou een beetje, you know. Ik heb een berichtje van opa Gerard. Renzo, kan wel om nu met je praten. Twee seconden. Mijn vertrouwen is weg in je. Hoezo, Gerard? Maar hoezo? Gerard stuurt me random een berichtje. Dat zijn vertrouwen in mij weg is. Hey jongens, we hebben hem, de 200! We hebben hem, de 200! Dikke shout-out aan iedereen die is geabonneerd. Dank jullie wel allemaal voor het abonneren. Ben je nou nog niet geabonneerd? Check het dan alsnog even. Je naam komt boven beeld. Je zag het de hele tijd, kwamen mensen net in beeld. Check zeker even of je bent geabonneerd. Kleine moeite, je naam komt boven in beeld. Super cool, super leuk, super jottem. En dan brengen we deze nog even. Kijken hoe ver we komen. Kijken hoe ver we komen. Hoe ver we hem nog kunnen brengen. Wie weet brengen we hem echt nog ver. Wie weet brengen we hem nog echt ver. Dat zou helemaal lachen zijn. Helemaal lollig. Dat zou ik helemaal leuk vinden. Zo. Ja, dat gebeurt hier gewoon. Dat zijn de wetenschap van deze wereld klopt soms niet helemaal. Wat? Ja, niks. Ik heb je weer een oud grip, dan kunnen we je door. Willen we laten stoppen met dit? Zal ik het 3-1 maken? Nee, we stoppen dit. We stoppen dit nu. Ik zit hier nu een punt achter. Oké. Dan heb ik vandaag gewonnen. Moment. Wat? Dan heb ik vandaag gewonnen. Wat boeit mij dat nou? Nee. Wow. Wow, Willem. Wow. Daar hebben we echt goed voor gevallen. Het is nou echt aan. Wow, dat je doet voor die viel. Hou je bek. Oh, mijn god. Hou je bek, vriend. Oh, oei. Absolute teringsmoes. Oei. Oei, 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 oei. Oei. Had je mij in de auto greep even? Ik heb op judo gezeten, dat is niet waar. Dat is echt. Oeh. Dat is hem. Dat was hem. Nee, nee, nee. Volgens mij was dat iemand anders. Hoe is de pers ook 3 emote? Oei, we hebben hem jongens. Weet je helemaal. Is i, pers out 3. Zo, inderdaad, goeie. Ja, dat is hier inderdaad. Oei, we hadden Willem lekker daar jongens. We hadden hem lekker daar. Met wat boeit mij dat nou? Hij had mij in de houtgreep, hij zei wat? Toen ik wat zei en toen had hij me eigenlijk in de houtgreep om te zeggen wat boeit mij dat nou? Maar toch heb ik hem dan gepakt na afloop. Toch heb ik hem in de houtgreep daarna. Oei. Wat gaat er nou gebeuren? Renzo. Ja. Wij hadden dus een voorstel. Het klinkt misschien raar, maar het is een kwestie van vertrouwen. Je weet dat Edward achter ons aan kan komen. Ja. Is er een manier dat wij zelfverdediging kunnen krijgen? Want wij kunnen ons niet verweren op het moment. Nee, maar jullie krijgen een safe house. Een safe house. En een alternatieve auto voor nu. Ja? Een safe house. Ik word gebeld door hem, maar ik kan niet opnemen. Voor vannacht. Okay. Morgen moeten jullie weer contact op gaan zoeken met Edward. Zij die de zaakjes vrij, laat het zo zeggen. Ja. Ja, en dan moeten jullie gewoon met Edward die meeting gaan doen. Ik geloof niet dat hij die af gaat schieten voor. Nee, maar er is toch echt altijd gevaar om de hoek. Snap ik. Dat, nogmaals, dat zelfverdediging kunnen we nog wel later over praten. Maar voor nu is dat safe house het belangrijkste. Er zitten wel een paar regeltjes aan verbonden. Jullie krijgen dus die alternatieve auto. Ga niet met je eigen auto rijden, maar met die alternatieve auto. Ik word gebeld door Jordi, maar... En op het moment dat jullie naar buiten gaan, draag een balaclava of een bandana of iets wat je hoofd, zeg maar... Iets ja. Over mijn hoofd. Ik word ook eens gebeld nu door Jordi, maar die kan ik niet opnemen op het moment.
Want ja, stel hij is de hele darkness tegen jullie op aan het zetten, weet dat wel. Dat. Dus ja. Ik kan even niet opnemen op de mobiel. We gaan even naar jullie huisje toe. Ja jongens, het is allemaal een beetje spannend. Het is allemaal een beetje spannend. Ik vind mij echt safe voel in die safe house, maar dat even terzijde. Ja, wellicht. Daar komen ze wel. Kijk, hier rijden... Zijn ze. Wie zijn die piepo's? Ja, weet ik niet. Weet je wel wie zijn het? Nee, oprecht. Als in, ik heb geen idee wie het zijn, dat is het ding. Het safe house. Dus gebruik de gang wel eens, maar dat is precies niet zo. Is die parkeerplaats? Ja. Ja. Is dat een baller die is voor jullie? Is die bepanzerd? Can't confirm or deny. Geen idee. Stap uit. Yes. Wat de hel? Willem, ik even op je XP. Goed uit, Willem. Laten we snel omhoog gaan. Ik weet niet doen, maar ik hoef hem snel even erin. Yes, goeie. Zo! Willem, daar zijn we. Aangehouden in de gevangenis. Dit is een huis van de politie. Ik kon niet zeggen per se een safe house, maar het is gewoon een huis wat de politie huurt. Okay. Wat veel gebruikt wordt. De ken komt hier best zo vaak, maar... Moment. Bij de keuken. Bij de, zeg maar, je hebt dat magnetron. Daarachter is een knop. Je hoeft niet te kijken, soort noodknop. Een noodknop. Als die er is... Spier mijn te doen. Buiten, op de parkeerplaats, staat een zwarte baller. Die is voor jullie. Krijg gewoon een zwarte baller. Is niet bepanzerd. Snert. Het is geen feest. Het liefst... Ik heb gebeld door Lucas. Waar het meest veilig zit, is niet door iedereen auto, maar het is gewoon hier. Doe de deur op slot, ga naar bed. Doe wat met elkaar. Maak me niet over. Oeh, wat vaak. Als jullie nou toch wel willen joggen, of weet ik voor wat... Doe dan een muts op. Ja, dus bij de maskerwinkel, maar doe slim. Ik heb het liefst als jullie gewoon lekker hier blijven voor vanavond. Dan komen jullie morgen ophalen. Of overmorgen. En dan gaan we overmorgen gaan we dan naar de afspraak van Edward. Ja. Voor nu heb ik zoiets, blijf het liefst hier. Mocht dat niet kunnen, om bepaalde redenen... En wat al komen ze hier achter, zeg maar? Want als ze hier zijn en we drukken die... Ja, die knop, maar... Ja, hoeveel is het van het AB? Ja, dat. En even heel eerlijk, als ze hierachter zouden komen, dan is er wat heel goed mis. Ja. Of bij jullie, of bij ons. Ja, oké. Dan moet of het een van ons drie hier corrupt zijn, of jullie moeten iets te open zijn geweest naar jullie vriendjes. Ja, kom maar goed. Kom maar goed. Dus nogmaals, het liefst heb ik gewoon dat jullie lekker hier blijven. Mocht het niet gaan om bepaalde redenen, en je wilt toch even lekker wat anders gaan doen, doe dat wel in dit gebied. Strand. Ja. Het water, de pier, maar niet verder. Hier is een hele mooie maskerwinkel. Ik koop even een bijpassende masker, Willem. Wordt wel een beetje lastig, maar doe je best. En doe dan jullie ding daar. Ja, nogmaals, goed. De knop achter de magnetron. Jullie hebben onze nummers. En dan komen jullie opzoeken over een dag of twee. Oké. Yes. Ja? Prima, ja. Ja. Loop even mee, want dan een speciaal verzoekje van Willem. Even moeten bespreken. We hebben hier een zwarte baller en een grijze baller binnen. Open. Okay, als we dadelijk weg zijn, dan heb jij een heel groot probleem. Even wachten. Krijg je alleen nou zeg maar gewoon een personal bodycard, man. Ik wil wel een beetje Oh, hij gaat al weg. Hé, hey, maar Willem, ik wil wel weg Willem. Hier nou zo meteen. Ik heb geen zin om hier 2 dagen te zijn. Ja, maar auw. Ja. Wat? Wat wil je doen? Nee. Ik wil mijn motor pimpen. Je gaat niet je motor pimpen. Nee. Ja, dat ga je niet doen. Hoezo niet? Dat ga je niet doen. Gozer, wil je het zeg maar helemaal voor jezelf verneuken? Ja, maar ik heb net een nieuwe motor gekocht, jongen. Gozer, kan dat... Ik heb net een nieuwe motor gekocht. Kan dat alsjeblieft wachten? Gewoon dat 1 keer ter bevordering van dit gewoon. Ja, maar het is een... Oh, het zijn een mooie... Denk niet constant aan jezelf. Ja, maar jij kan achterop. Ik denk ook aan jou. Nee, grapje, natuurlijk niet. Dat gaan we niet doen. Geen zorgen. Ik vind of het trapje nog steeds ziet. Nou. Zo. Ja. Oh, ja. Hey. Ja. Verzoekjes even overleggen. Willem, je had een verzoek. Ja.
beetje doen. We gaan akkoord. We gaan akkoord? Alleen er zitten hele strikte regels aan. Maar net zeggen, er zit inderdaad een flinke maar aan. Dat wapen... is... dat wapen. We krijgen gewoon een oprechte wapen. Dat wapen... is niet in jouw bezit. Nee, nee, nee. Totdat er iets gebeurt. Dus we krijgen wel een wapen. Dat leggen we... bij de mand... op de koelkast. Oké. Okay. Pak het niet in je handen totdat er wat gebeurt. En doe nou niet, oh nee, ik voel dat er wat aankomt. Ik pak hem alvast. Nee. Eerst de noodknop, dan het wapen. Oké. Okay. Zitten 16 kogels in. Niet meer. 16 kogels zitten erin. Twee magazijn. Hmm. Als wij erachter komen dat er iets mee gebeurd is, moet je heel goed gaan argumenteren over wat. We kunnen het een en ander maken. Maar we zitten wel redelijk voor nu op de lijn. Okay. We krijgen wel een wapen, dus, jongens. Wij willen jouw vertrouwen hebben. Door middel van, goed om te gaan met het wapen. Kijk even of je gelijk hebt nog 100 likes, minder zelfs. Nou, bij deze het wapen. En bij deze ons vertrouwen. Zo, ik krijg gewoon een wapen. Scheert het niet. Duidelijk. Ja, Willem. Oké. Okay. Nogmaals, eerst een uitknop, dan het wapen. Ja. 16 kogels. Niet meer, niet minder. Krijgen we die ook? Nee. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, komt helemaal goed. Dat is wel begrepen. Vernomen, gesnopen. Helemaal duidelijk. Ja, duidelijk. Ja. Er zitten wel een aantal keukenmessen hier in de keuken, uiteraard. Logisch. Ook ik dat. Zie ze. Eerst de noodknop, dan het wapen. Ja, die zijn dan in dit geval voor meneer Plakkers. Ik mag alleen het mes gebruiken. Ja. Ja, je moet eerder bij de verfkogel pistooldien zijn. Mag. Ja, oké. Okay. Of je moet erom vechten, maar als er wat mee gebeurt, dan moet het wel goed geargumenteerd zijn. Ja, kom maar goed. Dus niet als Willem en ik ruzie krijgen als we elkaar lip zitten. Dat mag ook. Maar kom niet op uit. Maar. Komt goed. Nee, komt goed. Serieus. Ik denk dat die keuze is af. Ik wil zeggen, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Oké. Okay. Dan tot morgen. Gaan wij ervoor door. Yes. Is goed. Joe. Wacht, nog één ding. Hoe zit het met eten? Moeten we bestellen? Pizza of zo? Of? Een domino zit om de hoek, dus dat scheelt. Oké, okay, prima. Nee, oké. Okay. Ik dacht dat ze dat wel kunnen doen. Of haal het even op. Zal naam gebruiken, alsjeblieft. Ja, dat komt wel goed. Dat denk ik wel van na. Joe. Ik heb namelijk oprecht echt fucking veel zin in de pizza. Ook in mijn hoofd, zeg maar. Je gaat niet een pizza eten. Hoezo niet? Ik heb zoveel zin in pizza, Willem. Oké. Okay. Willem? Ja? We zitten oprecht 2 dagen met elkaar nu in dit huis vast. Oké, we gaan boundaries zetten. Vanaf dit lijntje... Okay. Is dit mijn kant. Mag jij niet komen, ook niet in noodgevallen. En dat is jouw kant. Wat? Maar ik heb er wat leuks voor je, kijk. Wat? Kijk, kom. Nee, Willem. Voor mij dat nou? Nee, ik ben er niet voor gevallen. Kom. Ik heb wat leuks voor je. Hier, dit is jouw bed. Ik heb hier een teddybeer voor je. Bal. Ik heb daar Kermit de Kikker voor je, maar dan een horrorversie. Hij heeft echt, he's seen some shit, weet je. Waar? Oh my, oh. En ik heb hier het allerleukste. Voor jou. Vrouwenschoenen, omdat je er zo van houdt. Hier een föhn. Een leuk dingetje voor je. Die kan je aandoen. Pas wel bij je legerjas. Bij je tijgerprint. Hier, die kan je ook leuk aandoen. Deze. Staat je vast goed. En hier een leuk boek. Wat is het boek? Chains of... Oh, what the fuck is dit voor boek, jongen? Willem, waar ben je nou heen? Ja, opsluit in de kamer. Ja, zo! Heb je nou gewoon door de deur getonk? Heb je nou door de deur getonkt? Of niet? Ik krijg Willem niet aan de kant, hoor. Oké, maar geen zorgen. Dat is kloot, hè? Ik krijg Willem niet aan de kant. Tonk! Duidelijk. Nee, het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest, Willem. Wat voor vandaag, of? Nee, met slaan gewoon. Gaat zo doen, wat moeten we nu doen, jongen? Hier, Oh. Wat is de planning? Pizza halen. Met domino's.
pizza halen bij Domino's. Zullen we dat doen? Ik heb oprecht fucking veel zin in de pizza. Hier, kom. Ik heb een helm bij me. Ik niet. We hebben een baller. Gaan we met de baller pizza halen? Ja, sorry. Pak jij die baller? Doet Willem even een maskertje op. Ja, oké, prima. Is het veilig, denk ik, om nu al te gaan? Ja, we hebben toch honger? Ik heb fucking veel honger. Maar... ik bedoel, zeg maar, oprecht in mijn hoofd heb ik echt... Echt, wat heb jij nou voor masker thuis? Je was niet de bedoeling dat ik naar binnen zou lopen, hè? Nee. Ik word gebeld door Jordi. Zal ik opnemen? Het is Jordi. Dan vraagt hij waar we zijn. Ja, oké, okay, wacht. Ik doe wel. Ik doe wel. Komt goed. Hey. Oké, okay, ik ben boos. Ben je alleen? Oké, okay, en ik hoor je niet. Ben je alleen? Hey, hallo. Hij hoort je niet. Hij hoort je niet. Hallo? Hij hoort je niet. Dus ik bel even terug. Hij is boos, hè. Hij is boos, zegt hij. Ik ben Jordi en ik ben boos. Hey. Wij moeten maar denk ik heel snel gaan praten. Ben je alleen? En of ik alleen ben? Ja, 100%. 100%. Ik ben 100% alleen. 100% alleen. Ben jij alleen? Want ik heb zo'n vermoeden waar jij bent. Waar dan? Ik zie net fucking een X5 rijden. Ja? Stop langs de weg. Mensen gaan bukken met hun hoofd. Ik hoor hem niet. Ja? En die rondcirculeren bij het strand. Ja, oké, okay, daarom. Kan jij zo naar Domino's komen? Echt alleen. Nou, ik heb mijn Volkswagen bij me. Ja? Dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Dan rond, Willem. Ben ik zo alleen daar, waar? Ja, prima. Waar? Prima. Bij, je weet waar ik net zei, oké? Okay? Nee, ik weet niet. Lekkere pizza's. Wat is nou, Willem, jongen? Dat je gewoon een fucking retard bent. Hoezo? Waarom spreek je met hun af? Nee, met hem alleen. Ja, met hem. Jongen, we moeten hem toch even updaten. Met deze. Wat denk je dan? En al worden we gebukt, jongen. Het is toch gewoon logisch dat we de gang ook op de hoogte moeten, anders gaan die alleen maar argwaan tonen. Ja. Dit is gewoon goede logica wat hierachter zit. Als wij nu de gang 2 dagen lang niet benaderen. Als wij aan de andere kant willen, waar ga je heen? Willem, wat doe je nou? Tot zover onze baller. Is hij weg? Die stond niet hier, hè? Die stond niet hier. Die staat daar. Oh. Je idioot, jongen. Geef me een heel ja, wat in haja. Oh, haja. Wat wel. Dankjewel voor de 3 euro. Dankjewel voor de 3 euro, oprecht. Dikke shout-out naar jou, Jer. Oké, maar het is toch gewoon logisch dat we dit doen. We moeten gewoon zorgen dat zij ook niet denken van wat de fuck is gegaan. Oh, wat is dit? Nee. No worry. Oké, dit komt goed. Naar de domino's. Oh ja, dit is inderdaad goede rode peper. Stap uit. Ga nou, jongen. Jongens, check even of je bent. Gaan we je nou boven in de beeld te brengen? Even naar 250. Wie weet redden we dat nog. Wie weet redden we... Oh mijn god. Wat ben je aan het doen? Kijk. Oh mijn god, jongen. Maar jongens, check inderdaad even, gaan we je nou ook boven in het middenbeeld, breng hem even naar 230. Stel dat het lukt nog, dat zou echt fucking insane zijn dat we ineens nog zoveel abonnees erbij kweken. In blijven. Hoezo? Oké, Willem gaat even plassen, dus ja? Excuseer Willem even. Ik ga dat vast daarheen, als ik iets haal. Gewoon Bosnian 1 euro, ik wil even zeggen dat je goed bezig bent de laatste tijd. Show het liefde voor deze man in de chat. Hey, dat vind ik oprecht een leuke donatie, man. Dikke shout-out naar jou, naar gewoon Bosnian. Enorm bedankt voor de 3 euro donatie. Je bent echt een topper. Dikke shout aan jou. Leuk berichtje. Dat vind ik oprecht een leuk berichtje. Shoutouts op Insta ga ik zo meteen doen. Hier is Domino's. Of ligt dat aan mij? Of ben ik echt een idioot? Dit is toch Domino's? Ja. Want dan kan ik dan bewijs van geen baan nemen. Oh jawel, hier. Ik doe alsof ik Domino's bestel. Ik moet even wachten op Jordi. Jerry. Weet ik veel wat. Gaat helemaal goed komen dit, jongens. Dit gaat helemaal goed komen. Ja, Jordi zou je denk ik elk moment zijn. Ik gok dat hij hier elk moment is. Zo. Alsof we een pizza aan het bestellen zijn. Flash 1, noot. Noodblok. Noot. Oh, geen idee. F3, animaties. Prop. Hoe heet die? Serverbong, boek. Doos. Nee. Hoe heet die, jongen? Ik heb geen idee welke dat is. Werk. Clipboard. DJ beveiligen, inspect, schoonmaken, bladblazen.
Welke is dit? Notitieblokje. Notepad is het. Het is de notepad. Willem zit in die kutauto van hem. Wachten we heel even op Jordi. Dan wachten we heel even op Jordi tot hij er is. Dan kunnen we even met hem gaan praten over de zaken, hoe en wat en zo. Wat we gaan doen. Lakkers? Ja? Willem race heel even naar de kledingwinkel. Ja, prima. Ga je gang. Oh, waar de fuck is Jordi? Waar de fuck is Jordi? Ik heb een mailtje gekregen. Hè? Huh? Dat gaat echt om die nog steeds. Wat de freak. Waar ben je, Jordi, jongen? Kom je nog? Zo. Hoppakee. Zo. Hij moet komen, jongen, die Jordi. Die lul, die moet komen. Die lul, die moet komen. Notepad. Ja, ik heb hem inmiddels al, jongens. Notepad. Notepad. Nog steeds 3000. Kijk eens, we hebben inmiddels al 230. Die abonnees staan al op 230 inmiddels. Fucking 104.230 insane. Misschien dat we nog 250 kunnen halen. Dus ben je nog niet geabonneerd? Check het dan even. We hebben 3000 likes. Check ook even of je hebt geliked. Kleine moeite. Nog maar even wat. In principe hebben we al genoeg. Maar wie weet kan altijd meer. Wie is dat? Dat is geen Jordi. Of ligt dat aan mij? Nee, dat is geen Jordi. Wie de fuck is dit? Wie is deze knaap, jongen? Oh, die gaat gewoon lekker bij Domino's werken. Die denkt, ik ga gewoon lekker mijn geld verdienen bij Domino's. Outfit veranderen, als het mogelijk is, dan herkent Eddie je niet. Ja, oké, maar in principe maakt het ook niet zo heel erg uit. In principe maakt het niet zo heel erg uit, dit. Kan gewoon iedereen zijn in een zwart pak. Er lopen genoeg mensen in een zwart pak rond. Ik heb mijn helm op mijn kop. Dus, ik denk dat we voor nu al verrust hebben met Edward. Dat hij ons voor nu wel even met rust kan laten. Dat komt wel goed. Dat komt oprecht wel goed. Ga je op een Gerard bellen, want hij is boos. Ja, in principe. Ga ik dat wel doen. Hij is offline. Hij is niet meer in de stad, Gerard, helaas. Gerardus is niet meer in de stad, dus. Jordi wel. Nou, ik bel hem nog wel even. Ik bel Jordi wel even. Waar hij blijft. Is dat hem? Oh, daar heb je hem al. Daar heb je hem al. Hey. Dat is deze. Hey. Doe alsof je gewoon in de rij staat. In de building. Doe even alsof je in de rij staat op pizza te halen. Hey, we gaan eerlijk zijn. Denk ik wel, Willem. Dat is het best. Wij zijn nu op het moment in de gevangenis. Voor Edward. Dus wij zitten vast. Dus als Edward jullie spreekt, zegt dat jij gehoord hebt dat wij vastzitten. Denk je echt dat Edward dom is? Nee, maar we moeten Edward, het even... Ja? Edward heeft al lang gezegd dat jullie voor de politie bezig zijn. Ja, maar dat weet hij ook. En dat weet jij ook. Ik weet het. Maar ik bedoel, wat jullie net hebben gedaan, hebben we al meegekregen, hoor. Wat dan? Dat jullie net een deal hebben gedaan met de politie, samen met Edward. Ja, maar je weet dat wij die deal niet hebben gedaan om jullie te verraden. Ik weet niet. Ik weet niet wat er precies gezegd is. Ja, dat wil ik dus nu zeggen. Wij zijn letterlijk gewoon die alles aan het voortzetten, weet je? Wat ik ook tegen jou verteld heb. Wij hebben een afspraak samen. Mm-hmm. Maar ja, Edward, die weet natuurlijk niet dat wij ook... Althans, weet niet. Wij beweren tegen Edward dat wij niks tegen hem hebben. Althans, dat de politie niks tegen hem heeft op het moment. Maar dat is natuurlijk wel zo. En hij denkt alleen dat wij wat tegen jullie hebben. Dat wij jullie verraden. En dat we dat ook doen. Maar ja, jij weet er meer achter. Dat we dat gewoon doen met de gedachtegang erachter. Dat hebben wij letterlijk afgesproken met z'n tweeën. Dus, ja, en nu is Edward... Ik weet niet wat Edward nou allemaal van plan is. Maar hij moet gewoon niet zo moeilijk doen als hij ons gewoon met rust laat en ons ding laat doen. Althans, dan zijn natuurlijk de lul, want dat is niet Sam. Tuurlijk zijn jullie de lul. Hij heeft jullie gewoon door. Ja, maar we houden het voor nu even zo. Gewoon even veilig, dat is vooral het ding. Gewoon even rustig houden. Ja, dat is lastig. Ja. Ik vind wel dat de politie matig te werk gaat. Hoe bedoel je? Ze zien een motorrijder en gelijk aan de kant staan als pushies. Nee, die was hier net ook, deze gast. Geen zorgen. Maar ja, dus dat je weet, we zitten in de safe house. Mm-hmm. Nu? Ja, ik heb jullie al naartoe zien gaan. Ja, dat daarom. Dat komt wel goed. Maar wanneer heb je Edward voor het laatst gesproken? Half uurtje geleden. Wat zei hij allemaal? Ja. Wat zei hij? Ben ik wel benieuwd naar. Ga ik niet te veel over zeggen. Hm. Jullie hebben net
zijn net helemaal met de politie bezig geweest, dus... Ja, maar je weet dat je ons wel gaan vertrouwen. We hebben letterlijk een afspraak. Ik. Maar, ja, jullie zien er nog steeds uit als net. Misschien hebben ze iets verstopt. Misschien even een schouderklopje gegeven. Dus, Nee, die hebben niks verstopt. We hebben allemaal outfit geswitcht. Waarom? Dat zit wel goed. Maar ja, ik ga nu weer terug. In ieder geval dat je het weet. We zijn sowieso niks van plan als het gaat om jullie. Nee, wat het zeggen. Maar dat weet je al, dat wist je al. Dus daarover wil je niet eens op te nadrukken. Nee, ik weet het, sommige dingen. Het is gewoon lastig. Ja, het is een beetje moeilijk nu. Het is een beetje moeilijk. Want er zijn ook andere snitjes gaande. Ja, dat denk ik ook. Welke pizza bestellen jullie? Hawaii. Binnen de gang. Nee, niet binnen de gang. Mensen erbuiten. Oké. Okay. Laten we het zo zeggen, we zijn Edward wijs aan het maken dat wij informatie over jullie doorspelen. Wat in principe ook zo is. Dan moet ik zo blijven. Ik heb even nagedacht over... over dat voorstel, Max. Van het wapen. Ja. Het wordt een lastig houden. Ja, ik weet het. Er is natuurlijk één post geweest... met de darkness dat ik met mijn heavy gun sta. Ja. Ja. Het is moeilijk, maar dat kan ik binnenkort doorgeven. Aangezien daarentegen heb ik ook een foto gemaakt dat ik... Ik ga die foto's die jij, want dan controleer je het zelf, die jij naar mij hebt gestuurd, ga ik doorgeven. Ja. Dan controleer je het zelf. Ik ga kijken of het mogelijk is of ik een kopie van mijn huissleutel kan maken. Ja. Nee, dat komt goed. Hey, ik word wel achtervolgd door heel veel mensen. Ja, dat is een beetje op het moment dat iedereen achtervolgt. Dat is echt heel kut. Hey, we gaan nu weg, want ik moet er niet te lang hier blijven staan. Anders wordt het niet opvallen. Dus we houden contact, Jori. Komt helemaal goed, oké? Okay? We gaan... dit moeten we even fixen, want we gaan er nu al te diep in, vind ik. Precies. Ja. Dit wordt allemaal te krap. Maar jullie weten zelf ook dat er mogelijk een datum is geprikt. Voor de juwelier. Ja, dat weet ik. Die is één dag vooruitgezet. Vooruit? Dat is één dag eerder bedoel je? Is die naar vrijdag? Ja. Naar vrijdag is hij gegaan. Oké, prima. Wacht even, zou ik heel even met jullie meewandelen? Maar ja, de pizza's... mijn voorkeur pizza is dus echt pizza... gaat boeien. Maar... Hij is dus één dag vooruitgezet. Oké. Is naar vrijdag. Dus. Ja, is vrijdag. Anders komt Piet niet. Ja, prima. Dus het is nu op de vrijdag. Oké. Het is op de vrijdag. Ja. Vrijdag, jongens. Het gaat over de juweliersoverval. Die gaat binnenkort komen. Ja. Ja. Een paar dingen die heel lastig worden. Omdat er overal oren zijn. Ja. Ja. Daar moet je eerst vanaf. Wie zijn die oren, zeg maar? Want dat is op zich nog wel te regelen. Daar zit ik nu achteraan. Ja. Okay. Nee, we houden contact, Jordi. Dit komt goed. Wij terug naar de safe house. Yes. Dag, mannen. Hetzelfde, hè? En bedankt voor je tijd, makker. Jo. We rekenen op je. Wat een lul. Oké, laten we terug gaan naar het safe house en dan... Sluit je hem af? Ja. Yes. Wat is gebeld door Nikolovski? Laat hem maar op. Neem wel op. Bijna tussen het al door. Hey. Willem? Hey, Nick. Parkeer hem hierachter. Ik ben oprecht boos. Wat zeg je? Ik ben oprecht boos. Op wie? Op u. Hoezo? Parkeer hem niet hier, Willem. Nee, ik ga nu niet opnemen. Ik ga deze nu nog niet opnemen, want ik ben nu in het safe house natuurlijk. Anoniem, dat ga ik niet opnemen. Dat kan iedereen zijn, dat kan Edward zijn. Dus dat moeten we maar deze stream niet meer opnemen. Het is niet verstandig om de verhaallijn te volgen en het stabiel te houden. Ja. Nou jongens. Wacht even tot het telefoontje voorbij is. Ik vond het een hartstikke leuke stream. We gaan de stream bij deze ook afsluiten. Dus, ploep. De juwelieroverval, die komt er binnenkort aan. Pimp je motor. Nee, doen we volgende stream, jongens. Volgende keer gaan we mijn motortje pimpen. Ik vond het wel een enorm leuke stream. Oprecht vond ik het heel leuk. Deze nieuwe verhaallijn die er gaande is. Deze outro heb ik inmiddels al wel gehoord. Is het niet iets leukers? Even. Misschien is deze. Wat is dit? Dit is te beat-achtig. Ja hoor, ja. Ik wil even kort hebben. Deze zit maar 2 minuten. Wat is dit?
Oh, dit is oprecht wel leuk. Dit heeft oprecht wel iets. Nou, jongens, vertrouw Jordi niet. Jawel, Jordi kan ik wel vertrouwen. Dank jullie wel voor het kijken naar de stream. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb enorm... Max is letterlijk bijna 4 uur live gegaan. Ja, we zijn 3,5 uur live gegaan, jongens. We zijn letterlijk lekker even 3,5 uur live gegaan. Iets langer zelfs. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. De stream is 2 keer meegekwit. Maar ja, het kon gebeuren. Ik spreek jullie de volgende keer weer. Jullie mij niet. Ik spreek jullie namelijk. En ja, dat zit eigenlijk. Waar ben je heen, Max? Ik ben geliefd, Bram. Ik ben weg. Ik ben loose. Ik ben splitoes. Ik ben split. maar ja, tot de volgende keer. Spreek je later, glaasje water, tot vier flesje bier. We hebben dat ding hier staan. Dikkie Dik, die zegt ook gedag. Dus zeg allemaal maar doei Dikkie Dik in de chat. Oh ja, wacht, mijn Insta ding, hè? Zal ik even Insta shoutouts geven? Dacht, doe ik eerst deze muziek aan, want die andere vind ik wel leuk als outro. Dan doen we even een outrootje zo. Of een outrootje de Insta promoties geven. We hebben namelijk 200 nieuwe volgers erbij, dus dat is wel heel wat. Volg je me nog niet op Insta overigens, dus ik ga nu shoutouts geven. Max H. Dekker op Instagram. Daar komt ie. Shoutouts naar... Waar doe je dat ook alweer? Huh? Waar doe je dat? Ik dacht dat je dat erg... Waar deed je dat ook alweer? Wat de frik? Oh, hier bovenin. Zo. Komt ie. Shoutout naar... Appie, Jens, Thijs, Daniel, Lassie, Noah, Calvin, Ditmer, IG Jaas, what fuck, Carsporters, De Kempen is dat, Romy van Loenhout, Lars, Wippie, Nick, Lars, nog een Lars, maar dat is Lars14NL, Mark de Wit, X Anemijn, ik hoop dat ik dat verkeerd uitspreek, maar ja, Tilaneffe, damn. One Wheel, Amar, Maarten, 2A Ruben, Instagram Jordi, is dat de Jordi die ik denk dat het is? Nee. Damien Fischer en Luciano. En meer gaat verder dan 2 uur geleden, jongens. Die kan ik dus helaas niet doen. Dat is zo stom aan Insta, dat je die dan niet kan doen. Maar ik kan even kijken of er inmiddels weer nieuwe zijn. Dat kan ik wel even checken. Ja. Bram, Jean, Brian, Lars, Roadlistic, maar ik zie, jij volgt me al langer. Team, UXIZ, Kippie Gaming, Meerte Koning, Finn, Itsem, X, Astrid, Tom, VH, Jorm, Robbe, Sven, Guido, waarschijnlijk Dinant Jacobsen, geen idee, sorry. Anoushka, sorry, ik ben echt een idioot. Fien, Jinero, waarom, moeilijke naam, jongens, kunnen jullie niks aan doen. Leuke mooie namen, maar wel moeilijk. Brigadier Jens, Mootje, Xavier, Xavier kan ook. Fijns, VPK, Rodi, Andy, Luciano, JWT, Appie en Jens. En hier hebben we het al gehad. En jongens, dank jullie al voor het volgen op Insta. Dikke shout-out naar jullie allemaal. Wow, ik word gepromoot, wat vet, hij, kut Bram. Abonneer nou even op Sarrezel. Ja, en jongens, we gaan gewoon een meme-account maken van Sarrezel. Als in, dat account moet gewoon zonder überhaupt een video gepost hebben, veel te veel abonnees hebben. Dus volg even het account wat ik nu promoot in de chat. Volg dat account even, dat is mijn vriendin. Ze heeft inmiddels 1000 abonnees, dus ze gaat meedoen, had ze beloofd. En ja, ze gaat meedoen aan een YouTube-video. Kijk of we het kanaal naar de 2000 abonnees kunnen pushen. Dus volg even... het kanaal, ik zet hem telkens in de chat. Dus hou de chat nu even in de gaten. Daar staat het account van René, mijn vriendin. Zonder video's, maar iedereen moet eventjes abonneren op dat kanaal. Dat lijkt me wel heel leuk als iedereen daar eventjes op abonneert. Dat we gewoon dat kanaal veel te veel abonnees kunnen geven. Dat is gewoon letterlijk mijn vriendin. Zonder dat ze überhaupt video's erop post. Hoe fucking prachtig is dat als dat gebeurt. Dus check zeker even of je daar bent geabonneerd. Inie mini tiny wine moeite. Ze heeft al 1.3k abonnees. Wat leuk, wat goud. Niet spammen. Max gaat morgen live vervolg. Ja jongens, kom op. Volg even het account van René. Mijn vriendin Zarrezel heet ze. Wil je stoppen? Nee René. Nee René, we gaan door. We gaan jouw account pushen naar... Veel te veel abonnees, wat eigenlijk helemaal niet logisch is, omdat je geen video's hebt. Maar dan heb je gewoon een ziek account. Met echt, dat is zo raar, dat zou gewoon oprecht really funny zijn. Als je dat account volgt. Als René daar, als jullie allemaal René volgen erop. Ze heeft inmiddels al veel te veel volgers erbij. 1.31k heeft ze erop, wat leuk, wat goud dit. Jongens, volg het account Zarrezel. Ik spam het linkje nu telkens in de chat, dus hou de chat in de gaten. Daar staat...
het linkje. Volg dat zeker even. Hartstikke leuk als je dat doet. Wordt enorm gewaardeerd. En dan gaan we nu de stream afsluiten. Ze heeft 1.31k, 1.32k volgers zelfs. What the fuck, wat? Dat is zo droog dat ze daar zoveel volgers heeft. Ik vind, als Sander, Bram, Jerry mijn stream kijken, jullie moeten dat account ook promoten. We gaan dat account gewoon zonder gekloot, zonder gebouwd, gaan we dat gewoon oprecht veel te veel abonnees geven zonder dat ze iets mee doet. Hoe fucking droog is dat? Dat je dat account, stel, je creëert uiteindelijk zoiets dat het gewoon 10.000 abonnees heeft, weet je? Dat ze gewoon 10.000 abonnees heeft zonder überhaupt een video te posten. Hoe droog is zulke shit? Hoe droog is zulke shit? Dat slaat toch helemaal nergens op. Dus volg zeker even Sarasal. Linkje staat telkens in de chat. Maar ja, jongens, ik ga nu de stream afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken naar de stream. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Spreek jullie later, glaasje tot de volgende keer. Dikke shout-out ook naar Dikkie Dik. Dikkie Dik is mijn homie. Dikkie Dik is mijn enige echte support. Dat is niet waar de enige echte, maar hij is wel de grote support van deze stream. Dus allemaal even een hype in de chat voor Dikkie Dik. Ik wil één grote hype in de chat, zodat ik de stream aan het afsluiten ben. Tot de volgende keer. Spreek jullie later, glaasje water, dat is vier flesje bier. En bedankt voor het kijken. Tot ziens. Heb ik geen donatie gemist? Nee. Tot ziens.